dames en de heer van de jeugd zijn afwezig wegens ambtsverplichting. Mevrouw De Vroe om familieverplichtingen. De heer Anouri, de heer Dazeleer en mevrouw Idrissi zijn afwezig om gezondheidsredenen. Dames en heren, in gevolge een wijziging van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering stelt het uitgebreid bureau voor om de bevoegdheden van de commissies dienovereenkomstig te wijzigen. Het reguleringsmanagement of de decreetsevaluatie en het rampenfonds worden voortaan opgevolgd door de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en het toezicht op het Agentschap voor Geografische Informatie in Vlaanderen door de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburging en Stedenbeleid. Is het parlement het hiermee eens? Dan is al dus besloten. Dames en heren, de orde zijn het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor de begrotingsjaren 2014. Het ontwerp van decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014. Het ontwerp van decreet houdende bepaling tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014. Het ontwerp van decreet houdende de middelbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015, het ontwerp van decreet houdende algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 en het ontwerp van decreet houdende bepaling tot begeleiding van de begroting 2015. Het uitgebreid bureau stelt voor om de algemene bespreking van de 6 ontwerpen van decreet samen te voegen tot 1 enkele algemene bespreking. Is het parlement het hiermee eens? Dan is de algemene bespreking geopend. Mevrouw Lievemaas, verslaggever, heeft het woord. Ja, dat is heel vervelend. Oké, minister. Schorste vergadering.
Morgen. Goed, dames en heren, de vergadering wordt hervat. Maar voor alle duidelijkheid, de vergaderingen beginnen hier om 9 uur stipt. Dat geldt ook mevrouw Turtelboom, ook voor de regering. Ik sta 's morgens niet om 5:30 op om hier om 9 uur de vergadering tijdig te beginnen. Hè? Dus 9 uur is voor mij 9 uur. Goed, mevrouw Lievemaas zit in een of andere tunnel. Meneer Crombé gaat als verslaggever het woord nemen. Meneer Crombé, alsjeblieft, en dank dat u zo bereidwillig bent om op het één om op tijd te komen en twee om als verslaggever op te treden, ondanks het feit dat mevrouw Maas eerst moest optreden. Wel waar. Ik ben al heel slecht gezind, dus je zult dat voor de rest van de dag voelen. Meneer Crombé. Dank u, voorzitter. Het is meestal, dat gebeurt wel vaker, van hoe verder dat je komt, hoe rapper dat je er bent. Het verslag is natuurlijk zeer uitgebreid, omdat we een paar weken van intensieve discussies achter de rug hebben. Maar ik denk dat het goed is voor de bespreking dat een aantal elementen van het verslag worden aangehaald. Het verslag, ik zal het chronologisch doen, begint met de bespreking met de minister-president. Over het algemeen beleid en de begroting daarin, waar er door de minister-president uitleg is verstrekt over de verschillende kredieten en de toepassing van de besparingen op de kredieten. Waar vragen zijn gesteld door onder andere de heer Bertels, die vraagt naar een aantal dossiers waar een ander percentage van besparingen is doorgevoerd, bijvoorbeeld over de communicatie voor Vlaanderen Feest, de subsidies voor armoedeorganisaties, waar de minister-president bijkomende uitleg over heeft gegeven. De heer Joska stelde dat bij de DAR de betaalkredieten 5,2 miljoen euro hoger liggen dan de beleidskredieten en vraagt naar het verschil, omdat als daar geen duiding voor is, zou blijken dat een aantal facturen daar zijn blijven liggen. Wat in de toelichting van de minister-president ook ter sprake kwam, was de beslissing van de vorige regering om de audit te doen op de lokale overheden. Dus het systeem in het gemeentedecreet werd teruggeschroefd en vervangen door een nieuw systeem. Daarvoor zijn de middelen voorzien. Daarop hebben een aantal leden van de commissie positief gereageerd dat de keuze om die audits te versterken wordt genomen. Er is ook een vraag gesteld over... die vraag was van de heer Crombé, over het departement Internationaal Vlaanderen, omdat daar in de totaliteit van de middelen uitgezuiverd voor de overdrachten een stijging te zien is, onder meer door investeringen in het buitenland. Het voorbeeld dat werd gegeven door de minister-president is dat er een diplomatieke post moet worden uitgebouwd en vast worden gemaakt in Genève. Vervolgens is de bespreking verder gegaan, beginnend met een toelichting van mevrouw de minister van Begroting, die haar toelichting aanvangt met de onzekere economische situatie en de parameters die daaruit komen, gecombineerd met het verstrengde Europees toezicht. Daarbij komt dat de consolidatieperimeter is uitgebreid, wat een belangrijke impact heeft op de discussies die we hebben. Wat een effect heeft zowel op de tweede begrotingsaanpassing voor 2014 en de begrotingsopmaak van 2015 en ook de volgende jaren. Dat betekent dat in de totaliteit van de maatregelen die worden voorgelegd, ik zit de minister, de maatregelen voornamelijk gericht zijn op de interne werking en dat men op basis van de parameters van het planbureau er gestreefd wordt naar een begroting in evenwicht voor 2015. Met voorziene beleidsimpulsen voor 149 miljoen euro. Dus de parameters waarover we spreken bedroegen bij de begrotingsopmaak 2014 1,2% inflatie en 0,1% groei. Dit resulteerde in 2014 initieel in 1,3% en 1,10%. Voor de begrotingsopmaak van 2015 werden deze cijfers voor 2014 respectievelijk aangepast naar 0,6% inflatie en 1,1% groei.
voor 15 1,3% inflatie en 1,5% groei. Dus dat zijn de basisparameters waar we op werken. Waarbij uit de toelichting van de minister blijkt dat elke wijziging van 0,1% in de groei gelijk is aan om en bij de 30 miljoen euro impact. De minister haalde ook aan dat de fiscale autonomie een aanzienlijke stijging kende van 19,8% naar 34,1% volgens de cijfers van de tweede begrotingsaanpassing van 2014 en de opmaak van 2015. Dan waar de minister ook onder andere naar verwees, is dat het vorderingssaldo berekend is door de eerste ESER gecorrigeerde ontvangsten en uitgaven van de Vlaamse ministeries en instellingen in de consolidatieperimeter tegenover elkaar af te zetten. Dat wordt gecorrigeerd voor de verwachte onderbenuttiging. En van het gecorrigeerde primaire saldo worden de renteuitgaven in mindering gebracht, wat dan uiteindelijk het gecorrigeerd vorderingssaldo heeft. En daarbij wordt tenslotte het effect van het verstrengd Europees toezicht in rekening gebracht. En dat alles geeft een evenmatig saldo van plus 2 miljoen euro in 2014 en plus 3 miljoen euro voor de begrotingsopmaak van 2015, wat in ESER-termen een begroting in evenwicht betekent in de toelichting van de minister. Voor de normering werd op 30 april 2014 het indicatief traject voor zowel de globale begrotingsdoelstelling als voor de verdeling van de doelstelling over de verschillende beleidsniveaus aan het overlegcomité voorgelegd op basis van het advies van de Hoge Raad voor Financiën van 2014. Het advies van de Hoge Raad voor Financiën gaat daarbij uit van een nominaal begrotingsevenwicht in de periode 2014 tot 2017, waarbij het huidige stabiliteitsprogramma geldt als indicatief traject. Bij de schuldevolutie bedroeg de geconsolideerde schuld eind 2013 16,6 miljard euro. De geconsolideerde schuldevolutie is in functie van het ESER-begrotingssaldo in evenwicht en een evolutie van de ontvangsten en uitgaven betreffende de kredietverlening en participaties. De schuldevolutie is gekoppeld aan de activa en wordt op termijn terugbetaald. Door de uitbreiding van de consolidatieperimeter is er een effect op de schuldevolutie. De schuldtoename bij bepaalde instellingen wordt, gelet op het ESER-begrotingsevenwicht, gecompenseerd door een schuldafname bij de Vlaamse ministeries. Tot daar het woord van de minister van Begroting bij de initiële toelichting. Dan wat de opmerkingen betreffen op de toelichting van de minister. Heeft de heer Bertels gevraagd naar de economische parameters. De vraag was waarom er een verschil is in de cijfers over groei en inflatie tussen de opmaak van 15 en de aanpassing van 14, gegeven het feit dat we die samen behandelen. De minister verklaarde, dat is een tweede vraag, dat ook de registratierechten zullen worden verlaagd, terwijl er in de presentatie wordt aangekondigd dat het om een onderzoek gaat en er 100 miljoen euro meer inkomsten worden verwacht. De vraag is hoe die zaken op elkaar afstemmen. De minister antwoordt daar op een aantal van die vragen dat een paar zaken bij de meerjarenbegroting aan bod zullen komen, dat de cijfers van de parameters van groei voor de tweede aanpassing 2014 de middelen zijn uit de bijzondere financieringswet geraamd op basis van de parameters van de economische begroting van februari 2014. En dat het nog niet duidelijk is op basis van welke economische begroting de federale overheid de doorstortingen aan de gemeenschappen en gewesten zal doen. Het gebruik van de tweede begrotingsaanpassing 14 is een veronderstelling gebaseerd op de hypothese van constant beleid. De raming van de opmaak van 15 is gebaseerd op de economische begroting van september 2014, in het antwoord van de minister. Ook in de begroting natuurlijk. De voorziene groei voor 2015 is 1,5%, wat een daling is van 0,3% ten opzichte van de eerdere ramingen. De mensen die willen volgen, dat staat op pagina 15 bovenaan. Dan kwam er een vraag van mezelf of er al een overlegcomité is samengekomen dat zich buigt over de middelen, de federale beslissingen met impact op de regio's en over de verdeling van de inspanningen, omdat de situatie sterk gewijzigd is ten opzichte van september. Vlaanderen heeft tot nog toe altijd zijn opdracht uitgevoerd, maar heeft nog nooit disproportioneel meer bespaard dan nodig binnen de normen van Europa in het structurele begrotingstraject naar 2018.
Deze discussie wordt gevolgd door een toelichting van het Rekenhof, waar ik graag een aantal elementen uit zou willen weergeven. Het Rekenhof stelt dat voor de begroting 15 in vergelijking met andere begrotingen in eerste instantie het effect van het Europees toezicht duidelijk zichtbaar is. Daarnaast de impact van de zesde staatshervorming die volledig in werking treedt op 1 januari 2015. En dat er moet aandacht worden besteed aan de manier waarop de raming van ontvangsten en de inkapseling van de nieuwe uitgaven in de begroting 2015 gebeurt. Tot slot zegt het Rekenhof dat de nieuwe Vlaamse regering de beleidskeuze heeft gemaakt om het eerste jaar de broeksriem aan te halen. Het Rekenhof wil de aandacht vestigen op de besparingen. En de hoofdbrok van de opmerkingen van het Rekenhof wordt in drie thema's gesplitst. Ten eerste het schema dat de impact van het verstrengd Europees toezicht weergeeft. Een tweede aandachtspunt is dat van de dialoog 2014 ook het Instituut Nationale Rekeningen is gevraagd om strenger toe te kijken op de toewijzing van de diverse publieke entiteiten aan de consolidatiekring. Een ander element is dat de Europese Unie elke lidstaat gevraagd heeft om te voorzien in coördinatiemechanismen tussen de verschillende overheden om de begrotingen te implementeren. Het Rekenhof wijst erop dat er diverse overheden dat die nieuwe afspraken moeten maken over de begrotingsdoelstellingen voor de volgende jaren. Die afspraken kunnen dan dienen als input voor de opmaak van het stabiliteitsprogramma in april 2015. Het Rekenhof stelt dat Vlaanderen de goede leerling van de klas is, terwijl dat andere overheden afwijken van de voorlopige afspraken. De federale overheid had als doelstelling een structureel evenwicht tegen 2016, wat naar 2018 is verschoven, dixit het Rekenhof. Een ander aandachtspunt volgens het Rekenhof is dat de algemene toelichting bij de begroting heel zwijgzaam is over de begrotingsdoelstellingen van de lokale overheden. Ik zit op pagina 18 nu. Voor de mensen die willen volgen. Dus een ander aandachtspunt van het Rekenhof is dat de algemene toelichting zeer zwijgzaam is over de begrotingsdoelstellingen van de lokale overheden. In het samenwerkingsakkoord is de afspraak gemaakt dat elk gewest verantwoordelijk is voor de begrotingsdoelstelling van zijn steden en zijn gemeenten. Een omrekening naar deze vorderingen saldo heeft voor de Vlaamse gemeenschap voor de periode 14 tot 19 een gemiddeld tekort van een kleine 400 miljoen euro. Een tekort dat de volgende jaren weliswaar afneemt. En de vraag die het Rekenhof stelt is wie dat zal compenseren en wie de verantwoordelijkheid daarvoor neemt. Omdat dat in principe de Vlaamse gemeenschap is, tenzij men uitdrukkelijk kan aantonen dat het tekort te wijten is aan maatregelen van de federale overheid. En het Rekenhof vraagt daar de nodige voorzichtigheid. Het Rekenhof toetst verder ook altijd de groeicijfers die worden gehanteerd in de begroting. Die zijn gebaseerd op het Federaal Planbureau, conform de afspraken van september 2014. Het Rekenhof toetst die parameters ook aan recentere beschikbare parameters om een beeld te hebben van de budgettaire situatie die men kan verwachten. En ter zake zegt het Rekenhof dat de herfstprognose van de Europese Commissie heel richtinggevend is. En let op het Europees semester, komt dat immers ook mee in aanmerking voor het beoordelen van het ontwerp begrotingsplan. Men ziet dat er sprake is van een verschil van 0,6% van het bruto binnenlands product en voor het effect op de groei van de middelen verwijst hij naar de sensitiviteitsanalyse, zoals de minister van Begroting die ook heeft toegelicht in haar uiteenzetting en die is opgenomen in de algemene toelichting. Het Rekenhof zegt dat die cijfers met de nodige voorzichtigheid moeten geïnterpreteerd worden, omdat er altijd andere parameters in aanmerking komen, namelijk ook de sleutel van de verdeling van de personenbelasting, de denataliteitscoëfficiënten, die op dit moment wel gunstig evolueren voor Vlaanderen. Vervolgens stelde het Rekenhof dat zij altijd de cijfers in de septemberverklaring aan de cijfers van de algemene toelichting aftoetsen. De voorgaande jaren kon er altijd een duidelijke link worden gelegd tussen de cijfers van de tweede septemberverklaring en de algemene toelichting. Dat is een soort voorafbeelding volgens het Rekenhof. En sinds vorig jaar is er tussen de septemberverklaring en de algemene toelichting ook het ontwerpbegrotingsplan gekomen. Het Rekenhof merkt een verschil in de cijfers dat niet is toegelicht in de algemene toelichting en noemt dat verrassend. Het Rekenhof zegt niet dat die cijfers gelijk moeten blijven,
Maar als er een verschil is, moeten ze wel worden toegelicht volgens het rekenhof. Een volgende opmerking van het rekenhof, en ik geef ze niet allemaal, maar een aantal die denk ik relevant zijn voor de discussie, is dat de evolutie van de schuld een aandachtspunt moet zijn. Hij beaamt wat de minister van Begroting stelde in de toelichting, namelijk dat met de strenge ESR 2010 heel wat extra schulden zichtbaar worden. En die schulden blijven de volgende jaren stijgen. Gelet op de afspraken met de andere overheden over de doelstelling voor het vorderingssaldo is het de vraag hoe de Europese doelstelling zal worden gehaald. Bij een schuld van een lidstaat met meer dan 60% van het BBP moet die schuld afnemen te bedragen van 1/20 van het verschil. En aangezien de schuld de globale begroting boven de 100% zit, volgens het rekenhof, moet onze jaarlijkse schuld met minstens 2% afnemen. En daarom vraagt het rekenhof dat in de toekomst de Vlaamse regering duidelijk de doelstelling tot schuldafbouw naar voren schuift in overleg met de andere overheden. Het was in het verleden ook het geval met de bijzondere financieringswet van 1989. Toen werden heel wat schulden overgeheveld naar Vlaanderen. En toen heeft Vlaanderen ook een doelstelling geformuleerd in afspraak met de Hoge Raad van Financiën om de schuld over een periode van 10 tot 15 jaar af te bouwen. Eenzelfde oefening, zegt het rekenhof, kan ook worden gemaakt met het oog op de toekomst. De schuld kan dan geleidelijk worden afgebouwd met een versnelling in een periode van hoogconjunctuur. Andere opmerking van het rekenhof is dat Europa ook vraagt dat er, en trouwens wat ook wettelijk is opgelegd, dat er een gevoeligheidsanalyse van de belangrijkste begrotingsvariabelen gebeurt. Vlaanderen doet dat al jaren in zijn algemene toelichting. Er is een analyse die aantoont wat het effect is op de begroting van de verandering van die parameter met 0,1%. En er wordt ook opgelegd dat tegelijkertijd met de begroting een meerjarenbegrotingsplan wordt gegeven. Het rekenhof vraagt al jaren dat de begroting samen wordt ingediend met het meerjarenbegrotingsplan. Dat is nu wettelijk verplicht, opgelegd door Europa, met meerjarendoelstellingen voor het tekort. De Vlaamse gemeenschap behoudt de komende jaren nominaal het evenwicht, maar er moeten ook doelstellingen zijn voor de schuld, prognoses voor elke belangrijke uitgaven- en ontvangstenpost. En er wordt dus geen gedetailleerde begroting gevraagd, maar wel een meerjarenbegrotingsplanning. Er moet ook aandacht worden besteed volgens het rekenhof aan de impact van de beleidsmaatregelen op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn. Volgens het rekenhof wordt daar geen aandacht aan besteed in de toelichting die voorligt. Het rekenhof stelt dat de aangepaste middelenbegroting voor 2014 gebaseerd is op verouderde parameters van de economische begroting van 12 februari 2014. Dat heeft ook nog effect op 15, volgens het rekenhof. Wat men te veel of te weinig ontvangt in 14 wordt gecorrigeerd in 15. En voor 2015 zijn de middelen te laag ingeschat, volgens het rekenhof op 94,9 miljoen euro. Enerzijds 200 miljoen euro te veel en anderzijds 94 miljoen euro en 54 miljoen euro te weinig. Wat compenseert. Het rekenhof verwijst ook naar het beleidsdomein werk. Het hele pakket arbeidsmarktbeleid dat is overgeheveld, waar men nog niet precies weet hoe dat zal worden verdeeld binnen het budget werk en sociale economie. Dus wordt dat voorlopig als een provisie ingeschreven. Volgens het rekenhof gaat het over een hoog bedrag. Het rekenhof zegt letterlijk over een relatief groot bedrag. Het is een ruime bevoegdheid die het parlement afstaat aan de Vlaamse regering om dit te verdelen, volgens het rekenhof. Dan over de besparingen zegt het rekenhof dat de overheid moet trachten meer te doen met de middelen, maar moet waken over het feit dat er altijd voldoende betaalkredieten overblijven voor de verplichte uitgaven en voor de honorering van de aangename verbintenissen. Het is niet de bedoeling om betalingen van facturen uit te stellen volgens het rekenhof. En het moet als goede huisvader beheerd worden. En als er besparingen zijn, zegt het rekenhof, moet dat transparant worden uitgelegd in de toelichting. Soms gebeurt dat, soms te weinig volgens het rekenhof. Als besparingen uitvoerbaar zijn, moet de regelgeving soms worden aangepast. En ook dat heeft het rekenhof proberen af te toetsen. Het rekenhof heeft besparingsmaatregelen getoetst aan de bepalingen van het programmadecreet dat juist dient om de begroting uitvoerbaar te maken. Er zijn twee begrotingsbeslissingen waarvan het rekenhof vindt dat ze hadden moeten leiden tot een artikel in het programmadecreet, tot een aanpassing van bestaande decreten. Het rekenhof verwijst daar onder andere
naar het groeipad grond- en pandenbeleid. De bevoegde minister heeft gezegd het groeipad te zullen uitstellen. De doelstellingen zullen pas in 2025 uitgevoerd worden, zodat er voor 2015 een besparing van 15% kan worden gerealiseerd. Dat is ook een beleidskeuze en als dat groeipad wordt uitgesteld volgens het rekenhof, dan moet het betreffende artikel in het grond- en pandendecreet worden aangepast. En hetzelfde geldt volgens het rekenhof voor de fiscalisering van de renovatiepremie. Het rekenhof heeft in zijn rapport veel aandacht besteed aan het beleidsdomein welzijn, omdat het een groot departement is met een grote impact op de bijkomende uitgavenbegroting als gevolg van de zesde staatshervorming. Er zijn al heel wat besparingsmaatregelen doorgevoerd binnen het beleidsdomein welzijn. Maar daarnaast krijgt welzijn voor sommige beleidsimpulsen extra kredieten. Het rekenhof vindt het heel moeilijk om de link te leggen tussen de cijfers van de algemene toelichting, zeker wanneer het gaat over de lijst met besparingen en de verantwoording, de begrotingstabellen zoals die in het decreet zijn opgenomen. Vervolgens beantwoordt de minister de opmerkingen van het rekenhof. Daaruit zou ik willen aanhalen dat de minister stelt dat de begrotingscontrole niet is gebaseerd op de laatste economische parameters afkomstig uit de economische begroting van september 2014. Voor de tweede begrotingsaanpassing 2014 en de begrotingsopmaak 2015 zijn verschillende economische parameters gehanteerd, zoals gezegd. Aangezien de minister niet alle cijfers voorleest, verwijst ze naar de presentatie. Maar voor de tweede begrotingsaanpassing van 2014 zijn de middelen uit de bijzondere financieringswet op basis van de parameters in die economische begroting van februari 2014 geraamd. Aangezien het ten tijde van de opmaak van de begroting onduidelijk was of de federale overheid in 2014 zou blijven storten conform de betere parameters van de opmaak van 2014 of conform de mindere parameters van september 2014. Er is onder die onzekerheid gekozen voor de tussenpositie bij constant beleid. De minister haalt ook aan dat de vraag over de stijging van de registratierechten komt van een raming van inkomsten gebaseerd op de modellen van de FOD Financiën die tot 31 december 2014 voor de inning zal instaan. Het lijkt de minister logisch, ook voor de raming van 2015, een beroep te doen op de modellen van de FOD Financiën. En de minister bevestigt hiervoor dat in de toekomst een beroep op de diensten van de Vlaamse Belastingsdienst, Vlabel, zal worden gedaan. Dan, in reactie op de discussie over het structureel en nominaal evenwicht, stelt de minister dat het de bedoeling van de Vlaamse regering is om binnen de Vlaamse begroting structurele besparingen door te voeren om tegen het einde van de legislatuur nieuwe beleidsimpulsen mogelijk te maken. De minister verwijst daarbij naar een interessant debat in de commissie. Er zijn twee berekeningsmethodes gevolgd. Een structureel evenwicht biedt meer ruimte. Het Vlaams regeerakkoord geeft het over een begroting in evenwicht. Op een bepaald ogenblik kan volgens de minister al dan niet een keuze worden gemaakt tussen de twee. In de bespreking met de leden haalt de heer Joska aan dat het document van het rekenhof zeer stevig is opgesteld met een aantal terechte opmerkingen naar het parlement toe. En hij stelt dat de Vlaamse regering, als hij het goed begrijpt, volgens die regel de algemene bepalingenwet op dit moment eigenlijk al verplicht is om bij het indienen van de begroting ook mee een meerjarenbegroting in te dienen. Hij wil weten of die lezing klopt van het rekenhof. Het rekenhof antwoordt dat inderdaad klopt. Het gaat om een omzetting van een Europese richtlijn. Het is ook een verplichting die Vlaanderen oplegt aan de gemeenten en de steden. Dan een meer algemeen punt, met een vraag van de heer Bertels. Hij verwijst naar het zinnetje op pagina 44 in de begroting, in het document van het rekenhof, dat geldt over het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin. Daar schrijft het rekenhof dat de informatieverstrekking over de nieuwe bevoegdheden van het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin uiterst minimaal is, alhoewel uit het begrotingsonderzoek blijkt dat de administratie over voldoende informatie beschikt om het Vlaams parlement op een meer gedegen wijze in te lichten over de budgetraming en aanwending van de nieuwe bevoegdheden. De heer Bertels vraagt hoe hij dat zinnetje moet begrijpen en of daar meer informatie over kan worden bekomen, of het rekenhof meer informatie heeft, of het parlement dat moet opvragen. Het rekenhof bevestigt dat als in zaken welzijn, dat alles in zijn verhouding moet worden gezien, dat voor het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin er een enorme uitbreiding is van de kredieten in het kader van de staatshervorming,
gaat om 6 miljard euro. De begrotingsverantwoordelijke die het onderzoek heeft gedaan bij het Rekenhof stelt vast dat er in de toelichting daarover heel weinig staat. De informatie aanwezig bij het beleidsdomein is veel ruimer dan wat er in de toelichting staat. Dat is de kern van de opmerking in het rapport. Gelet op de grootte van de uitbreiding van het beleidsdomein welzijn, had er in de toelichting heel wat meer informatie en duiding mogen staan met betrekking tot die nieuwe bevoegdheden. Dan is er nog een vraag van mezelf over verstrengd Europees begrotingstoezicht. De minister, zo begint de vraag, heeft daarnet een hoopgevend antwoord gegeven. De begrotingsdoelstellingen moeten het nog door het overlegcomité worden vastgelegd en ook de SERF had die opmerking al uitgebreid toegelicht. De Vlaamse begroting is op een nominaal evenwicht gemaakt, maar ondertussen zijn er veranderingen in de parameters. Denk daarbij aan het planbureau en de verwachtingen van Europa. Dit kan een grote impact hebben. Onder meer daarom zijn de afspraken met het overlegcomité echt nodig. Met de toelichting van de SERF blijkt dat in de huidige omstandigheden een verschil nominaal of structureel van 80 miljoen euro dat Vlaanderen meer moet besparen en het federaal niveau minder. En als de voorspellingen van Europa over 2,5% minder zich voltrekken, betekent dat 320 miljoen meer voor de Vlaamse begroting qua inspanning. Een ander voorbeeld dat wordt gegeven betreft het incoheren. Ze vormen een onderwerp van discussie bij alle partijen in veel gemeenten en steden, omdat er een mismatch is tussen wat de lokale overheden hebben gekregen als te ontvangen aanvullende personenbelasting en de herberekening. Het verschil bedraagt soms 20 tot 25%. Eind november, ten tijde van deze discussie, vragen de lokale besturen zich af hoe ze hun begroting in orde kunnen houden na deze federale beslissing met impact op de Vlaamse middelen. Het zijn voorbeelden van federale beslissingen die het de minister moeilijker maken om de begroting op orde te krijgen, wat voor een stuk de opmerkingen verklaart ook van het Rekenhof. In antwoord op een aantal van die vragen stelt het Rekenhof dat het geen gemakkelijke vragen zijn. Dat de discussie over structureel en nominaal, dat het Rekenhof daar geen voorstander van is. Omdat op het moment dat het minder goed gaat, er wordt gepleit voor een structureel saldo. En als het beter gaat, dat Vlaanderen dan voordeel heeft bij een nominaal saldo. Hij heeft eerder in de commissie al gezegd dat als kan worden gegarandeerd dat de overschotten worden opzij gezet, hij bereid is, het Rekenhof bereid is om deze discussie te voeren, maar het ligt heel moeilijk. Een ander aspect waar het Rekenhof op ingaat is de lokale overheden. Het Rekenhof stelt dat de samenwerkingsakkoorden binnen Europa altijd op basis van gelijkheid zijn gemaakt en de uitvoering ook moet gebeuren op basis van loyaliteit. Voor Europa maakt het niet uit of de inspanning door de ene of de andere overheid wordt geleverd. Ook voor de belastingplichtigen maakt het niet uit of de inspanningen binnen deeloverheden worden verschoven. Soms worden initiatieven genomen om een deel van de inspanningen af te wenden op een andere overheid en daarover moeten duidelijke afspraken worden gemaakt. Elke overheid moet loyaal inspanningen doen. En de vraag wat de impact van de regeerakkoorden is op de financiën van de gemeenten is volgens het Rekenhof geen makkelijke oefening. De Vlaamse gemeenschap heeft beslist om het provinciefonds af te schaffen. Dat is ten nadele van de lokale overheden volgens het Rekenhof. Er zijn federale maatregelen van indexsprong en een geleidelijke vermindering van de sociale lasten op de werknemers. Gemeenten hebben heel wat contractuelen, dus dat heeft een positief effect op de situatie van de lokale overheden. Maar anderzijds is er de brandweerhervorming, die waarschijnlijk extra kosten met zich zal meebrengen. En ook de fiscale maatregel van de federale regering om de forfaitaire onkostenvergoeding te verhogen met 250 euro heeft waarschijnlijk een invloed op de doorstorting van de middelen naar de lokale overheden. In het regeerakkoord is volgens het Rekenhof ook de afspraak gemaakt om de bijdrage van de stad Antwerpen voor de Oosterweelverbinding van 300 miljoen euro te schrappen. Het is heel moeilijk om de plussen en de minnen in te schatten volgens het Rekenhof hoe die zich verhouden tot de concrete begrotingsdoelstellingen van de lokale overheden. Het Rekenhof zegt niet dat de lokale overheden een begrotingsevenwicht moeten hebben, ze moeten gewoon een begrotingsdoelstelling hebben. Dat is een moeilijke oefening en als er afspraken worden gemaakt, moeten ze loyaal worden uitgevoerd. De discussie over het ritme van de incoheren heeft een impact op de financiën van de lokale overheden. De heer Diependalen behoedt zich ervoor om het Rekenhof te veel te betrekken bij de politieke discussie.
Over het nominale en structurele begrotingsevenwicht is het duidelijk dat het structureel op elkaar afstemmen van de verschillende overheden extra moeilijk is, volgens de heer Diependalen. Het is makkelijk om te pleiten voor een structurele begroting op momenten dat men tekorten kan toelaten. Politici durven wel eens te vergeten om dat ook met overschotten te doen. Wat de lokale overheden betreft is in het verslag sprake van de Vlaamse of de federale regering. Op dit moment wordt er volgens de heer Diependalen een oefening gemaakt door de Hoge Raad van Financiën om taken toe te wijzen en welke taken of financiële inspanningen van de lokale overheid kunnen toegewezen worden aan de gemeenschappen en de gewesten. Verder uit de heer Diependalen zijn bezorgdheid over de toepassing van de strengere EU-regels. Eurostat heeft aangegeven dat ongeveer de helft van de instellingen gecontroleerd zijn. De Vlaamse overheid geeft aan de andere helft te controleren. De heer Matteau, die van de SERF naar de administratie gaat, heeft daar een boeiende uiteenzetting over gegeven waarin hij aangaf dat het zeer moeilijk is om uit te maken waar Eurostat naartoe wil. Er zijn trouwens ook signalen van de Europese Commissie om de boekhoudregels anders en minder streng te gaan interpreteren. De heer Diependalen begrijpt dat het Rekenhof aanbeveelt om zelf te controleren. Hij wil echter niet geconfronteerd worden met nog meer noodzaak om te besparen als dat niet nodig is. Hij is dan eerder geneigd om af te wachten wat Eurostat daarover zegt. Mevrouw Bonte bedankt het Rekenhof voor het zeer lijvig rapport dat duidelijk en overzichtelijk is en stelt een vraag wat de economische groei- en inflatieparameters betreft. Is het INR blijkbaar de enige instantie die de macro-economische prognoses voor de opmaak van de begrotingen van de gemeenschappen en de gewesten levert? Het INR doet hiervoor een beroep op het Federaal Planbureau en Vlaanderen is hiervan min of meer afhankelijk. En de vraag is waarom het INR hiervoor een beroep doet op het Federaal Planbureau, omdat er ook accuratere parameters bestaan zoals de cijfers van de Europese Commissie of het IMF. En die cijfers geven soms een betrouwbaarder beeld. Waarom wordt daar geen beroep op gedaan? Het Rekenhof antwoordt dat de gewesten en de gemeenschappen en de federale overheid met betrekking tot groei en inflatie een afspraak hebben gemaakt die in het overlegcomité is vastgelegd en past binnen de beslissingen van de Hoge Raad van Financiën. De heer Joska over de discussie rond de scholen van morgen vindt dat het parlement de uitleg heeft van het Rekenhof en de uitleg van de minister van Begroting. Waar de minister van Begroting een ander tijdspad gebruikt. Hij wil het hebben over de impact van de recente afspraak tussen de BAM en Noriant. Daar heeft het Rekenhof niet expliciet naar verwezen, maar hij zou daar wel graag een antwoord op krijgen, omdat dat ongeveer 42 miljoen is die op dit moment niet in de begroting van 2015 zit. Dat staat ook in het verslag van het Rekenhof. Hoe zal Vlaanderen daarvoor betalen in 2015 of gespreid over een aantal jaren? Op dit moment is dat onduidelijk. De heer Joska verwijst ook naar de opmerking van het Rekenhof met betrekking tot de beschikbaarheidsvergoedingen die ook wel een aantal verschillen vertonen tussen de cijfers in de begroting en datgene dat volgens het Rekenhof moet worden voorzien. Voor Brabo 1 en Brabo 2 voorziet de minister in 15, 30 miljoen euro, terwijl het Rekenhof eigenlijk zegt dat het 38,7 miljoen euro moet zijn. Ook die verschillen moeten verduidelijkt worden volgens de heer Joska. Wat het Rekenhof over de lokale overheden zegt, volgens de heer Joska, is zeer terecht. Hij wil weten hoe het zit met de afspraken in het overlegcomité. Is er een afspraak gepland? Voor wanneer is dat voorzien? En of zijn er al afspraken gemaakt? De minister ziet geen reden om wat op het vlak van rapportage aan Europa werd voorgelegd te veranderen, maar hij blijft het problematisch vinden dat er verschillen zijn qua cijfers. Hij dringt er tegelijk op aan dat de minister eventueel een meer dynamische, een meer actieve rol zou spelen om het overlegcomité samen te brengen, omdat het zeer merkwaardig is dat het overlegcomité op dit moment nog niet is bijeengekomen, nu de begrotingen voorliggen in de diverse parlementen. Er moeten toch een aantal afspraken gemaakt worden, volgens de heer Joska. Het Rekenhof heeft er volgens de heer Joska ook terecht op gewezen dat in de beleidsnota wordt aangegeven dat er meer geld wordt uitgetrokken voor de fietspaden, maar dat ook daar weinig toelichting bij gegeven is en dat alle kredieten die daarmee te maken hebben op besparen staan. Hij heeft die vraag ook aan de bevoegde minister, de heer Weitz, gesteld en hoopt daarop een antwoord te krijgen. Ook op dat vlak is er onduidelijkheid voor de commissie Mobiliteit over de vraag van waar die middelen nu precies komen.
in zaken de BAM, Brabo en de maritieme toegangswegen wordt aangenomen dat de minister impliciet heeft verwezen naar die dossiers toen ze amendementen aankondigden die zullen worden bekeken als ze worden ingediend. In zaken het loodswezen verwijst het rekenhof naar de huurcontracten waar meer duidelijkheid wordt over gevraagd. En dan zit ik aan de algemene bespreking voor mijn collega verslaggever, pagina 40. De algemene bespreking op het eerste punt gaat over de herraming van de ontvangsten van de gemeentelijke opzendteamen op de personenbelasting, waar een lid van de commissie vindt dat het een goede zaak is om die discussie te gronde te voeren, omdat die discussie sinds de berichtgeving van 12 november 2014 over de herraming en de weerslag op de lokale begrotingen zeer actueel is. In de commissie Binnenlands Bestuur werd het debat daarover niet afgerond. Leden van de meerderheid hebben diezelfde vraag ook in de plenaire gesteld. Het probleem gaat over het tempo van de invorderingen. En er wordt gevraagd om zo snel mogelijk een standpunt te hebben van de Vlaamse regeringen voor de lokale besturen. Voor veel besturen is het nu nog op tijd om ervoor te zorgen dat ze conform de BBC kunnen werken. De minister stelt voor om deze problematiek, om daarin twee zaken te behandelen. Een toelichting bij het specifieke effect van de federale incohering is daar één van. Dat is een kwestie die op zich niet rechtstreeks gelinkt is aan de Vlaamse begroting, maar wel de nodige aandacht verdient. De vragen daarover zijn nog niet volledig beantwoord in de commissie Binnenlands Bestuur en de plenaire vergadering volgens de minister. En de minister zal dan ook haar best doen om hier een zo volledig mogelijk antwoord op te bieden, waarbij zowel de oorzaken als de oplossingen aan bod komen. Maar ten tweede is er de ruimere vraagstelling volgens de minister over het saldo van de lokale besturen binnen het budgetair kader van de gezamenlijke overheden en het effect van de maatregelen van andere overheden, zoals het effect van de federale incohering, speelt hier natuurlijk een rol. De minister zal toelichten hoe zij dat conform de adviezen van de Hoge Raad voor Financiën zal behandelen. De incohering van de personenbelasting door de FOD Financiën en het effect op de inkomsten van de steden en gemeenten betreft, benadrukt de minister dat ze de onrust van de gemeenten en de steden begrijpt en ter harte neemt. De bezorgdheid over deze problematiek werd onder meer verwoord in een persbericht van de VVSG, die de vraag stelde om een structurele oplossing te bieden. De gemeenten krijgen hun geld pas 3 maanden nadat de aanslag is gevestigd en dus de stortingen van de gemeenten gebeuren nog vooraf bepaalde data. Gemeenten hebben er dus alle belang bij dat die incoheringen zo snel mogelijk verlopen, want dan komen hun eigen inkomsten ook vlugger binnen. De minister stelt dat, zoals de heer Crombeet terecht opmerkt, staat in het verslag, dat er de afgelopen jaren een grote volatiliteit was in het ritme als de grootte van de bedragen voor de aanvullende personenbelasting die ingecoheerd worden ten voordele van de Vlaamse gemeenten. En enerzijds varieert het ritme heel sterk, dat is het tijdstip waarop dat de incoheren starten. De jaren 2000 tot 2005 gebeurde dat bijvoorbeeld telkens tot december of zelfs februari voor de eerste incoheringen gebeurden. De afgelopen jaren is er een verbeterde trend met een merkbare versnelling van die incoheren. Voor de aanslagjaren 12 en 13 gebeurde dat al in juli. En anderzijds varieert ook de grootte van de bedragen. Dus wat belangrijk is, is dat volgens de VVSG stelt de minister er 3 oorzaken zijn. Dat is ten eerste weten wat het aanslagjaar in de personenbelasting wordt ingecoheerd over 2 begrotingsjaren of dienstjaren. Ten tweede, de inkomensmix versterkt de ingecoheerde belastingen. Met andere woorden, de selectie van aangiften die eerst ingecoheerd wordt, bepaalt het volatiel verloop. En tot slot, het bijkomende effect dat de incoheren van een beperkte periode gebruikt worden voor de initiële raming. Dat zijn de oorzaken. De minister stelt ook een aantal oplossingen voor. Ten eerste het bekijken van het systeem van de voorschotten voor de lokale besturen. Als eerste mogelijke oplossing om zo door de voorafname van de inkomsten de gemeentefinanciën voorspelbaarder te maken. Het is vooralsnog niet in werking getreden, maar de minister staat daar positief tegenover. Dan het ruimer kader. De minister herinnert eraan dat het overlegcomité en de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de coördinatie van de begrotingsnormering van de Hoge Raad van Financiën
werd gevraagd om duidelijkheid te geven in de verantwoordelijkheid van ieder overheidsniveau met betrekking tot de begrotingsresultaten van de lokale besturen. Dan wijst ze er ook op dat ook het Rekenhof herhaalt in zijn verslag dat er afspraken moeten worden gemaakt op basis van loyaliteit en gelijkheid tussen overheden. Regeringen moeten dat loyaal uitvoeren. En rekening houdt met de problematiek van de toekenningen van de aanvullende gemeentebelasting door de FOD Financiën en met de opmerkingen van de Hoge Raad voor Financiën en het Rekenhof, zegt minister Turtelboom dan ook een groot voorstander te zijn van het houden van een nieuw en dringend overlegcomité. De heer Van den Heuvel stelt daarbij dat in de discussie dat het duidelijk is waar het probleem zit en zegt een brief van de FOD Financiën te hebben gezien, omdat vanuit zijn eigen gemeente was gevraagd om een matrix te maken waaruit moest blijken wat de echte fiscale capaciteit van de gemeente was, om zo de meerjarenbegroting te kunnen opmaken op basis van echte cijfers. De spreker is er zich van bewust dat de FOD Financiën zich op federaal niveau bevindt, maar stelt voor om aan elke gemeente een gelijkaardige matrixtabel te bezorgen. De heer Somers is bijzonder blij met het initiatief van de minister, maar wil nog een stap verder gaan. Hij is 14 jaar burgemeester en stelt dat dit geen nieuw probleem is. Veronderstellen of suggereren dat het out of the blue zou ontstaan zou fout zijn, maar het probleem van versnellingen en vertraging van incoherieringen die een impact hebben op het kader waarbinnen de lokale besturen hun begrotingen moeten maken, bestaat al langer. Gemeentebesturen doen zelfs nu al wat de hogere overheid van hen vraagt. Ze zorgen ervoor dat de begroting al aan de begrotingscommissies en soms zelfs aan het gemeentebestuur wordt voorgelegd. En ze moeten nu corrigeren en zo ontstaat rommeligheid in de besluitvorming die eigenlijk onaanvaardbaar is. Het probleem geldt ook voor de politiezones waarvan de begroting plots 2% wordt afgenomen. De heer Diependalen sluit zich aan bij de vorige sprekers. De heer Somers en de heer Van den Heuvel. Ja, de Vlaamse overheid vraagt de lokale besturen om een financiële verantwoordelijkheid op te nemen, maar ze moeten daartoe in staat zijn om over de juiste instrumenten te beschikken, stelt de heer Diependalen. Er wordt door de commissieleden op gewezen dat er inderdaad zeer dringend een overlegcomité moet worden gehouden om die dingen af te stemmen. De discussie in de commissie Binnenlands Bestuur ging immers niet alleen over de aanvullende personenbelasting, maar ook over de beslissingen rond de HESCO's, de intercommunales en dergelijke zaken meer. Tot daar, voorzitter, de eerste helft van het verslag. Ik denk dat mijn collega gaat overnemen. Dank u wel, meneer Combe, dat u ons uit de nood geholpen heeft. Hè, want dat mag eigenlijk eens wel gezegd worden van de fractieleider van de grootste oppositiepartij. Hè, want normaal was je pas de tweede spreker. Mevrouw Maas, alstublieft. Applaus, applaus. Dank u wel. Nee? Mevrouw Maas. Dank u wel, meneer de voorzitter. Het was wel eigenlijk dat... Een beetje lager uw dingen zetten, nee? We hadden wel afgesproken dat meneer Krombe de eerste helft deed en ik de tweede helft. Zo was wel de afspraak. Nee. Dus we zijn ondertussen gekomen aan het stuk van de algemene bespreking waar minister Turtelboom antwoord geeft op de opmerkingen die de commissieleden gemaakt hebben na de algemene toelichting en het verslag van het Rekenhof. Een eerste serie antwoorden gaat over de inschatting van de eigen gewestbelastingen. Op de vraag van de heer Bertels wat betreft de stijgende evolutie van registratierechten bevestigt de minister dat de ramingen voor de inkomsten van de registratierechten nog gebaseerd zijn op de modellen van de FOD Financiën die tot eind 2014 ook instaat voor deze inning. De minister benadrukt dat vanaf volgend jaar de ramingen moeten gebeuren door Vlabel dat door de gewijzigde bevoegdheden voor Vlaanderen die verantwoordelijkheid zal overnemen. Bovendien is er bij de ramingen rekening gehouden met efficiëntiewinsten als resultaat van de eigen inning door Vlabel, alhoewel ze nog steeds gebaseerd zijn op de modellen van de FOD Financiën.
Vanaf januari 2015 worden er nog geen ingrijpende inhoudelijke wijzigingen aan de regelgeving doorgevoerd, maar de innings- en invorderingsprocedure voor deze belastingen zal volgens minister Turtelboom wel ingrijpend wijzigen. Momenteel verloopt deze inning slechts in beperkte mate geautomatiseerd. Vlabel zal de inning en invordering integreren in bestaande processen van de Vlaamse Belastingdienst voor onder meer de verkeersbelastingen en de onroerende voorheffing. Het gebruik van het performant ondersteunend ICT-systeem zal schaalvoordelen opleveren en daardoor zijn efficiëntiewinsten mogelijk. Wanneer het nodig is om een beroep te doen op een gerechtsdeurwaarder, zal dit voortaan verlopen via de centraliserende instantie diensten aan de maatschappij, wat op zijn beurt bijkomende efficiëntiewinsten kan opleveren. En minister Tultmoot besluit dat er normaal gezien een stijging zou moeten zijn nu de inning door Vlabel gebeurt. Wat betreft de inschattingen van de budgetten van overgehevelde bevoegdheden in de beleidsdomeinen werk en welvaart, had het Rekenhof enkele opmerkingen over de kredieten die invulling geven aan de overgehevelde bevoegdheden naar aanleiding van de zesde staatshervorming. Minister Turtelboom gaf een aantal antwoorden, maar benadrukte dat dit met volledig respect voor de begrotingsbesprekingen in de andere commissies gebeurde, waar vakministers veel beter en gedetailleerder hun eigen beleidsdomein en budgettaire impact ervan konden toelichten. Wat betreft de kredieten bij welzijn. Minister Turtelboom stelt hier dat minister Van Deursen al toegelicht heeft dat net als de voorgaande jaren bij een begrotingsopmaak getracht wordt een zo volledig mogelijk beeld te geven van welke budgetten er terug te vinden zijn op welke artikels. Zeer specifieke detailberekeningen over hoe de budgetten per subrubriek tot stand komen, werden tot nu toe, zoals gebruikelijk, niet weergegeven. In de toekomst zal hiermee wel rekening worden gehouden. Met betrekking tot de opmerking dat er niet voldoende rekening werd gehouden met het sociaal beleid, bedoelt het Rekenhof waarschijnlijk de uitvoering van de sociale akkoorden, aldus minister Turtelboom. De budgetten voor de sociale akkoorden zijn wel degelijk voorzien en geïntegreerd binnen het beleidsdomein welzijn, specifiek voor de nieuwe regelgeving over het thuisoverleg psychiatrisch patiënt is in 2015 in een bedrag van 3,235 miljoen euro voorzien. Dat budget werd tot vorig jaar nooit volledig opgebruikt. De regelgeving van 1 april 2012 werd gewijzigd op 18 juni 2014 en dat gebeurde na een eerste evaluatie waaruit bleek dat er veel minder modules psychiatrische zorg dan voorzien werden gerealiseerd. Zo werd onder andere de doelgroep verruimd, werd de vergoeding voor het eerste overleg opgetrokken en worden er vergoedingen voor bijkomende overlegmomenten voorzien, met bedoeling de benutting van het voorziene budget te optimaliseren. Wat betreft de opmerking van het Rekenhof dat sommige groeipaden, zoals de groei van het aantal bedden in woonzorgcentra, onduidelijk zijn, wordt verwezen naar de gegevens die in het begin van de technische begrotingsonderhandelingen werden ingebracht door de administratie. Deze gegevens zijn ondertussen achterhaald, aldus minister Turtelboom, en werden aangepast aan verdere inzichten. Wat betreft het beleidsdomein werk, werden bij initiële begrotingsindieningen 2015 noodgedwongen zowel de beleids- als de apparaatskredieten in zaken overgehevelde bevoegdheden van de arbeidsmarkt in het kader van de staatshervorming op twee verschillende provisieartikelen ingeschreven. Daar er ondertussen duidelijkheid is waar binnen het beleidsdomein werk welke overkomende materie wordt opgenomen, kunnen de beleidskredieten nu nog op de al bestaande of nieuw gecreëerde begrotingsartikelen worden geplaatst. En voor die wijziging komt er een regeringsamendement, waardoor de provisie van 2,1 miljard euro integraal kan worden overgezet in bestaande kredieten van de VDAB en in de nieuwe kredieten binnen het departement WSE. Wat de tweede provisie van 27 miljoen euro betreft, kon volgens minister Turtelboom nog geen toewijzing gebeuren naar een corresponderend begrotingsartikel. Deze provisie bestaat veelal uit loonkredieten voor overkomende personeelsleden en blijft als provisie voorlopig behouden, daar de nominatieve lijsten van overkomende federale personeelsleden nog onvoldoende beschikbaar zijn. Dit zal wel zo snel mogelijk verduidelijkt worden.
Volgens minister Tultenboom hield de zesde staatshervorming een overheveling in van circa 10 miljard euro aan budgetten. Dat is een derde van het vorige budget. Dat er daarbij nog een zeer beperkt aantal zaken niet concreet zijn toegewezen aan begrotingsartikelen, lijkt haar echt niet onlogisch. De provisie voor extra uitgaven van 187,7 miljoen euro in 2014 is, aldus minister Tultenboom, ingeschreven om dringende investeringsnoden die momenteel wegens budgettaire redenen gedeeltelijk worden uitgesteld alsnog te kunnen uitvoeren, mocht de budgettaire situatie dit alsnog toelaten. Met betrekking tot de vraag over nominaal versus structureel evenwicht was minister Tultenboom eerder kort, omdat daarover al een lange discussie werd gevoerd in de commissie. Zij zei een aantal keren te hebben gehoord dat we te veel zouden besparen en te weinig investeren, maar ze verwijst ook naar de opmerkingen in commissie als zouden er twee manieren zijn om het structureel evenwicht te berekenen, waarbij er toch vooral veel onduidelijkheden bleven bestaan over wat nu een structureel evenwicht is en hoe men daar echt kan op landen. Bij de twee verschillende berekeningsmethoden zegt men dat er onderhevigheid is en dat er niet altijd stabiliteiten zijn. Het Rekenhof zegt geen grote voorstander te zijn van het structureel saldo als basis van een begrotingsbeleid, omdat het economisch herstel zeer onzeker is en omdat in economische goede tijden het hoogst twijfelachtig is of er wel beslissingen kunnen worden genomen om de uitgaven te beperken. Het Rekenhof merkte ook op dat de Hoge Raad voor Financiën bij een denkoefening om het begrotingssaldo structureel af te toetsen op tal van moeilijkheden stoten, zodat grote verschillen in de manier waarop gewesten en zoals de grote verschillen in de manier waarop gewesten en gemeenschappen gefinancierd zijn. Volgens minister Tultenboom is het uitzuiveren van de structurele elementen uit onze begroting een nuttige, maar zeker ook een moeilijke oefening. Vervolgens waren er vragen in verband met de verschillen in cijfers tussen het draft budgetary plan dat werd ingediend bij de Europese Commissie en de ingediende begrotingsopmaak. Het ontwerpbegrotingplan dat ingediend werd bij de Europese Commissie is gebaseerd op de informatie die vervat zit in de begrotingsbrochure die bij de septemberbeklaring als bijlage gaat. Deze brochure geeft een eerste vooruitblik op de begroting voor een volgend jaar. Hierbij worden alle politiek relevante keuzes binnen een kort tijdsbestek al op een zo gedetailleerd mogelijk niveau weergegeven. Na de septemberverklaring worden de begrotingsdocumenten definitief gefinaliseerd. De eerste vertaling van de politieke beleidskeuzes bij de septemberverklaring wordt dan verder technisch correct uitgewerkt. Bij deze uitwerking worden ontvangsten en uitgaven soms onder een andere, meer correcte categorie ondergebracht en worden ontvangsten in sommige gevallen geactualiseerd naar aanleiding van eventuele nieuwe parameters. Belangrijk bij deze technische afronding is het feit dat de beleidsintenties zoals voorgesteld in de septemberverklaring niet meer wijzigen. Dat laatste punt is uiteraard ook voor de informatietoezending aan de Europese Commissie een belangrijk aandachtspunt. En daar werd aldus de minister aan voldaan. En zo werd trouwens ook de voorbije jaren gewerkt, waardoor de minister een beetje verbaasd was over de opmerkingen hierover. De minister ging vervolgens dieper in op de opmerkingen van het Rekenhof. Bij de technische bijstellingen is er een verschil tussen de initiële 313 miljoen euro dat uitgebreid werd toegelicht aan de commissie en de uiteindelijke in de begroting opgenomen 325 miljoen euro. En er werd een lijst met de aangepaste 325 miljoen rondgedeeld in de commissie. Binnen de technische bijstellingen is er een wijziging voor wat betreft het toevoegen van rechtspersonen aan de consolidatieperimeter op basis van ontvangsten, namelijk 140 miljoen euro. En deze component bevat drie elementen. Het ESF-agentschap is bij de afronding van de begroting via een correctielijn in plaats van een volledige consolidatie verwerkt. Daardoor vervallen ook de ESR-ontvangsten die ermee gepaard gaan ten belope van 68 miljoen euro. Er zijn ook nog enkele nieuw te consolideren instellingen in de consolidatieperimeter verwerkt bij de definitieve afronding van de begroting. Deze bijkomende consolidatie
heeft zo goed als geen effect op het vorderingssaldo, maar de ESR-ontvangsten nemen hierdoor wel met 18,7 miljoen euro toe. Tot slot werden ook de voorziene ESR-ontvangsten van de instellingen reeds bij de septemberverklaring nieuw in de begrotingsperimeter verwerkt, nog eens met 14 miljoen euro verhoogd. Wat betreft de toename die kan worden vastgesteld in zaken de evolutie van de betaalkredieten, is er tussen de opmaak van het draft budgetary plan en de algemene toelichting een verschil wegens het feit dat de besparing naar aanleiding van de stopzetting van de projectsubsidiering voor sociale koopwoningen een groter negatief heeft in beleidskredieten dan in betaalkredieten. Dat was nog niet verrekend bij de opmaak van het draft budgetary plan, waarin voornamelijk op betaaleffecten werd gefocust. En daardoor neemt ook het verschil tussen de voorziene beleids- en betaalkredieten toe, wat een verklaring vormt voor de toename van de evolutie van de betaalkredieten. Op de vraag over de stopzetting van de uitholling van de kostendekkingsgraad antwoordde de minister dat naar aanleiding van de budgettaire verfijning van de saneringsmaatregelen ook daar een budgetair effect werd vastgesteld. In verband met de vragen over de bouwuitgaven in het licht van scholen van morgen verwees de minister naar het uitgebreide debat dat daarover reeds gehouden was in de commissie. Er werd gekozen voor een pragmatische invulling. Ze worden in de begroting opgenomen op het moment van de uitvoering. Bij grote bouwprojecten zit er soms immers een verschil tussen de uitvoering en de planning en het is budgetair correcter om met de uitvoering in plaats van met de planning te werken. De discussie gaat hier niet over het al dan niet bouwen van de scholen volgens plan, het gaat erom wanneer ze klaar zijn. Een maand eerder of een maand later heeft een groot budgetair effect. De minister komt tot de vraag van de heer Corombe over de inning van de openstaande vorderingen in het rekeningenboek 2013. Hij gaf aan dat er verschillende cijfers zijn over de openstaande vorderingen. Een vordering is altijd een momentopname, aldus de minister. De boekhouding wordt op een bepaalde dag, op 31 december, afgesloten. Het is logisch dat een deel van de vorderingen nog niet kasmatig geïnd is. Doorheen het jaar is de vertraging tussen vordering en effectieve kasontvangst er ook steeds. Omdat deze op 31 december valt en er een groot begrotingstechnisch verschil is met 1 januari, valt het verschil meer op dan tijdens het jaar. De handelsvorderingen in de balans zijn opgesplitst in vorderingen op meer dan 1 jaar en vorderingen op ten hoogste een jaar. De vorderingen op meer dan 1 jaar betreffen voornamelijk de lening aan KBC voor een bedrag van 2 miljard euro. Verder zijn er de vorderingen op ten hoogste 1 jaar die kunnen opgedeeld worden in 3 categorieën. Voorschotten en rollende fondsen, 1,5 miljoen euro. Vorderingen op meer dan een jaar die binnen het jaar vervallen, dat is 351 miljoen euro. En handelsvorderingen voor 1,46 miljard euro. Onder voorschotten wordt verstaan de permanente voorschotten aan de vertegenwoordigers in het buitenland. Ook een voorschot aan de PMV in het licht van hun decretale opdracht voor het fiduciair beheer valt eronder. Onder de vorderingen op meer dan een jaar, die binnen het jaar vervallen, zit er onder meer een deling van de lening van KBC ten belopen van 333 miljoen euro en een korte termijnlening toegekend aan de lijn voor een bedrag van 17,5 miljoen euro. Onder handelsvorderingen vallen ook vorderingen ten opzichte van andere instellingen die in C geen handelsvorderingen zijn. Het betreft hier onder meer een vordering op de BAM van 174 miljoen euro en een vordering op de VMSW voor 59 miljoen euro. Daarnaast zijn er vorderingen die uitgesteld worden in het licht van de verschillende belastingen die Vlaanderen zelf int. Elke maand worden deze vorderingen uitgestuurd. Dat is het moment dat ze ESR-matig worden aangerekend. Economisch staat er op dat moment in de balans van de Vlaamse gemeenschap een vordering open. Aangezien een burger 2 tot 3 maanden tijd heeft tot betaling, afhankelijk van de betaling van de belasting, staat er logischerwijze een heel aantal vorderingen als openstaande schuld in de balans op het einde van het jaar. Dat is het verschil tussen het moment van de vordering en het moment van de betaling. Nu al kan de minister zeggen dat 82% van de openstaande handelsvorderingen effectief geïnd zijn. Ze hoopt dan ook daarmee de heer Krombe te kunnen geruststellen.
Op de vraag van de heer Diependalen of de Europese regels te streng zijn, heeft de commissie het al uitgebreid gehad. De minister stelt voor om enkel te debatteren over wat Vlaanderen zelf in handen heeft. Op een aantal vragen over de economische parameters en consolidatieperimeter heeft de minister eerder al vrij gedetailleerd geantwoord. In september 2014 is er een nieuwe lijst van te consolideren instellingen aangeleverd en vanaf dan bedraagt het aantal bij de Vlaamse begroting te consolideren instellingen 169 instellingen, ofwel 76 extra instellingen. Alleen al door de consolidatie van de erkende kredietmaatschappijen zijn er 48 instellingen aan de Vlaamse consolidatieperimeter toegevoegd. Wat betreft de opmerkingen omtrent de begrotingen van de hogescholen en de universiteiten, wijst de minister erop dat ze wel degelijk ter beschikking werden gesteld in de bijlagen bij het uitgavendecreet. Zoals het Rekenhof opmerkt, zijn deze begrotingen niet volledig geconsolideerd geworden, maar er is wel een analyse van de impact bij een consolidatie in de algemene toelichting onder punt 4.4.6 meegegeven, die uitgaat van budgetneutraliteit. De minister komt dan tot de vragen over de projecten alternatieve financiering. Momenteel werkt de Vlaamse regering aan haar jaarlijkse rapportering in zaken alternatieve financiering van Vlaamse overheidsinvesteringen en dit rapport zal begin 2015 in de commissie besproken kunnen worden. Het betreft een detailanalyse van alle investeringen die via alternatieve financiering verlopen of gepland zijn. Ook in de meerjarenraming is de volledige impact van de projecten alternatieve financiering overigens in rekening genomen. Voor de toekomst wordt onderzocht hoe de rapportering verder kan worden geoptimaliseerd in het licht van recente evoluties en in het licht van de opmerkingen van het Rekenhof. Daarnaast wordt er ook een analyse gemaakt van de projecten die nog door het INR en Eurostat moeten worden doorgelicht, zoals de Via Invest-projecten. Indien blijkt dat op basis van deze analyse preventieve maatregelen kunnen worden genomen, zal dit uiteraard gebeuren. Er waren ook nog vragen bij een mogelijke verkoop van aandelen van de NV Via Invest in de speciale projectvennootschappen aan PMF, een onderdeel van PMV, waarin de privésector voor 85% participeert en PMF maar voor 15%. Het gaat om het uitvoeren van een vroeger voornemen van PMV om na de bouwfase opnieuw geld vrij te maken binnen Via Invest voor eventueel nieuwe projecten. Het heeft dus niets te maken met de consolidatieproblematiek op zich. De minister wijst erop dat het erg moeilijk is om te zeggen wat er allemaal binnen de consolidatieperimeter valt. En zal een gedetailleerde analyse worden gemaakt op het moment dat ze terug naar het parlement komt met de voortgangsrapportering. Over vele zaken heeft Europa nog geen enkele indicatie gegeven dat er eventueel een onderzoek kan komen. De minister wijst op de inkanteling van bepaalde projecten waarvan Europa ooit zijn fiat had gegeven om via een PPS-constructie te werken en waarop later is teruggekomen. Veel is afhankelijk van de Europese regels. Dergelijke lijst maken is echt natte vingerwerk en daarom vindt de minister het niet nuttig. Wat de vragen omtrent Noriant betreft, is het zo dat de dading tussen Noriant en BAM pas op maandag 20 oktober 2014 is gesloten, wat na de indiening van de begroting bij het Vlaams parlement is. Dat is ook de reden waarom dit niet in de begrotingscijfers is vervat. Het is daarbij momenteel ook nog niet duidelijk of er een budgetair effect zal zijn. Dat is afhankelijk van het resultaat van de vraag die de BAM aan de Europese Commissie zal stellen voor het gunnen van de deelopdrachten Linkeroever en Scheldetunnel aan Noriant. Als er op uiterlijk 15 december, dus eergisteren, geen gunstig antwoord is van de Europese Commissie, vallen beide partijen terug op een regeling met een dading. Bij gevolg zal het bedrag van de dading verder ingecalculeerd kunnen worden na 15 december, als de beslissing van Europa bekend is. Er waren ook vragen over de concrete cijfers over de invulling van nieuwe beleidsruimte. Deze werden rondgedeeld in een tabel. Daarin is te zien dat er nieuwe beleidsimpulsen voorzien zijn voor economische relance en maatschappelijke noden. De tabel is ook terug te vinden als bijlage 2 van het verslag.
ook in zaken ONO, ICT-infrastructuur en instandhoudingsdoelstellingen van natuurgebieden zal de Vlaamse regering de nodige inspanningen doen. In totaal goed voor meer dan 100 miljoen euro in beleid en bijna 100 miljoen euro in betaalkredieten. Ook wat betreft de besparingsmaatregelen heeft de minister een tabel laten ronddelen die meer duidelijkheid moet brengen. Hierin worden besparingsmaatregelen uitgesplitst per beleidsdomein. Er is ook gevraagd of er wel voldoende betaalkredieten zijn opgenomen en de minister merkt op dat een besparing van 1,14 miljard euro in één jaar tijd een enorme inspanning is en dat daarvoor uiteraard volgehouden opvolging op het terrein nodig is voor de daadwerkelijke implementatie. Eventuele bijstellingen zijn niet uit te sluiten, maar maken deel uit van een normale begrotingscyclus met een begrotingsopmaak en nadien eventuele begrotingsaanpassingen. Tot daar de reeks antwoorden van mevrouw de minister. De discussie gaat dan verder. Meneer Bertels is verbaasd over een aantal antwoorden van de minister. Hij had ook nog enkele inhoudelijke punten bij het agentschap Zorg en Gezondheid. De minister wenste hier echter niet op te antwoorden. Daar inhoudelijke punten die betrekking hebben op bepaalde beleidsdomeinen toebehoren aan bevoegde commissies. Volgens de heer Bertels zijn er blijvende onduidelijkheden vanwege Europa met betrekking tot de consolidatiekring en hij vroeg of er in de meerjarenraming voor de consolidatiekring andere zaken zijn opgenomen dan in de begrotingen 2014 en 2015. De minister bevestigde hierop dat dezelfde consolidatieperimeter is opgenomen als voor 2015, ook voor de hogescholen en universiteiten. Meneer Bertels vindt dat dit een discussiepunt blijft. De heer Nroska had er zijn twijfels bij of de begroting die nu wordt ingediend in evenwicht is. Excuseer voor de foute uitspraak. Misschien is het op papier in evenwicht, maar er zijn risico's niet ingecalculeerd. Het rekenhof heeft volgens hem gewezen op een onderraming in een aantal zeer specifieke posten. Bijvoorbeeld over Brabo 1 en Brabo 2 zegt het rekenhof dat daar 38,7 miljoen euro voor nodig is, terwijl de begroting 2015 daarvoor slechts 30 miljoen euro voorziet. Volgens minister Wijs, aldus de heer Joska, zal dat wel worden opgelost bij de begrotingsaanpassing. De heer Joska vindt het al moeilijk voor het parlement om die hele begrotingsdocumentatie te lezen, maar als er een onderraming is van bepaalde uitgaven, dan blijkt uit een opmerking zoals die van minister Weitz dat het grote evenwicht op papier in werkelijkheid absoluut niet wordt gehaald. Bij een optelling van wat er nog in de begroting 2015 moet worden opgenomen, aldus de heer Joska, komen we op meer dan 100 miljoen euro uit. Gezien het precair kader waarbinnen moet worden gewerkt, zal dat bedrag niet gemakkelijk te vinden zijn. Europa wordt verweten niet duidelijk te zijn en natte vingerwerk te leveren, maar al dus de heer Joska, als de kritiek van het rekenhof in aanmerking wordt genomen en voor een deel ook de opmerkingen van de SERF, zeker met betrekking tot de PPS-constructies, dan blijkt dat de minister Turtelboom het parlement in grote mate natte vingerwerk voorlegt. Hierop deed de heer Diependalen opmerken dat de oppositie altijd zegt dat de begroting niet zal kloppen, maar als blijkt dat de rekening wel klopt, dan is de oppositie niet aanwezig op het debat. De heer Diependalen betreurde dat er heel veel thema's ter sprake komen die eigenlijk in de bevoegde... Dus de heer Diependalen betreurde dat er heel veel thema's ter sprake komen die eigenlijk in de bevoegde commissies aan bod zouden moeten komen. Hij heeft het debat in de commissie openbare werken, waar de heer Joska naar verwees, niet gevolgd en dat vindt hij vervelend. Nu komen we aan de meerjarenraming 2015-2020. Minister Turtelboom gaf hierover een toelichting. Ze verklaarde dat de meerjarenraming conform artikel 6, paragraaf 2 van het rekendecreet in het parlement is ingediend een maand na het indienen van de begroting. Het gaat hier om een raming van de budgettaire evoluties waarbij alle relevante informatie is opgenomen om een accurate inschatting van de beleidsruimte van de komende jaren te krijgen.
De raming is evenwel sterk afhankelijk van de gehanteerde economische parameters. De minister ging ook in op de vragen of deze raming eventueel al bij het indienen van begroting kan worden meegegeven, zoals de Algemene Bepalingenwet dat voorschrijft. Zoals het Rekenhof ook opmerkte, zijn er bij die meerjarenraming veel nieuwe factoren in rekening genomen, zoals de zesde staatshervorming, het verstrengd begrotingstoezicht en de recurrente maatregelen op de uitgaven. Als men er naar aanleiding van de evaluatie van het rekendecreet voor opteert om een meerjarenraming in de toekomst samen met de begroting in te dienen, zal moeten worden nagegaan hoe de voorbereiding praktisch kan worden ingekanteld in de werking van de administraties en kabinetten. De minister is bereid daarover na te denken, al zal het niet eenvoudig zijn. De minister is zich ook bewust van de beperktheden van deze raming vanwege de talrijke onzekerheden die erin vervat zitten. Zo gebruikt men aan de inkomstenzijde de laatst beschikbare economische parameters. De groeiprognoses zijn gebaseerd op de economische begroting van september 2014, terwijl de inflatievooruitzichten aangepast zijn aan de meest recente gegevens van het Federaal Planbureau, met name de consumptieprijsindex van 4 november 2014. Dit heeft onder meer een daling van de inkomsten uit de samengevoegde belastingen tot gevolg in 2016 en de volgende jaren. Economische parameters gaan gepaard met veel onzekerheden. Daarom is het ook een raming die zich naar gelang de economische evolutie anders kan voordoen. Wat de uitgavenzijde betreft wijst de minister erop dat er rekening is gehouden met zowel de uitgaven bij constant beleid als de nieuwe uitgaven naar aanleiding van de overgeheveld bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming. De maatregelen die genomen zijn bij de begrotingsopmaak 2015 zijn daarbij doorgetrokken in de daaropvolgende begrotingsjaren of komen verder op kruissnelheid, terwijl andere maatregelen na een bepaalde tijd worden stopgezet. Ook zijn alle contractuele verplichtingen die voortvloeien uit de diverse alternatief gefinancierde projecten budgetair vertaald. Bij de evolutie van de uitgaven is evenwel geen rekening gehouden met de directe en de indirecte effecten van federale maatregelen die momenteel nog in voorbereiding zijn, zoals de vooropgestelde indexsprong en de verhoging van de forfaitaire belastingsaftrek voor beroepskosten. Voor de berekening van het gecorrigeerde vorderingssaldo zijn de ESR-correcties naar aanleiding van het verstrengd Europees begrotingstoezicht in rekening genomen, aldus de minister. Zo is er door het opschuiven van de bouwkalender in het project Scholen van Morgen een verlengd meerjarig effect te verwachten op het vorderingssaldo vanwege de voorgang in zaken bouwkost en de aanrekening van de BTW bij oplevering. Een andere ESR-correctie betreft de aanrekening van de uitgaven in het kader van VIPA, zowel wat de negatieve correctie in zaken investeringsuitgaven als wat de positieve correctie in zaken de hospitaalcomponent in het gebruikstoelage betreft. Wanneer men alles in rekening neemt, vertoont het gecorrigeerd vorderingssaldo voor begrotingsjaar 2016 een tekort van 367 miljoen euro. Volgens dezelfde prognoses wordt in de daaropvolgende jaren een overschot verwacht. Deze raming toont volgens de minister aan dat gezien het onzeker economisch klimaat en het effect daarvan op de inkomsten de begrotingsopmaak 2015 zeker geen eindpunt is. Het werk is nog niet af, maar de raming toont ook duidelijk aan dat er in de latere jaren van deze legislatuur opnieuw beleidsruimte kan worden gecreëerd om de nieuwe beleidsimpulsen in economische relance en maatschappelijke noden te kunnen uitvoeren en eventueel te kunnen verstrekken. Tot daar de toelichting en nu komen we aan de opmerkingen en de vragen van de commissieleden. Heer Bertels stelt de volgende vragen. Hij heeft begrepen dat bij de ESR-correcties in de PPS-verrekeningen de perimeter dezelfde is gebleven en hij vroeg aan de minister of het tekort van de gemeenten constant werd gehouden of niet. Ook begrijpt hij de herraming niet die de minister in de meerjarenplanning doet met betrekking tot de elasticiteit die van 1,5 naar 1,15 daalt.
Verder vraagt hij naar het waarom van de keuze die de Vlaamse regering heeft genomen voor de herrekening van de opzendteamen die de minister nu volledig ten laste heeft genomen van het begrotingsjaar 2018. De heer Bertels had nog een heel specifieke vraag met betrekking tot de kosten voor de kinderbijslag. Er staat dat die kosten zijn verwerkt en dat de besparingen recurrent zijn doorgetrokken. Betekent dat dan de niet-indexering recurrent is doorgetrokken? In het competitiviteitspact staat immers uitdrukkelijk dat die vanaf 2017 wel opnieuw ingeschreven is. Bij de kinderbijslag staat net het tegenovergestelde. De heer Bertels wil graag een toelichting bij de efficiëntiewinsten waarin minister Turtelboom voorziet bij de provincies in het kader van de onroerende voorheffing, waarbij wordt uitgeklaard dat de reden is voor de stijging van de onroerende voorheffing. De spreker heeft een vraag over de alternatieve financiering van het FIPA. Vanaf 2016 voorziet de minister plus 12 miljoen euro, maar dat is alleen voor de gemachtigde projecten. Betekent dat dat er vanaf 2016 geen nieuwe projecten kunnen worden gemachtigd? Het parlementslid verwijst naar het cijfer met betrekking tot de zogenaamde A1 van het budget financiële middelen voor de ziekenhuizen, onder meer voor grote onderhoudswerken. Minister Van Deursen verklaarde dat er nog overleg bezig was met de federale regering daarover. Op pagina 26 leest hij nu een globaal bedrag voor A1, A3 en C3. Welk bedrag is er dan voor A1 voorzien, de onderhoudswerken? Voor het normerende kader van het doelgroepenbeleid voorziet de minister in een reële nulgroei. Dat lijkt de heer Bertels vreemd, omdat men vindt dat er geen extra tewerkstelling zal komen. De ontvangsten voor de lijn stijgen gewoon met de inflatie. De heer Bertels vraagt of dat wil zeggen dat de minister ervan uitgaat dat de prijsverhogingen die de Vlaamse regering wil invoeren zullen worden gecompenseerd door een lager passagiersaantal, want anders klopt volgens hem dat verhaaltje niet. Wat is aangekondigd, maar wat de heer Bertels niet heeft teruggevonden, is de 320 miljoen die de stad Antwerpen zou moeten hebben betaald met betrekking tot de mobiliteit in de stad. Dat bedrag zou worden overgenomen door Vlaanderen, waardoor de stad Antwerpen dat geld in de overkapping van de ring kan stoppen. Klopt dat of niet? Tot zover de vragen van de heer Bertels. De heer Crombé merkt op dat de begroting blijkbaar nog elke week wordt bijgestuurd en illustreert dit met een paar voorbeelden. De minister zegt dat er dingen en cours de route veranderen en het parlement probeert precies te begrijpen wat er aan het veranderen is volgens de heer Crombé. Er is de discussie over hoe we de begroting moeten beheren en of we naar tekorten of evenwichten moeten. De minister zegt dat het in evenwicht zal zijn, maar op dit moment in de stand van besprekingen is er volgens de heer Crombé al een tekort op 3 eenvoudige posten. In onderwijs heeft de minister toegegeven dat er voor de scholenbouw en voor de beurzen een tekort is. In de berekeningen voor de kinderbijslag, voor de timing van de inflatie, had men een besparing van 63 miljoen euro, maar die is er ook niet volgens het parlementslid. In de begroting voor volgend jaar legt de regering dus geen evenwicht. Klopt het dat de lastenverlaging voor de bedrijven het competitiviteitspact is uitgesteld naar 2017? In dat competitiviteitspact zat ook een verlaging van de lasten op outillage en materieel, volgens de heer Crombé. Is het juist dat die beslissing niet meer in de meerjarenbegroting staat? Dat is zijn eerste vraag, die 325 miljoen euro en de onduidelijkheid daar rond. Volgens hem is er een discussie of de begroting in evenwicht is of niet. Hij vindt van niet. Het Rekenhof heeft duidelijk aangegeven dat de herfstvooruitzichten van de Europese Commissie een vertraging voorspellen waar de minister het beste rekening mee houdt. Het gaat over 200 miljoen euro. De verwachting is dus dat de minister niet alleen een tekort heeft voor volgend jaar, maar dat dat ook zal toenemen. Wat is dan het nut van een provisie van 187,5 miljoen euro voor dringende investeringen als de budgettaire situatie het toelaat? De heer Crombé zegt dat men moet oordelen over een begroting los van de gigantische kredieten, de volmachte kredieten op de overgedragen bevoegdheden. Men weet voor een groot deel niet wat erin zit en de cijfers zijn zeer onduidelijk. Dan is er nog een enorme provisie
een veelvoud van de verhoging van het inschrijvingsrecht voor het hoger onderwijs. De heer Crombeek komt dan op een volgend punt. Als Europa zegt dat het structurele pad wil kennen, dan kan dat worden berekend. Er zijn meerdere berekeningswijzen. Men kan het nominaal uitzuiveren voor het conjuncturele en men kan het uitzuiveren voor het conjuncturele en de eenmalige maatregelen. Dan kan je op verschillende manieren doen, maar dat is een conventie. In het overlegcomité zouden de afspraken tussen de verschillende overheden opnieuw gemaakt moeten worden. Men heeft al gezegd dat dat zo is voor het lokale niveau, maar ze zijn niet bevestigd door de verkiezingen. Dat heeft het Rekenhof vorige week gezegd. Als de overheden afspreken om gezamenlijk naar het structurele te kijken, dan is dat een conventie. Jaarlijks zegt de Nationale Bank hoe ze overgaat van het nominale naar het structurele. Waarom zou dat voor een regering een probleem zijn? Het is de bedoeling dat de overheden in het overlegcomité afspreken wat de begrotingspaden zijn en op meerdere jaren. Het structurele is volgens de heer Crombeek belangrijk, te meer daar de verwachting is dat de economie nog vertraagt. Er zal een tekort zijn in 2016 en dan blijf je naar grotere tekorten gaan. De heer Crombeek vraagt dan aan de minister of ze in het overlegcomité die discussie met het federaal wil voeren om gezamenlijk dat structurele pad te maken. De meerjarenbegroting is inderdaad een raming. Maar het document dat de minister heeft meegegeven is enorm verhelderend over een aantal politieke en beleidskeuzes. Als je vooral met onderwijs en zorg te maken hebt in je begroting, moet je ervoor zorgen dat je in slechtere tijden niet op die twee zaken bespaart, meent de heer Crombeek. Heer Crombeek komt dan terug op de vorderingen en hij dankt de minister voor haar toelichting. Hij heeft nooit de focus gelegd op de vorderingen van minder dan een jaar. En die uitleg is duidelijk met de info die hij gekregen heeft van de minister. Er zijn dan de handelsvorderingen. De minister heeft gezegd dat daar 174 miljoen euro van de BAM in zit. Dan blijft er nog ongeveer 1,2 miljard euro over. Dat gaat over de belastingen, maar daarin is men al efficiënt, is gezegd. Volgens de heer Crombeek zijn er maar twee mogelijkheden. Ofwel zijn de 1,2 miljard over minder dan een jaar allemaal belastingen. En dan neemt de heer Crombeek geen vrede met de boodschap dat men efficiënt genoeg is. Ofwel zitten er in die 1,2 miljard euro nog andere dingen. En hij zou dan ook graag weten waar het over gaat. De heer Crombeek wil geen intentieverklaring afleggen over wat het Rekenhof kan hebben bedoeld, maar als men het heeft over een sterke toename van de vorderingen in minder dan een jaar, dan zal het Rekenhof willen weten wat er aan de hand is met de inning van de belastingen. Die 1,2 miljard euro aan onduidelijke vorderingen is evenveel als de totale besparingen van de Vlaamse regering voor volgend jaar. Wat de lokale overheden betreft vraagt de heer Crombeek zich af of de minister de vennootschapsbelastingen intercommunales meeneemt naar het overlegcomité. Het gaat om een federale beslissing die een impact kan hebben op de gemeentefinanciën en op de GESCO's. Er zit een enorm effect op de meerjarenraming van tekort naar overschot. De heer Crombeek wijst erop dat de drie posten kinderbijslag, scholenbouw en studiebeurzen met een tekort zitten. Volgens het Rekenhof voorspellen de herfstprognoses een neerwaartse groei. Bestaat een groot verschil tussen de 1,5% volgend jaar en de 1,7% in 2017. Wanneer de elasticiteit op de ontvangsten sterk daalt naar 1,5% naast die hoge groeivoet, hoe kan men die raming dan als iets redelijk stevig zien? De minister heeft het ook gehad over een tekort in 2016 en over overschotten vanaf 2016. Hij heeft daarbij de vraag of het de bedoeling is dat tekort in één keer weg te werken in 2016, want dat kan nergens uit afgeleid worden. De verwachte groeivoeten zijn negatiever dan de groeivoeten die worden gebruikt. En wat verder met de grote impact van de neerwaartse bijstelling van de elasticiteit? Als die groeivoeten zich doorzetten, zit men niet alleen in 2016 opnieuw met een besparing in onderwijs en zorg, maar misschien ook in 2017. Dat staat ook in de herfstprognoses van de SERF.
Het gaat over 330 miljoen euro voor Vlaanderen, 400 miljoen euro voor de regio's. In 2018 staat er nu al een tekort ingeschreven. Men kan dus niet zomaar overschotten realiseren. In de meerjarenraming staat dat er diverse verplichtingen zijn die alternatief gefinancierd zijn. De heer Crombé vraagt zich af wat dat betekent voor Via Invest en Lijn Invest. Dat valt nergens uit op te maken. Heeft de minister achter die cijfers een lijst van de projecten? Wat ziet daar dan wel in en niet? In 2016 is er een tekort van 367 miljoen euro. In datzelfde jaar zit er voor 420 miljoen euro herclassering. En de heer Crombé vraagt zich dan ook af of het klopt dat het niet noodzakelijk is om al die herclasseringen in één jaar te nemen. Hoe moet de bijzondere financieringwet worden gelezen in de meerjarenbegroting, vraagt hij zich verder af. De personeelsenveloppes komen echter geïndexeerd. Wat betekent dat? Als de federale overheid beslist de index voorlopig niet door te vuren, wat betekent dat dan voor 2015? Hij verwijst ook naar de ramingen van de ontvangsten in tabel 2.6, waarbij hij geen enkele uitleg voor vindt. De onroerende voorheffing voor 2015 en 2016 stijgt met 15%. Nadien blijft het vlak en hij vraagt zich af of dat daarvoor een verklaring is. Ten slotte heeft hij het nog over het technologie-effect en een vergroeningseffect. Minister Muiters heeft dat volgens de heer Combré in het verleden al grondig toegelicht. Het vergroeningseffect doet zich echter niet voor. Er is een toename van slechts 0,5%. Zal de regering daar al dan niet aan remediëren? En de heer Combré vraagt zich ook af of er rekening is gehouden met de responsabiliseringsmechanismen voor de klimaatmiddelen in de meerjarenbegroting. Wordt in de meerjarenraming rekening gehouden met de prognoses voor de vergrijzing, laat staan de verhoging van de pensioensleeftijd? De heer Crombé vindt dat de ramingen van de verschillende overheden daar rekening mee zouden moeten houden. Tijdens de septemberverklaring reageerde de meerderheid nogal fel toen de heer Crombé een vraag stelde over de zorguitgaven. De vraag die hij stelde was of er met de cijfers die men tot dan had een besparingspad is in welzijn. Hoewel dat werd ontkend, staat er in de meerjarenbegroting dat er een besparingspad is voor welzijn, ook al gaat het om een raming. De vraag van de heer Crombé is dan ook in hoeverre daar rekening is mee gehouden. Voor het parlement is het ook belangrijk te weten wat de uitgangspunten van de minister zijn. De vraag is of dit niet vermijdbaar is. Wat de woonbonus betreft, is er in zaken de fiscale uitgaven 2015-2020 sprake van een toename van 661 miljoen euro. De meerjarenbegroting zou rekening houden met politieke afspraken. Betekent dit dat er rekening wordt gehouden met de fiscale uitgaven in de woonmaterie? Worden bijvoorbeeld de veiligheidsinvesteringen verminderd? Is er in de meerjarenbegroting rekening gehouden met wat de federale overheid doet en een impact heeft op de wooninvesteringen? Er wordt gesteld dat er een pad is van 3% toename voor de uitgaven ONO. De heer Crombé vindt dat nergens terug. Waar kan hij effectief vaststellen dat er is voorzien in een toename met 3% voor die materie? In de meerjarenraming staat ook een overzicht van de besparingen. In die tabel is er sprake van een stijging van 447 miljoen euro. Er is echter een verschil van 50 miljoen euro met de toelichting, vanwaar dat verschil tussen de tabel en de toelichting. Soms worden er vragen gesteld over de noodzaak van sommige ingrepen. De Nationale Bank heeft een rapport gemaakt over de vraag of er moet gewerkt worden aan de uitgaven. Absoluut, meent de heer Crombé, maar we moeten wel opletten voor sommige ingrepen op de uitgaven. Men moet voorzichtig zijn met alles wat de werkstelling en arbeidsmarkt kan stimuleren, aldus de Nationale Bank. Bij werk staat er in de meerjarenraming een bedrag van 66 miljoen euro extra inspanningen. De heer Crombé vraagt zich af waar het precies over gaat en of er enig verband is met het competitiviteitspact of andere lastenverlaging. En volgens hem zit er in de laatste alinea over mobiliteit en openbare werken een black box.
Daar staat dat er tijdelijk en langzaamaan een pad wordt gemaakt. De heer Crombé vraagt wat daarmee wordt bedoeld. Hij vindt daar geen aanknopingspunt wat dat zou kunnen betekenen voor de meerjarenbegroting. Maar misschien weet de bevoegde minister zelf nog niet wat hij ermee gaat doen en dat is volgens de heer Crombé wel eerbaar. De spreker begrijpt ook niet hoe men kan uit de meerjarenbegroting afleiden dat het klopt dat de volledige enveloppe voor de renovatiepremie wordt teruggezet. Men was van 89 miljoen euro tot die besparing van 69 miljoen euro gekomen. De bevoegde minister Homans heeft in de plenaire vergadering gezegd dat de hele enveloppe zou terugkomen. Hoe kan men dat in de meerjarenbegroting zien? De heer Joska heeft nog enkele bijkomende vragen en opmerkingen bij de antwoorden van minister Turtelboom op de antwoorden van het Rekenhof. De minister zei dat het met die PPS'en wat moeilijk is in Europa en dat het wat natte vingerwerk is. We moeten op dit moment de consolidatieperimeter die telkens groter wordt regelmatig aanpassen. De heer Joska zegt een andere lezing van de feiten te hebben. Europa laat niet een oranje, maar een rood licht knipperen. In het verleden is men rustig door het rood blijven rijden in de hoop dat de politieagent op het kruispunt geen boete zou uitdelen. De meerjarenraming bevat een overzicht van wat minister Turtelboom allemaal binnen de perimeter voorziet. De heer Joska zegt dat in de meerjarenraming niets terug te vinden is over het Oosterweelproject. Volgens hem heeft Europa daarover heel wat terechte opmerkingen. Hij vraagt of hieruit mag afgeleid worden dat de Vlaamse regering de volgende 5 jaar geen enkele terreinwinst zal boeken, aangezien het ook niet is opgenomen in de cijfers van de meerjarenraming. In het advies van de SERF bij de begroting ziet heer Joska alvast op 1 punt een parallel met wat het Rekenhof zegt, namelijk met betrekking tot de beleids- en beheersmatige aanpak van al die PPS-projecten. Het is volgens hem niet toevallig dat de SERF daar in ruime mate op focust. Dat is een herhaling van de vraag van het Rekenhof. Ondanks het antwoord van de minister daarop blijft de heer Joska het een ongelooflijk risico vinden. Pas nu zien we met mondjesmaat de impact op de begroting van heel wat van die PPS-projecten. Nog maar recent waren er berichten over de bouw van nieuwe bruggen over het Albertkanaal. Als die kloppen, komt er volgend jaar in de begroting nog een stuk bij van het een project waar iedereen inhoudelijk wel achter staat, maar waarvoor dan toch blijkbaar in het verleden voor de zoveelste keer een verkeerde formule werd gekozen om het te realiseren. Daarvan is ook niets terug te vinden in meerjarenraming. De heer Joska vermoedt dat de minister Turtelboom nog niet op de hoogte was van wat daar precies het probleem was. De heer Joska sluit zich ten dele aan bij wat de heer Crombé zei over de 187,5 miljoen euro voor nieuwe investeringen. Minister Turtelboom heeft daarover gezegd dat indien mogelijk die investeringen zouden worden gedaan. Zij heeft daarvan ook een opsomming gemaakt. Maar in de meerjarenraming leest de heer Joska dat de grootste tegenstander van de minister bij de opmaak van de meerjarenraming, maar eigenlijk ook van de meerjarenbegroting, de economische groeicijfers zijn. Hij denkt dat de cijfers die nu naar boven komen voor een deel in het nadeel van de minister zullen spelen. Gezien alles wat er op ons afkomt, is de kans zeer groot dat de nu nog niet toegekende extra buffer zal verdwijnen. Ik kom aan uw stuk. Mevrouw Maas, maar kunt u niet te gedetailleerd het verslag verder afwijken? Want op deze manier zijn we om 1 uur volgens mij nog bezig. Ja, ik zal dan een aantal dingen samenvatten. Ja, meneer, maar natuurlijk, de bedoeling van de verslaggever is eigenlijk dat hij de grote lijnen weergeeft van het debat, maar natuurlijk niet elk detail gaat weergeven. Hè. Dat kunnen we in het verslag zelf lezen. Dus ik zou toch willen vragen om tot een soort afronding te komen. Mevrouw Turtelboom gaat nog in op een aantal, geeft nog antwoord op de bijkomende vragen en die kan u dan in het uitgebreide verslag van 105 pagina's lezen. En dan is er uiteindelijk een debat gekomen over de analyses van de meerderheid en de oppositie.
Er ontspond zich een debat over de alternatieven die door de oppositie naar voren werden geschoven. En dit debat werd gevoerd door de heren Somers, Crombé, Diependaal en Van de Heuvel. Ik was eigenlijk van plan om hier heel weinig over te zeggen, omdat ik vermoed dat u daar allemaal in uw tussenkomsten gaat op terugkomen. Dus ik wou dit zeer beperkt houden. En minister Turtelboom vond het een geanimeerd en boeiend debat en geeft nog het volgende mee. Het gros van de openstaande vordering, ik ga hier nog even op in, omdat dat ook nog terugkomt in een van de amendementen. Dus het gros van de openstaande vorderingen is effectief geïnd. Uit de gegevens van drie kwartalen blijkt al dat 82,67% van de vorderingen is geïnd. De heer Crombé vraagt naar de invorderingen omdat hij wil weten wat de impact daarvan is op de begroting. Als het effectief klopt dat de vorderingen sneller worden geïnd, moet dat worden vertaald in de basis van 2014 en is dat zelfs goed nieuws voor de begroting van 2015. Minister Turtelboom zegt dat de basis van de incohering wordt aangerekend. Dat op basis van de incohering wordt aangerekend in het ESR-vorderingssaldo. En ze zegt dat dit de voorbije jaren ook steeds zo was. Men ziet na drie kwartalen nu al op 82% en het eindpercentage zal opnieuw worden gehaald zonder te versnellen. Het ritme wordt gewoon aangehouden. Na nog verdere discussie stelt minister Turtelboom voor om op het moment dat de rekeningen 2014 afgesloten worden, een debat te houden en ze te vergelijken met 2013 en 2012. De minister begrijpt de bekommernis nu beter. Als de volumes stijgen en dalen, is er inderdaad een impact op begroting. En ze heeft nu geen gedetailleerde cijfers van hoe het is geëvolueerd. Ze zegt alleen dat men op een invorderingspercentage ziet dat logisch is. Ook het getal is logisch om in te schrijven. Er zijn meerjarenramingen en daarin moet men realistische inschattingen maken. Men moet ook niet masochistisch zijn, maar men moet een evenwicht zoeken, zeker op budgetair moeilijke, economisch kwetsbare momenten. Dan moet men ervoor zorgen dat de inningen goed lopen om zo de begroting te kunnen stutten in de jaren dat nodig is. De minister besluit de verdere discussie met de samenvatting dat als er minder wordt doorgestort, men meer in kas heeft. En dan komt men aan de artikelsgewijze bespreking en de eindstemming. Dus ik overloop kort de vier ontwerpen. Het ontwerp van decreet houdende de aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014. Hierop waren geen amendementen. De artikelen en de tabellen werden aangenomen met 12 stemmen voor en 3 tegen. Het ontwerp van decreet werd ongewijzigd aangenomen met 12 stemmen voor en 3 tegen. Het ontwerp van decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavensbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014. Wat betreft het corpus van het decreet waren er amendementen van de Vlaamse regering op artikels 1, 3, 34, 49, 52, 58 en 84. En telkens was de stemming 12 voor en 3 tegen. Dit zowel voor de amendementen, de gewijzigde artikelen als de artikelen zonder amendementen. Op de tabel waren er amendementen die door de indieners werden ingetrokken. Dat waren amendementen 1 en 2. Amendementen nummers 10 tot 12 van de Vlaamse regering wijzigen de tabel op diverse plaatsen. Bij amendement nummer 16 vraagt de heer Bertels of dit amendement bepaalt dat de beleidskredieten voor de kabinetten worden verhoogd. En minister Turtelboom ligt daarop toe dat deze verhoging te maken heeft met het feit dat er in deze regering in vergelijking met de vorige een extra vice-minister-president is en dat die dus een extra kabinet heeft. De amendementen van 10 tot 25 worden aangenomen met 12 stemmen tegen 3. De eindstemming, het geamendeerde ontwerp van decreet, wordt aangenomen met 12 stemmen voor en 3 tegen.
Het derde ontwerp, het ontwerp van decreet houdende de middelbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015. Wat betreft het corpus van het decreet, daar is een amendement van de Vlaamse regering op artikel 3. Zowel het amendement, het gewijzigde artikel, als alle niet gewijzigde artikelen worden aangenomen met 12 stemmen tegen 3. Op de tabel zijn er 3 amendementen van de Vlaamse regering die allen worden aangenomen met 10 stemmen tegen 3. Er worden ook 2 amendementen ingediend door de heer Bertels, dat zijn amendementen 6 en 7. Amendement 6 strekt ertoe de algemene ontvangsten en de toegewezen ontvangsten aan te passen. Dit gaat over de hele discussie van daarnet over die 1,2 miljard. En amendement 7 van dezelfde indiener wil een nieuw begrotingsartikel invoeren voor opbrengsten uit een tolheffing voor vrachtverkeer in de Liefkenshoek-tunnel. En dit kan volgens hem 40 miljoen euro extra inkomsten opleveren. De heer Diependalen stelt dat het geheel van de amendementen van de fractie van de heer Bertels bij de middelen- en uitgavenbegroting niet budgetneutraal is. De SPA geeft volgens de spreker duidelijk aan dat ze voor 2015 in het rood wil gaan. De fractie graaft dus wel degelijk putten. Er was nog een tussenkomst van de heer Crombé, waar een aantal van de vroeger aangehaalde punten nog herhaald werden. En uiteindelijk werden de amendementen 6 en 7 verworpen met 3 stemmen tegen 12. De eindstemming over het decreet, gewijzigd met de aangenomen amendementen, wordt aangenomen met 12 stemmen tegen 3. Ten slotte het vierde ontwerp van decreet houden de algemene uitgavingsbegrotingen van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015. Over het corpus van het decreet waren er amendementen van de Vlaamse regering op de artikels 1, 2, 3, 18, 62, 92, 101, 104, 130 en 139 en een voorstel tot een nieuw artikel 18-1. Al deze wijzigingen werden goedgekeurd met 12 stemmen tegen 3. Er waren 2 amendementen van de dames Gené, Soens en Meuleman op respectievelijk artikel 17 en 18. En deze werden allebei verworpen met 2 stemmen tegen 12 bij 1 onthouding. Alle ongewijzigde en door amendementen gewijzigde artikelen werden aangenomen met 12 stemmen tegen 3. Door de aanneming van amendementen 20 en 21 werden de artikelen 19 tot 62 hernummerd. Op de tabel werden ook diverse amendementen ingediend door de leden van de oppositie en deze amendementen werden gezamenlijk besproken. Hierop heeft de heer Diependalen een korte rekeningoefening gemaakt hoeveel de oppositie met die amendementen in het rood zou gaan. En zonder exact te kunnen rekenen kwam hij op een extra tekort van een kleine 100 miljoen euro. Ik ga ervan uit dat hij dat zelfs nog zal toelichten. Er was nog een hele discussie over amendement nummer 83. Dat gaat over het gratis openbaar vervoer voor parlementsleden. Daar betreurt meneer Diependalen dat de SPA een amendement indient over een thema dat wordt uitgewerkt door het uitgebreid bureau in het kader van de meerjarenbegroting van het Vlaams parlement zelf. Alle partijen zijn het erover eens dat er een einde moet komen aan het gratis openbaar vervoer voor de parlementsleden en niet de SPA alleen, zoals door dit amendement zou uitschijnen. De heer Zoskal kondigt aan dat hij zich zal onthouden bij de stemming over dit amendement, omdat het niet helemaal overeenstemt met de afspraken binnen het uitgebreid bureau. De heer Crombé stelt daarop vast dat het mogelijk is om snel een beslissing te nemen als het gaat over de verhoging van de tarieven voor de gezinnen. En volgens hem moet een snelle beslissing dan ook mogelijk zijn als het gaat over parlementsleden. Ook de heren Van den Heuvel en Frederik Willem Schiels mengen zich in dit debat
En meneer Somers vindt dat men het recht van de parlementsleden op gratis openbaar vervoer in vraag mag stellen als bijvoorbeeld senioren daar geen recht op hebben. Hij verwijst naar de discussie in het uitgebreid bureau, zegt dat daar de consensus aan het groeien is en vraagt om dit amendement terug te trekken. Amendementen die werden ingediend door leden van de oppositie worden alle verworpen met 3 stemmen tegen 10, met uitzondering van amendement nummer 9 en 83, die betrekking hebben op het gratis openbaar vervoer voor parlementsleden. Deze 2 amendementen worden verworpen met 2 stemmen tegen 10 bij 1 onthouding. Bij de tabel worden er diverse amendementen ingediend door de Vlaamse regering. Die worden allen aangenomen met 10 stemmen tegen 3... uitgezonderd amendementen 50 en 51 die worden aangenomen met 11 stemmen tegen 3. De eindstemming, het onderwerp van decreet houdende algemene uitgavenbegroting, wordt aangenomen met 10 stemmen tegen 3. Tot zover het verslag. Dank u wel, mevrouw Maas. Zijn er nog vragen naar de verslaggevers toe? Zo nee, zijn er verslaggevers van het ontwerp van decreet houdende bepaling tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 of van het ontwerp van decreet houdende bepaling tot begeleiding van de begroting 2015 die het woord vragen? Dat is het zogenaamd programmadecreet. Niemand van de verslaggevers. Dan geef ik nu graag het woord aan de heer Matthias Diependalen. Goedemiddag ondertussen. Eerst en vooral ook mijn dank aan de verslaggevers. En we weten nu dat het niet enkel de oppositie is die kan filibusteren. Wij kunnen er ook iets van. Ik heb mijn vrouw al gezegd dat ze een bord minder mag plaatsen op kerstavond. Maar goed, meneer de voorzitter, meneer de minister-president, heren en dames ministers, collega's. De komende 2 dagen is het eindelijk aan ons om als volksvertegenwoordigers ons uit te spreken over de voorliggende begroting. En eigenlijk is dat na de regeerverklaring en de septemberverklaring de 3e keer dat we het hier gaan over hebben. Maar het onderwerp is dan ook dan meer dan belangrijk genoeg om dat te doen. Want we maken immers keuzes voor de toekomst. De begroting voor 2015 is de voorbije weken ook grondig besproken geweest in de verschillende commissies. Getuige daarvan de uitgebreide verslaggeving. En ik wil daarbij trouwens alle fracties bedanken voor de levendige debatten die we konden voeren. Een volwassen democratie heeft nood aan dergelijke goede debatten. Nu, samen met nog enkele mensen hier behoor ik tot een jongere generatie Vlamingen. De grote besparingen uit de jaren 80, 90 van de vorige eeuw, het Sint-Anna-plan en het Globaal Plan, die ken ik eigenlijk alleen maar uit de geschiedenisboeken of van verhalen van collega's die al wat langer meedraaien zonder iemand specifiek in het hoofd te hebben, meneer de voorzitter. Ik was toen in alle eerlijkheid zelfs nog niet bezig met de politiek. En vandaag zijn er andere mensen die ook nog niet bezig zijn met politiek. En ik vraag me dan ook af hoe de kinderen van vandaag later zullen terugkijken op het begrotingsbeleid dat de huidige meerderheid voert als ze horen over de besparingen die we vandaag bespreken. En ik ben er in elk geval zeker van dat de kans zeer klein is dat ze deze regering of de federale regering zouden aanklagen voor schuldig verzuim. Want je kan het eens of oneens zijn met de maatregelen die we nemen. Maar je kan niet beweren dat we de kop als meerderheid in het zand steken. Deze meerderheid gelooft niet in de onzin dat de begrotingstekorten en de overheidsschuld vanzelf gekomen zijn en dus ook vanzelf wel weer zullen verdwijnen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en maken keuzes. Zo mogelijk staat Vlaanderen en daarmee ook de federale overheid vandaag voor nog grotere uitdagingen dan in de jaren 80 en 90. Wellicht zelfs de grootste uitdaging sinds de Tweede Wereldoorlog. En dat zijn niet enkel budgettaire uitdagingen. Er zijn ook heel wat maatschappelijke problemen. Maatschappelijke problemen die om oplossingen, om beleid en om geld vragen. De vergrijzing, de zorg voor kwaliteit in ons onderwijs, energieproblemen, mobiliteitsproblemen, toenemende zorgnoden en ga zo maar verder. En de grootste uitdaging vandaag ligt in het verzoenen van de budgettaire uitdagingen met de maatschappelijke problemen
die om oplossingen vragen. En het zijn drie factoren die ons extra budgettaire kopzorgen bezorgen. In de eerste plaats is er de economische motor die in Europa maar niet wil aanslaan. Wat meer economische groei zou de budgettaire hemel al heel wat doen opklaren, maar we weten allemaal dat de economische vooruitzichten voor 2015 niet de goede kant op gaan. Hiernaast doet ook de nieuwe financieringswet ons budgettair pijn. Ze zorgt ervoor dat de beleidsmarge die we samen met de partners de vorige jaren met zuinig beleid hebben gecreëerd, als sneeuw voor de zon is verdwenen. En tenslotte hebben we natuurlijk ook de nieuwe Europese boekhoudregels een negatieve impact op de begrotingscijfers. Maar ook maatschappelijk dient de toekomst zich niet zonder zorgen aan. Een kind dat nu opgroeit, heeft 11,2% kans om op te groeien in een kansarm gezin. En datzelfde kind zal langer moeten werken om steeds meer gepensioneerden van een degelijk pensioen te voorzien. In 2010 waren er per gepensioneerde nog 3,63 personen op actieve leeftijd. In 2020 zal dat gedaald zijn tot 3,08 en in 2060 zal dat nog maar 2,07 zijn. En bij de eerste schreeuw van een pasgeboren kind heeft het al onmiddellijk een schuld van €36.000 boven zich hangen. Dat is meer dan leeftijdsgenoten in pakweg de Verenigde Staten, waar we allemaal horen dat het de schuldopbouw enorm is, het Verenigd Koninkrijk of Nederland. We kennen de oorzaken en die liggen in een ver of een minder ver verleden. En ik zeg dat niet om met de vinger te wijzen, maar ik zeg het wel omdat we er moeten uit leren. Want wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd om ze opnieuw te beleven. En als N-VA maken wij uitdrukkelijk de keuze om niet de fouten uit het verleden te herhalen. Met deze regering willen we het schip een andere koers laten varen. En inderdaad, dat zal soms pijn doen. Niet alle maatregelen zijn pijnloos, niet alle maatregelen zijn populair. Maar als we vandaag niet de moed hebben om budgettair orde op zaken te stellen, omdat we facturen doorschuiven naar de toekomstige generaties, omdat we de ene begrotingsput dempen door een andere te graven, dan maken we onszelf wel schuldig aan begrotingsverzuim. Collega's, gisteren vond de nationale staking plaats die door het gemeenschappelijk vakbondsfront werd uitgeroepen. En laat het duidelijk zijn, ik heb wel degelijk begrip voor de onrust die er heerst bij de burger. En ik heb heel wat vragen bij de methodes van de vakbonden, maar ik begrijp ook daar de weerstand. Maar in een wereld die razendsnel verandert, kunnen we niet anders dan ons aanpassen. Als we onszelf niet aanpassen, worden we aangepast. En ik kies ervoor de verandering zelf meer richting te geven in plaats van ze lijdzaam te ondergaan. En met deze begroting willen we een cultuuromslag maken met onze overheid. En die omslag steunt op 5 principes. Eerst en vooral, er is tot een treuren toe herhaald, is daar de begroting in evenwicht. Dat is geen doel op zich, maar het is een middel, een cruciaal middel om onze welvaart te verzekeren op lange termijn. Heel wat mensen binnen en buiten dit halfrond hebben de voorbije weken hun uiterste best gedaan om een apocalyptisch beeld op te hangen van de gevolgen van het begrotingsbeleid van deze meerderheid. Ik verwijs daarvoor graag naar de bijna leugenachtige verklaringen over het inschrijvingsgeld en de prijzen van de lijn, de prijsverhoging van de lijn voor 65-plussers. Tot in de treuren toe hebben ze herhaald dat dit beleid Vlaanderen dreigt om te vormen tot een economische en sociale woestijn. Maar het tegendeel is waar. Precies het begrotingspad dat wij met deze meerderheid volgen, zal voorkomen dat Vlaanderen een economische woestijn wordt. We hebben geweigerd te kiezen voor de gemakkelijkheidsoplossing van het ongewijzigd beleid of voor de populaire Sinterklaaspolitiek en daarmee nieuwe schulden te maken. We hebben gekozen voor het politiek moeilijke, maar moedige pad van het begrotingsevenwicht. Een evenwicht dat we willen bereiken door een combinatie van investeringen en structurele maatregelen. Het is het enige pad dat niet leidt tot economische woestijnvorming. En het is dus ook het enige pad dat ervoor zorgt dat ons rijke sociale welvaart niet teloor gaat. En dat daarvoor keuzes moesten worden gemaakt, is duidelijk. En dat brengt mij bij het tweede principe. Over deze maatregelen
over de besparingen, over de begroting, en dat mag niet verwonderen, is er wel degelijk nagedacht. Het is geen blinde, allesontziende verzameling pennentrekken van cijferfetischisten. Elke besparing is het gevolg van het afwegen van alternatieven, waarbij de overheid zelf als eerste in beeld komt. We besparen het eerst op onszelf. We steken het eerst de hand in eigen boezem. Voordat we de hand... Oké. Als derde principe gaan in elk beleidsdomein de besparingen hand in hand. Dat is het derde principe. Elke besparing gaat in hand met sociale correcties. Sociale correcties voor wie het echt nodig heeft. We laten als Vlaamse overheid niemand in de steek. En dat is de manier om tegelijk ons sociaal weefsel veilig te stellen en de nodige hervormingen door te voeren. Als N-VA pleiten wij wel degelijk voor een solidaire maatschappij en een rechtvaardige overheid. Maar laat ons toch ook eens over het muurtje kijken en dingen in perspectief plaatsen. België is en blijft de kampioen in herverdeling. Zo bleek nog maar eens uit de recentste cijfers van het Europees Instituut voor Sociaal en Economisch Onderzoek aan de Universiteit van Essex, die in opdracht van de Europese Commissie werden opgesteld. Door onze fiscaliteit, onze sociale zekerheid en andere beleidsmaatregelen is de ongelijkheid in ons land de kleinste van de Europese Unie. Nog op Vlaams niveau, nog op federaal niveau organiseren we de sociale afbraak. En ik wil hier ook nog eens uitdrukkelijk het beeld ontkrachten dat de oppositie zo graag van ons ophangt. Namelijk dat van een blinde, asociale besparingsmeerderheid, die enkel snoeit en niet investeert. Dankzij de inspanningen die we in de eerste jaren van de huidige regeerperiode leveren, zullen we kunnen investeren in hoogstand onderwijs, in de toenemende zorgvraag die een gevolg is van de vergrijzing, ook in natuur, in landbouw, in cultuur, in sport, in economie en innovatie, en ga zo maar verder, worden tal van investeringen gepland. Het vierde principe is het eerste deel van de titel van het regeerakkoord, en dat is het vertrouwensprincipe. Hierin zit onze visie op de overheid, op een efficiënte overheid, ingekaderd. We willen een overheid die uitgaat van vertrouwen, waardoor tegenover minder uitgaven op bepaalde domeinen ook meer vrijheid staat. Vrijheid in verantwoordelijkheid. Wij willen een overheid die steunt in plaats van weegt op haar burgers. En deze regering geeft vertrouwen aan leerkrachten, aan scholen, aan ondernemers, aan verenigingen, aan het Vlaamse middenveld. We verminderen de administratieve lasten. We willen af van een betuttelende overheid naar een overheid die de inbreng van haar burgers naar waarde kan schatten. En dan als laatste, maar niet het minst belangrijkste, het vijfde principe. Wij gaan voor jobs. Wij gaan voor werk. Deze ploeg heeft een traject voor 5 jaar. En samen met onze federale collega's zetten wij in op een hervorming van ons arbeidsmarktbeleid, van onze sociale zekerheid en op een versterking van onze economie. Met een sterke focus op innovatie en op onze kenniseconomie. De federale maatregelen om de loonkosthandicap aan te pakken staan in het teken van de doelstelling om onze Vlaamse arbeidsmarkt te versterken. Collega's, vorige week publiceerde de Vlaamse Milieumaatschappij haar rapport over megatrends. In opdracht van de VMM hebben experts de invloed bestudeerd van globale trends, megatrends, op het milieu en het Vlaanderen van de nabije toekomst. Volgens dat rapport zijn er 6 megatrends die gezamenlijk, zowel direct als indirect, inwerken op de samenleving in het algemeen en op het milieu in het bijzonder. De technologische ontwikkeling is één van die trends. In Vlaanderen zullen het gebruik en de ontwikkeling van ICT, en met name interconnectiviteit, intelligente monitoringsystemen, artificiële intelligentie, verder toenemen. Vlaanderen behoort tot de koplopers in Europa op het vlak van toegang tot het internet, breedbandtoepassingen, mobiele telefonie en digitale dienstverlening. En in dat rapport staat uitdrukkelijk dat de Factory of the Future terecht beschouwd wordt als een van de sleutels om Vlaanderen competitief te houden ten opzichte van lage loonlanden. Die toekomstige fabriek gebruikt nieuwe productieprocessen die gebaseerd zijn op elektronica, intelligente kennissystemen, automatisering en robotisering. Maar eveneens vorige week sneuvelden opnieuw honderden banen.
De meeste jobs gingen verloren bij Philips Turnhout, waar 170 werknemers hun baan zien verdwijnen. Nog in de Kempen kregen de DAF-werknemers in Westerlo te horen dat 100 banen moeten verdwijnen door de inkrimping van de productie. En indien wij niet ingrijpen, zullen we dit soort berichten de komende maanden en jaren nog vaak horen. We zouden dan nog vaak debatten voeren en concluderen dat er dringend iets moet worden gedaan aan onze concurrentiepositie, aan het ontwikkelen van nieuwe technieken en producten, aan het creëren van nieuwe industrie en nieuwe jobs. Daarom blijft deze regering ook investeren om onze groei te ondersteunen. Volgend jaar alleen al meer dan 4 miljard. En zoals jullie reeds weten, wordt er na 2019 toegewerkt met oplopende investeringen van 2,5 miljard voor enerzijds innovatie en anderzijds welzijn. Collega's, ik rond af. Als N-VA kiezen we samen met deze meerderheid voor de moeilijke weg. En we zijn ons daar heel goed van bewust. We kiezen voor oplossingen op de lange termijn. We willen opnieuw een toekomst bieden aan de generaties na ons. Dat ook zij kunnen genieten van de voordelen waarmee wij zelf en onze ouders zijn grootgebracht. Ik ben er zeker van dat Vlaanderen er over 5 jaar beter zal aan toe zijn dan vandaag. En als we denken op lange termijn, moedig onze verantwoordelijkheid opnemen, kunnen we onze ambitie waarmaken, kunnen we ervoor zorgen dat Vlaanderen in Europa en in de wereld een topregio wordt en blijft. Want ja, we lijden aan vooruitgangsoptimisme. Als over pakweg 30 jaar de kleuters van vandaag voor het eerst hun intrede zullen doen in dit parlement, zal Vlaanderen er sociaal en economisch beter aan toe zijn dan vandaag. Daar is het ons om te doen. Meneer Plombé. Meneer Van Malder, ik heb uw hand gezien, want dat moet heel vermoeiend zijn zo lang. Meneer Plombé, alstublieft. Ja, voorzitter, we hebben met veel interesse geluisterd naar de speech van de fractieleider van de N-VA, de speech van de vorige keer die hij opnieuw heeft gedaan. Ik heb een paar vragen over wat hij heeft gezegd, omdat hij één aanhaalt en dat cijfer klopt, dat een kind op dit moment 11,2% kans heeft om in een kansarm gezin op te groeien. Wat ik mij afvroeg, als de regering zo bedachtzaam is omgegaan met de maatregelen die ze neemt, is of de regering ook heeft berekend hoeveel kinderen in een kansarm gezin zullen opgroeien na de prijsverhogingen en de inkomensverlagingen die op stapel staan. Ik vraag dat uit interesse. En twee, ik heb eigenlijk nieuws gehoord ook. Wij hebben nu gehoord dat er middelen zijn om te investeren in de toekomst. Ik heb ongeveer alle domeinen gehoord. Cultuur, onderwijs, werk, noem maar op. Maar wij hebben in die weken dat we nu begrotingsbesprekingen hebben gehad, heel nadrukkelijk gevraagd aan de regeringen waar die investeringen zijn. We hebben gisteren nog antwoord gehad over het domein welzijn. Het antwoord daarop is dat de besparingen zeker zijn, en dat de investeringen in de toekomst we zullen zien. Dus wat voor een boodschap is dat die nu wordt gegeven? Als het klopt wat meneer Diependalen zegt, dat is dat er middelen voorzien zijn om te investeren in de toekomst, in onderwijs en zorg en werk en cultuur en noem maar op. Maar als we doorvragen, en we hebben lang doorgevraagd over welzijn, hebben we een brief gekregen van de regering waarin dat staat, de investeringen die gaan er misschien komen, de besparingen die zijn zeker en die zijn er in grotere aantallen dan vandaag. Dus meneer Diependalen, hebben wij daar iets gemist? Want heel uw positieve verhaal hangt op aan de toekomst. Maar alleen de besparingen zijn zeker in zorg en welzijn. De investeringen die zijn er helemaal niet. Dat is ons bevestigd in een brief van de regering. Meneer Diependalen, meneer Van Malderen. Ja, dank u, voorzitter. In elk geval, voorzitter, collega's, apprecieer ik de eerlijkheid van collega Diependalen. Want hij heeft ook gezegd van we nemen pijnlijke maatregelen. En ik denk dat dat ondertussen wel al duidelijk geworden is. Maar, zegt meneer Diependalen, we gaan ook sociale correcties invoeren voor wie het echt nodig heeft. Waarmee hij meteen ook de suggestie doet dat een heel pak andere mensen dat niet nodig hebben.
Nu, we hebben de vraag gesteld aan mevrouw Homans of de armoedetoets is uitgevoerd op een aantal beleidsmaatregelen. Bijvoorbeeld niet indexeren van de kinderbijslag. Bijvoorbeeld het verhogen van het inschrijvingsgeld hoger onderwijs. Bijvoorbeeld het verhogen van de abonnementsprijzen openbaar vervoer, waar, zo blijkt uit de studies van de Gezinsbond, gezinnen die frequent gebruik maken van dat openbaar vervoer extra hard zullen worden getroffen. En dan zegt collega Diependalen, en ik hoop van daar een antwoord op te krijgen, we gaan dat dus sociaal corrigeren. Mijn eenvoudige vraag aan de fractieleider van de grootste meerderheidspartij is dan, kunnen we dan alsjeblieft de perimeters van die sociale correcties kennen? Wie zal in de toekomst kunnen gebruik maken van die sociale correcties? Wie heeft het, om uw eigen woorden te citeren, het echt nodig en wie niet? Ik vraag me dat af, want mevrouw Homans is ons op dat punt absoluut niet tegemoet te komen om ons een antwoord te bieden. En ik houd eerlijk gezegd mijn hart vast wat het effect zal zijn, zoals mijn fractieleider net gezegd heeft, op het armoederisico als gevolg daarvan. Meneer Van den Heuvel. Dan mevrouw Gené. Ja, ik bundel de vragen samen en dan kunt u dus gebundeld antwoorden. Maar ik dacht dat u een vraag had aan meneer... ik vond dat al heel merkwaardig, meneer Van den Heuvel. Dus. Ah, oké. Okay. Mevrouw Gené, alstublieft. Dank u wel, voorzitter. Ik heb inderdaad een heel concrete vraag aan meneer Diependalen. U zegt, deze regering zet in op jobcreatie. Ik vind dat een heel nobel principe, dus een heel concrete vraag. Hoeveel jobs hebben de maatregelen van deze regering al opgeleverd? Ik heb tot nader order alleen maar een antwoord op de vraag hoeveel jobs dat deze regering kost. En alleen al in onderwijs gaat het om 2.645 jobs, meneer Diependalen. Doordat men 60 miljoen op jaarbasis bespaart in het secundair onderwijs, gaan 1.200 jonge leerkrachten niet aan de slag. Dat zijn cijfers, dat is concreet. Overtuig mij nu van uw politiek. Meneer Sanctoren. Ja, ik wil toch een vraag stellen aan collega Diependalen, want ik ben positief verrast dat u het fameuze rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij rond die megatrends aanhaalt. Maar ja, u bent natuurlijk heel selectief, hè, want u begint over de technologische ontwikkelingen, maar daar stond natuurlijk heel wat meer in. En grosso modo kan je wel zeggen dat de boodschap in dat rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij eigenlijk haaks staat op wat jullie doen in de begroting voor 2015. En ik geef een aantal voorbeelden. De klimaatverandering. We hebben het verleden week of twee weken geleden een grondig debat aangeweid. Maar uit dat debat bleek nog maar eens dat er onvoldoende wordt geïnvesteerd in klimaatbeleid vanuit deze Vlaamse regering. Openbaar vervoer, duurzame mobiliteit wordt concreet aangehaald in dat rapport van die megatrends. Wel, waar besparen jullie op? Op openbaar vervoer. Grondstoffen. Een van de grote uitdagingen in Vlaanderen, duurzaam omgaan met grondstoffen, water bijvoorbeeld. Wel, de Vlaamse regering bespaart op investeringen in afvalwaterzuivering. Dus nogmaals, de boodschap van dat rapport staat haaks op de boodschap vanuit jullie begroting. Dus het is heel vreemd dat u dan dat rapport nu net aanhaalt in uw betoog. Meneer Beenders. Ja, dank u wel, voorzitter. Collega Diependalen, ik was wel verheugd te horen dat u zegt dat de allerzwaksten in deze samenleving niet zullen vergeten worden. Ik reken daar ook de mensen bij die het vandaag de dag moeilijker vinden om een job te vinden. Hè? Dus die hun jobkansen zien verhogen in de sociale economie sector. Die proberen om via een omweg hopelijk in het reguliere arbeidscircuit terecht te komen. Die mensen zullen alsmaar meer ondersteuning nodig hebben de volgende jaren. U zegt dat u die mensen niet zal vergeten, ik ben daar blij voor, maar ik zie toch in de begroting dat u structureel 3 miljoen euro bespaart op ondersteuningsaanbod. Dat is 3 miljoen euro, dat is een structurele besparing van 37% per jaar. Op ondernemingen in de sociale economie die ervoor moeten zorgen dat er eigenlijk jobs gecreëerd worden. Dus ik stel mij dan een heel concrete vraag. Als u dan toch inzit met de zwakkeren in deze samenleving en u wilt niemand verliezen in deze samenleving, hoe gaat u er dan voor zorgen met een structurele besparing van 37% dat de zwakkeren in deze samenleving toch nog een job kunnen vinden in de sociale economie wanneer het reguliere aanbod geen aanbod meer heeft? Meneer Caron. De laatste tussenkomst, hè, want anders zitten we hier morgen vroeg nog. Meneer Caron, alstublieft. Ik zal me even beperken. Meneer Diependalen, investeren, besparen vandaag om in jobs te creëren,
Om in jobs te investeren voor de toekomst. Dat is uw filosofie. Weet u, als een bedrijf of een groep bedrijven 1000 jobs zou verliezen, dan zou u dat heel erg vinden in elkaar. Hè? Wel, maar ik zal u toch iets zeggen. De 51 miljoen die in de brede sector van cultuur, jeugd, sport en media wordt bespaard, resulteert rechtstreeks in 1020 jobs die verdwijnen. Dat is geen investering in de toekomst, dat is mensen pijn doen. En dat levert geen enkele, maar ook geen enkele meerwaarde op. Goed, nu meneer Tietendaal. Ja, meneer de voorzitter, dank u wel voor de vragen. En ik heb er voor alle duidelijkheid geen probleem mee, maar laat ons eerlijk zijn, we zitten hier 2 dagen samen om alle onderdelen van de begroting te bespreken. Ik ga niet op elk klein detail nu al de discussie gaan voeren. We kunnen... Maar wacht, meneer Combe, ik zal antwoorden. Wees gerust, jaag u niet op, wees rustig, alstublieft. Eerst en vooral, meneer Combe, ik ben trouwens zeer blij dat u gemerkt hebt dat mijn tussenkomst inderdaad in de lijn ligt met de vorige. Ja, wij houden vast aan de lijn die wij uitgezet hebben. Geen stop-and-go-beleid, meneer Crombé. Niet elke verschillende commissie waar we de begroting bespreken met andere argumenten komen die de vorige tegenspreken. Dat doen wij niet. We hebben inderdaad een keuze gemaakt. En dat is ook exact waar ik op reken van deze regering. Dat ze de keuzes die nu gemaakt zijn, de lijnen die nu uitgezet zijn, dat we die ook gaan volgen. In de vorige legislatuur, en je moet daarvoor maar een keer kijken naar de 7e dag van januari 2013, was mevrouw Meuleman die in de 7e dag toen nog zei van de regering voert een stop-and-go-beleid. Toen werd er gezegd van dat we te veel ad hoc proberen in te grijpen. Wel, nu niet. U heeft er in de commissie ook voor gepleit dat we op basis van de nieuwe groeicijfers van de Europese Commissie onmiddellijk de begroting al zouden bijsturen. Maar wij pleiten daar niet voor. We zetten de lijn uit en we houden ons daaraan. Een tweede punt, ik ben nogmaals zeer blij dat u daarnaar verwezen hebt, die 11,2% is inderdaad een tragisch cijfer. Dat is natuurlijk wel een cijfer dat het gevolg is van de vorige regeringen. Ik schuif daar geen verantwoordelijkheid mee af. Ja, ik schuif daar geen verantwoordelijkheid mee af. Maar dat is het gevolg. In maart heeft mevrouw Lieten zelf gezegd, zelf beslist, dat de armoedetoets niet langer op de begroting van toepassing zou zijn. Dat heeft ze daar zelf beslist. Ten derde, er is inderdaad een meerjarenraming. En die toont aan, die geeft ons een beeld van wat we de komende jaren gaan kunnen doen. En wij hebben de intentie om 2 keer 500 miljoen te gaan besteden aan enerzijds welzijn en anderzijds innovatie. Dat blijft inderdaad zo. En we gaan er alles aan doen om dat ook effectief mogelijk te maken. Maar net zoals u ben ik geen Madame Soleil en kunnen we dus niet in de toekomst kijken. Maar we zetten nu wel de richting aan. We geven nu de richting aan. Of we zetten nu de richting aanwijzers aan om in die richting te gaan. De maatregelen die we nu nemen, moeten ons de mogelijkheid geven om dan te investeren. Waarmee u in de commissie gepleit hebt om nu putten te maken, want ik heb trouwens een lijstje gemaakt, het is zeer interessant, van alle amendementen die de SPA heeft ingediend. En wij komen op een gecumuleerd, of als je het allemaal optelt, kom je aan een tekort van 217 miljoen. 217 miljoen euro. En dan wil ik nog zeer duidelijk zeggen dat u nog niets gedaan hebt aan het feit dat wij de woonbonus hervormen, die behoudt u zoals dat die is. Daar blijft het bij overeind. Dus u zorgt voor een put nu van 217 miljoen. Je moet mij dan een keer uitleggen hoe de meerjarenraming er zou uitzien de komende jaren. En hoe u dan wel zou kunnen investeren. Wij snoeien vandaag om morgen te kunnen groeien. Om effectief morgen die nodige maatregelen te kunnen nemen waar er zoveel vraag om is, zorgnoden, onderwijs en ga zo maar verder. Maar dat is de enige doelstelling waarom dat we het doen. Nog een paar zaken, die sociale correcties. Meneer Van Malder was inderdaad, ja. Die sociale correcties zijn er inderdaad. Bij het inschrijvingsgeld, de beurzen worden uitgebreid. Beurzen, bijna beursstudenten. Bij de lijn, bij de zorgverzekering. Al die zaken zullen altijd die mensen zijn. En het is altijd, je moet daar een keer op letten, het is altijd op basis statuten die in het verleden zijn opgesteld, Omnio en dergelijke meer. Allemaal zaken waar u zelf aan meegewerkt hebt, hebben we gezorgd dat we ons daarop baseren om te kijken wie het inderdaad het meest nodig heeft. Nog een vijfde punt, wat het arbeidsmarktbeleid betreft, we gaan inderdaad, dat staat zeer duidelijk in het regeerakkoord en in de beleidsnota, eerst en vooral, we willen onze economie versterken. Dat 500 miljoen investeringen en innovatie dienen specifiek daarvoor. En meneer Sanctoring, het is ook daarom dat ik dat punt van die technische ontwikkeling, want ik heb inderdaad niet volledig een rapport besproken, mijn excuses, maar ik denk dat ook vrij moeilijk en we willen niet een tweede verslaggeving. Hè? Maar ik heb mij toegespitst op die technologische ontwikkeling. Waarom? Omdat we ons daarop moeten steunen om te zorgen dat we onze economie kunnen versterken. Dat wij als kennisregio kunnen bovendrijven in Europa.
dat we daar ons profijt kunnen mee doen om onze economie aan te trekken en productie opnieuw naar hier te halen. We gaan daarbij niet voor gesubsidieerde jobs, maar effectief voor jobs in de private sector. Waarom? Omdat die een dubbel effect opleveren. Die zorgen ervoor dat we geen werkloosheidsuitkering moeten bestaan, dat die mensen ook zelf bijdragen aan de sociale zekerheid. Verder gaan we op Vlaams niveau de 4 maanden om een traject uit te tekenen en dergelijke meer. Meneer de voorzitter, ik denk dat er nog heel wat van die punten de komende 2 dagen aan bod zullen komen in de bespreking. Ik ga het hierbij laten. Meneer Van den Heuvel. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik had graag toch ook even geantwoord op die basisopmerkingen van meneer Crombeet, die hij al enkele dagen, om niet te zeggen weken, aanhaalt van dus dat is een slogan. Je gaat dat wellicht straks ook nog een paar keer herhalen. Dat is, besparingen zijn bekend, investeringen blijven jullie in het ongewisse, dus jullie verkopen eigenlijk gebakken lucht. Dat is dus uw stelling, dat je dus... Wel nu, tweemaal onjuist. Onjuist. 1. Het is zo dat die investeringen wel bekend zijn. En die 500 miljoen voor welzijn, dat is niet voor ganse legislatuur. Die start al in 2015. En u weet dat heel goed genoeg. U weet dat heel goed genoeg. Ja, dat is een opstop. 500 miljoen op het einde van de rit. 65 miljoen in 2015. Dat is heel normaal als je begint. Dan bouw je dat op. En in 2015 is er een opstap van 65 miljoen. Dus nee, dat is 65 miljoen. U weet heel goed dat besparingen anders zijn dan die investeringen. Dus een opstap. U zegt er zijn geen investeringen. Wel, die opstap is er, 65 miljoen. 40 miljoen voor mensen met een handicap, 20 miljoen voor betere kinderopvang. En u weet heel goed dat de plannen zijn om die 40 miljoen voor personen met een handicap uit te bouwen tot meer dan 330 miljoen, wat meer is dan in al de regeringen waar u hebt mee ingezeten. Dus dat is heel duidelijk. En een tweede element in het geheel is dat wanneer dat inderdaad deze besparingen niet zouden gebeuren vandaag, het wegsnijden van overtollige overheidskosten, het niet najagen van efficiëntiewinsten, dan is er 1 zekerheid, meneer Crombeet. En dat is dat er geen ruimte zou zijn voor nieuw beleid. Dat er geen ruimte zou zijn voor investeringen. Dat er geen inhaalpad voor mensen met een handicap zou zijn. Dat er geen uitbreiding van kinderopvangmogelijkheden zou zijn. Dat is de waarheid. Dus er zou zonder de moed van vandaag geen uitbreiding zijn op termijn. Mevrouw Lieten. Ja, meneer Diependaal. Ik moet toegeven, u vindt toch altijd wel ergens een socialist die u kunt gebruiken als schild om niet om daarachter te schuilen en om niet zelf dapper en moedig uit te komen voor uw keuzes. Het verkeerde argument dat u gebruikt is als volgt, meneer Diependaal. Wij hebben samen beslist om een armoedetoets door te voeren. En ik zat toen in de regering en uw partij ook. En ik was toen nog in het geloof dat iedereen dat ernstig meende. En wij hebben toen gezegd dat op iedere maatregel die een effect zou kunnen hebben op de armoede, we de armoedetoets zouden doorvoeren. En dat we dat niet zouden doen om de begroting, omdat de begroting aan zich natuurlijk het resultaat is van alle individuele maatregelen. En wij hebben Bart van Malder en ik zelf in de commissie niet gevraagd of u een armoedetoets op de begroting wilt uitvoeren. Wij hebben gevraagd, is er een armoedetoets uitgevoerd op de vermindering van de kinderbijslag? Is er een armoedetoets uitgevoerd op het verhogen van de bijdrage voor de gezinnen voor de kinderopvang? Is er een armoedetoets uitgevoerd op het verhogen van de inschrijvingsgelden voor de hogere studenten? En daar hebben wij jammer genoeg geen antwoord op gekregen. En dus, meneer Diependaal. En ik bereid mijn vraag uit naar iedereen van de meerderheid en zeker en vast naar de N-VA die beweert sociaal te zijn. Als u sociaal bent, heb dan de moed om het in cijfers te laten zien. Heb dan de moed om die armoedetoets door te voeren en verschuil u niet achter drogredenen. Meneer Van Malderen. Ja, meneer Diependaal en eigenlijk ook meneer Van den Heuvel. Ik heb daarnet uw eerlijkheid geapprecieerd, maar laat ons wel ernstig blijven. U haalt hier opnieuw de minieme uitbreiding van de bijna beursstudenten aan als antwoord
op de heel sterke verhoging van het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs. Weet u, collega's, over hoeveel mensen dat gaat procentueel? 0,4%. Proficiat, dat is dus de verhoging. In 2000 studenten zullen niet voelen wat al de rest wel zal ondergaan, met name dat dit een nooit geziene verhoging is van het inschrijvingsgeld. U haalt de zorgverzekering aan. Mag ik er u dan nog eens aan herinneren dat het voor iedereen maal 2 gaat, behalve voor degenen die het moeilijkst hebben. Daar gaan we het maal 2,5 doen. Hè. En dus dat is het verhaal van deze regering. U kan dat alleen maar vaststellen. Enkel duurder. En als je dan vraagt naar sociale correcties, dan volgt een zeer vaag antwoord. En ik kan dus alleen maar concluderen dat die sociale correcties een intentie zijn. De besparingen die zijn concreet. De sociale correctie die is virtueel. Dit is snoeien om te bloeien en het doekje komt later. Maar hoe groot het zal zijn, dat weten we niet. Daar blijven we over het in gewisse. En collega Van den Heuvel, u klopt zich op de borst dat er 65 miljoen bijkomt in welzijn. Mag ik er u dan ook aan herinneren dat er 247 miljoen bespaard wordt in welzijn? Dat er 247 miljoen dit jaar bespaard wordt? Dat we er volgend jaar nog een lap gaan bij afdoen? En u noemt dat eigenlijk vet. U noemt dat eigenlijk vet op de soep, efficiëntiewinsten en dergelijke meer. In een land dat wachtlijsten heeft voor mensen met een handicap, voor bijzondere jeugdzorg en dergelijke. Dat kan tellen voor iemand die zich lid van een sociale partij is. Mevrouw Van den Brand heeft het woord. Ja, zover ik kan tellen is inderdaad 247 miljoen besparen, meer besparen dan 65 miljoen investeren. U kan zeggen dat zit op andere posten. We hebben geen antwoord gekregen op de vraag waar er bespaard werd en waar er geïnvesteerd werd, behalve vaag. We gaan zien waar het overleg ons toe brengt. Dus verwijt ons nu niet dat wij dat niet kunnen opsplitsen, want we hebben de antwoorden niet gehad op onze vragen. En als je de meerjarenbegroting kijkt, van hetzelfde. De 500 miljoen waar u nu weer eens heel fier met komt aandragen, daar staan ook heel veel besparingen achter, 239 miljoen euro. En u zegt, we moeten dit doen, zodat we onze kinderen, de kleuters van vandaag, morgen een mooie toekomst kunt geven. Ik heb zelf 2 kleine kleuters, ik wil ze een mooie toekomst geven. Maar er zijn mensen die niet kunnen wachten. Vandaag staat in de Standaard een pakkend artikel, een grijpende reportage van een vader die geen plek heeft voor zijn kind. Een kind met een zware handicap en hij zegt, ik heb opvang nodig. Nu, vandaag, niet binnen 5 jaar wanneer de begroting in evenwicht is, maar vandaag. Tegen die mensen zegt u, wacht gerust nog 5 jaar, misschien hebben we dan de middelen, maar nu is er geen zorg voor mensen die zorg nodig hebben. U zegt, trek uw plan tegen mensen die opvang zoeken voor hun kinderen in een kinderopvang, tegen ouderen die zorg nodig hebben en tegen personen met een handicap. Dit is schaamtelijk. Meneer Diependalen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Een paar reacties. Eerst en vooral mevrouw Litten. U heeft dus in maart beslist om de armoedetoets niet toe te passen op de begroting. Hè? Om dan nu te zeggen in de commissie, om nu te vragen om de armoedetoets toe te passen op alle maatregelen die in de begroting in het programmadecreet zitten. Allee, dat is hetzelfde. U vraagt enerzijds, u heeft het er zelf beslist om het eruit te halen, en nu heeft u gevraagd om het erin te steken. Allee, alsjeblieft, alle voorbeelden die u geeft, alle voorbeelden die u gaf, hebben sociale correcties. En voor alle duidelijkheid, ik heb wel degelijk cijfers gegeven. 11,2%. Ik denk dat dat cijfer meer dan voldoende zegt. 11,2% van de kinderen heeft de kans om op te groeien in kansarme gezinnen vandaag. Dat is vandaag, hè. Dat is het resultante van het beleid van de laatste 10, 25, maakt mij niet uit, hè. Dat is de waarheid, hè. Dat is het cijfer waar wij ons nu op baseren om te zorgen dat we voor die mensen inspanningen kunnen doen in de toekomst. Het is omwille van dat cijfer dat we nu maatregelen nemen om die miserie de komende jaren niet meer voor te hebben. Om te zorgen dat zij wel nog een pensioen hebben. Dat we hen nog wel de nodige zorg kunnen geven. Onderwijs en ga zo maar verder. Maar met uw amendementen om 217 miljoen meer in het rood te gaan, hè, komen we alleen maar dieper in de miserie. En dat is de keuze die wij niet maken. Geen verdere putten maken. Wij willen uit die put geraken. Om effectief te kunnen zeggen tegen onze kinderen, hè, wij hebben onze verantwoordelijkheid opgenomen. Het is nu aan u om er verder iets mee te doen. Mevrouw de Ridder. Ja, dank u, voorzitter. Ik kan lang kalm blijven, het zal u misschien verbazen, maar ik heb ook mijn grenzen. Ik heb ook mijn grenzen. Ik heb mijn grenzen. En in alle eerlijkheid, wij hebben altijd gezegd dat wij pijnlijke maatregelen zullen moeten nemen. Altijd. Voor de verkiezingen, tijdens de campagne. Maar al die maatregelen die wij treffen, die zijn sociaal gecorrigeerd. En ik hoor hier woorden van aan de overzijde van schizofrenie. Hou daar toch mee op. Al die maatregelen, ik ga er een aantal opsommen. Kinderopvang,
kinderopvang, verhoging van de prijzen, sociaal gecorrigeerd. Kindergeld, sociaal gecorrigeerd. Inschrijvingsgeld, sociaal gecorrigeerd. Budgetten de lijn, de tariefverhogingen, sociaal gecorrigeerd. De zorgverzekering, sociaal gecorrigeerd. Dus waarom doen wij geen armoedetoets? Omdat die er al in vervat zit. We doen het. We doen het. Met alle maatregelen doen we het. En u weet het, jullie weten het. Goed. Hou ermee op om de mensen leugenswijs te maken. Meneer Tobak. Ik ben blij dat mevrouw de Ridder zich kan kalm houden. Maar ik heb eigenlijk één heel simpele vraag aan mevrouw de Ridder. Ik ben onder de indruk van uw lijstje. Van iedere maatregel die u genomen heeft, is allemaal stuk voor stuk sociaal gecorrigeerd. Er is nu al een paar keer de simpele vraag gesteld uit wat bestaan dan die sociale correcties. Er wordt het mantra sociaal gecorrigeerd opgesomd en dat is het. En als we dan vragen naar wat die zijn, dan gaat het over beursstudenten, dan blijkt er geen middelen voor voorzien te zijn in de begroting, hebben we de afgelopen weken voorzien. Maar het is een fundamenteelere vraag, mevrouw de Ridder, die u toch eens moet stellen. Als iedere maatregel die u neemt, maar letterlijk iedere maatregel die u neemt, of het nu gaat, en vooral maatregelen die gaan voor Vlaamse gezinnen en voor de zwaksten in deze samenleving, of het nu gaat over inschrijvingsgeld, of het nu gaat over kinderopvang, of het nu gaat over kinderopvang en kindergeld, elke maatregel die u neemt, die rechtstreeks die gezinnen treft, die moet voor u sociaal gecorrigeerd worden. 1. Maak dan een keer die sociale correcties klaar en duidelijk, want ik zie ze niet in de begroting, behalve in het eeuwige mantra van meneer Diependalen voor de toekomst. Ooit zullen ze er komen. 2. Als iedere maatregel die neemt sociaal gecorrigeerd moet zijn, zou het dan kunnen dat u eens de vraag moet stellen of uw beleid en al uw maatregelen fundamenteel uit zichzelf al niet asociaal zijn? En waarom verwondert u dat die vraag iedere keer moet gesteld worden? Mevrouw Van der Bossen. Mevrouw Van... Nee, ik heb nu... Meneer Tobak, budget was in evenwicht. Budget was wie in evenwicht. Was de vorige begrotingsminister in Vlaanderen, meneer Van Dijk? Wie was evenwicht. Ik apprecieer uw streamende kritiek op meneer Muitens, maar zeg er dan naam een paard bij. Hè? Het budget blijft in evenwicht. Nee, sorry, maar zo werkt dat hier niet. Als we zo van de hele dag gaan vergaderen, ik heb het woord gegeven aan niemand minder dan mevrouw Van der Bossen. Dank u wel. Die sociale correcties, van mij, of u het nu een armoedetoets noemt of niet, maakt nog niet zo uit. Maar niet alleen vergeet u sociale correcties door te voeren, of u beslist dat bewust. Hè, denk aan de niet-indexering van de kindergelden. U zou daar de categorie mensen met kinderen in armoede van kunnen uitsluiten hebben. U zou voor hen de indexering bijvoorbeeld wel kunnen doorgaan. Laten hebben. U doet dat niet, maar dat is niet het enige wat u doet. Dus hetgeen wij u verwijten is niet enkel dat u niet die mensen spaart van uw besparingen, maar ook dat u soms, waar zij bestaan, de sociale correcties mindert. En kijk naar de kinderopvang. Daar is een meeropbrengst van 5,5 miljoen euro. En een partijvoorzitter uit uw meerderheid klopt zich op de borst dit weekend om te zeggen, kijk eens, wij halen dat geld louter en alleen bij de allerlaagste inkomens. Want daar gaan we de tarieven nu eens flink omhoog doen, zie. En dan denk ik, u moet niet afkomen met uw sociale correcties, want daar waar ze bestaan, schaft u ze gewoon af. Het is belachelijk als u het blijft volhouden. Hou er toch mee op. Ja, meneer de voorzitter, collega's, het woord sociale correctie valt hier zeer vaak, maar ik heb het gevoel dat we een verschillende definitie hanteren van wat dat precies is. Als ik kijk naar een aantal beleidsdomeinen, dat betekent sociale correctie volgens deze meerderheid volgens mij dat net de mensen met een laag inkomen extra hard getroffen moeten worden. Ik geef een voorbeeld, de tariefverhogingen bij de lijn. Welk abonnement stijgt het hardst in prijs? Dat is het abonnement van de mensen in een omnio-statuut. De abonnementen voor de jongeren stijgen met 6,5%. Voor de mensen tussen 25 en 64 jaar met 18% en het abonnement van de mensen in een omnio-statuut met 32%. Dat is twee keer zo hoog. Met die tariefverhogingen wilt u 18,5 miljoen euro extra inkomsten uit de reizigers halen. 11,7 miljoen euro moet opgehoest worden door de 65-plussers, de mensen met een laag inkomen en de kinderen. Zijn dat sociale correcties? Dat is volgens mij precies het omgekeerde. Meneer Bertels nog, en dan kan meneer Diependalen en meneer Van Dijk antwoorden. En dan gaan we over naar meneer Krombezen uiteenzetting, als u dat goed vindt. Meneer Bertels, alsjeblieft. Ja, gewoon heel kort, bij betrekking tot het begrip sociale correcties gaan we elkaar niet vinden, denk ik.
collega Van den Broek heeft net goed gezegd wat de meerderheid ondervindt. Het belangrijkste argument vind ik nu wel dat meneer Diependalen, en ik ben hem daar ook erkentelijk voor, nu wel zegt, ik heb hem niet meer horen zeggen, er is geen alternatief. Het moet, het is een natuurwet. Hij heeft nu duidelijk gezegd dat er politieke keuzes, politiek pijnlijke keuzes, asociale keuzes gemaakt zijn. Meneer Diependalen. Maar je denkt dat de microfoon kapot is, want dat heb ik toch niet terecht gezegd. Meneer Bartels, een beetje ernstig. U hebt gezegd blijven. Dat er politieke keuzes gemaakt ook zijn. Het zou wel leuk zijn om dat we elkaars tijd te respecteren om te antwoorden. Want met dat geroep en getier komen we ook naar eens. Maar eerst en vooral, ja, meneer Bartels, er zijn al alternatieven. Ik ben me daar zeer goed van bewust. En ze liggen hier voor mij, we hebben het uitgerekend. Uw lijstje aan amendementen. Trouwens, er zaten zeer veel dubbeltellingen in. Dus ik denk dat je een probleem hebt binnen de fractie. Want hetzelfde amendement is verschillende keren ingediend, maar we hebben die eruit gehaald. En we komen op een extra tekort, op een tekort in 2015 van 217 miljoen. Dat is een put die gegraafd. En weet jij, jij weet net zo goed als ik dat je niet kunt voorspellen wat dat er gaat komen. Wij zorgen ervoor dat we nu ons boelken correct in orde hebben, dat we nu zorgen dat die begroting in evenwicht, om er zeker van te zijn dat we in de toekomst geen harde maatregelen meer moeten nemen, dat we kunnen zorgen dat we kunnen gaan investeren. Dat is wat wij doen. Wat dat jij doet, is hetgeen dat je al 30 jaar doet, is hetgeen dat dit land ziek van geworden is, dat is de miserie, de nodige maatregelen uitstellen. Dat is wat dat je doet. Dat is het alternatief. En meneer Bartels, dat is maar één van de alternatieven. Hè? Dat is de schuld verhogen. Een ander alternatief zijn de belastingen verhogen. Dat kan u inderdaad ook doen, maar daar hebben wij uitdrukkelijk niet voor gekozen. We hebben zelfs de verdeelrechte miserietax teruggeschroefd. Waarom? Omdat Vlaanderen al genoeg te lijden heeft onder belastingen. Dat was het. Goed, mag ik nu, meneer Combé, u verzoeken om het standpunt van de SPA-fractie... Achterleden van de regering, beste collega's. Na een paar weken discussie over de begroting hebben wij eigenlijk één conclusie. Dat is dat deze begroting onrechtvaardig is. En toch, meneer de minister-president, ga ik beginnen met te zeggen dat u een gouden medaille verdient omwille van snelheid. Omwille van uw snelheid. Usain Bolt krijgt een gouden medaille omwille van zijn snelheid. U verdient er ook één omwille van uw snelheid. De snelheid waarmee u zoveel mensen op zo korte tijd zo ongerust en zo kwaad kreeg. Daar verdient u een medaille voor. We hebben hier al vaak en vandaag weer moeten horen dat er gestookt wordt. Dat er voortdurend gestookt wordt. Maar eigenlijk, als we willen dat die onrust vermindert, dan zal men echt dialoog en respect voor overleg moeten hebben, ook in het discussiëren. En niet zoals gisterenavond weer, vicepremier De Croo, nog eens komt zeggen van kijk, er is geen kans op een rechtvaardiger verdeling van de inspanning. We hebben hetzelfde gehad dit weekend en er is al naar verwezen. Als je komt je beleid verdedigen door te zeggen in de kinderopvang verhogen we alleen maar de prijs voor de mensen met het laagste inkomen. Hoe wil je dan dat mensen op een redelijke manier daar naartoe kijken? En ik denk hier in Vlaanderen is er zo vaak herhaald ook dat er geen alternatief is, dat er maar één manier is, dat er maar één juiste en correcte manier is. En dat kan je niet willen dat mensen verstaan dat je een kostbaar sociaal weefsel in cultuur, in onderwijs, in werk en in welzijn op zo'n korte tijd zo'n slagen toedient. Dat is iets wat in generaties is opgebouwd, meneer Diependalen. Daar straks zelf verwezen naar het feit dat het resultaat van het beleid van de laatste decennia ook is dat de herverdeling heeft gewerkt. Je hebt gewezen naar het feit dat de inkomensongelijkheid nergens zo laag is als hier. En het is eigenlijk ook voor de discussies die we hebben stilaan genoeg geweest om te doen alsof de grote verdwijntruc u nooit in die regeringen hebt gezeten. Hè? Worden er in regeringen beslissingen gepakt dat je nadien wilt vanafwijken? Ja. Maar doe niet alsof dat het beleid van het verleden, en zeker niet in Vlaanderen, niet door jullie gemaakt is. Hè? Het is gemaakt ook met de ministers die nu in de regering zitten. Maar beste collega's, parlementsleden van de meerderheid, het is eigenlijk nog niet te laat. Hè? Want de begroting ligt voor nu.
U moet nog op de stemknoppen duwen, ook over de alternatieven, hè, want we zijn al een stap verder. Er zijn alternatieven. En mijn oproep is, blijf niet gewoon doof voor wat er leeft op straat. Blijf niet gewoon doof voor die ongerustheid. Want die onrust, ik wil daar toch wel eens duidelijk over zijn. Die onrust, zeg eens wat die onrust juist is. Want hier in het parlement is het gemakkelijk. Hè? Wie zijn de onruststokers? Mevrouw Krevits, zijn dat de studenten die op straat zijn gekomen? Zijn dat de onruststokers waar dat de meerderheid het hele tijd over heeft? Of meneer Van Deurzen, als hij het had over de onruststokers, bedoelt hij Zorgnet, dat ongerust is over de toename van de prijzen van de rusthuizen? Zijn Zorgnet de onruststokers? Of meneer de minister-president, zijn het de mensen van Okra, die toch op een vriendelijke manier zegden van die stijging van die busprijzen, dat is niet goed, niet voor de senioren, niet voor de kinderen. Zijn dat de onruststokers? Maar misschien zie ik het verkeerd, hè? Misschien zijn... Die roepen van Zorgnet en van de studenten, bedoelt je dat niet? Misschien is het de gezinsbond. Want de gezinsbond die zei, de maat is vol voor de gezinnen. Wat een onruststokers, de gezinsbond. De maat is vol voor de gezinnen. Bedoelen jullie hen? En als het zij nog niet zijn, is het dan iedereen van het onderwijs. De onderwijzers, de professoren, de mensen van de expertise-netwerken, van het volwassen onderwijs, die allemaal zich grote zorgen maken... En inderdaad, meer dan ooit meegestaakt hebben voor een reden. En het is goed, meneer Diependalen, dat wordt geapprecieerd, dat u gezegd hebt dat u begrip hebt voor een weerstand en een grote zorgen. Ja. Het is niet omdat ze zich zorgen maken dat het onruststokers zijn. En in elk geval, als het die allemaal niet zijn, dan moet het Christelijk Onderwijzersverbond zijn. Ik heb zelf 386 mails gehad van hen. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar misschien zijn zij die snoodaards van onruststokers, omdat ze zoveel mails over hun zorg hebben gebracht tot bij ons, tot in het parlement. Meneer Diependaal. Ja, meneer Grombé, eerst en vooral, ik heb er juist zeer duidelijk gezegd dat ik geen schuld doorschuif. We willen alleen maar die opmerkingen maken omdat we willen het leren. Want wij beseffen tenminste wel dat het niet zo verder kan. En dat we die een boot moeten bijsturen. Dat we een andere richting uit moeten met de overheid. En dan, wat u zegt over die onruststokers, is eigenlijk wel interessant. Want ik ga er geen namen op plakken of wat dan ook, maar ik kan er wel een paar opnoemen. Hè. Het gaat onder andere over mensen die hier zitten verkondigen dat het inschrijvingsgeld tot ver boven de 1000 euro ging gaan. Dat we Britse toestanden gingen meemaken waar de, alleen nog maar de rijken naar het hoger onderwijs gingen kunnen gaan. Dat zijn onderstokers. Een ander voorbeeld zijn zij die verkondigd hebben dat de prijs voor de 65-plussers voor een lijnabonnement 180 euro zou zijn. Uiteindelijk was er maar 50. Wie dat? Zijn wie de onderstokers, meneer Krombé. Nee, en er zijn nog een paar zaken, hè, maar ik ga u één zinnetje voorlezen, want dit weekend is een interessant weekend geweest. Er zijn een paar zaken verschenen die eindelijk wel naar het licht mochten komen. En er is een berekening gemaakt, want we hebben daar berekeningen gezien dat voor sommige gezinnen de studiedienst van de PS, hoeveel was het? 600-700 euro, wat was het allemaal? Dat het te veel ging kosten. Maar er is nu iets anders aan bod gekomen, hè. En ik lees voor, als alle positieve, en het is trouwens voor Federaal en Vlaams samen, hè, als alle positieve en negatieve effecten worden opgeteld, houdt het gezin, en dat is een zeer middelmatig gezin, ik zal het u zeggen, 5200 euro bruto is één van de kostwinners, en de andere kostwinner werkt deeltijds en is 2100 bruto. Dat is niet exorbitant, dat is ongeveer gemiddeld. Hè. Houdt het gezin netto 99 euro meer over dan indien er geen maatregelen werden genomen. Dat is mijn volgende punt. Het is goed dat je het inleidt. Ik ga datzelfde artikel verwijzen. Ik zou er graag een antwoord op hebben. Ja, maar het is mijn volgende punt, voorzitter. We zijn al een paar weken aan het discussiëren. We beginnen op elkaar ingespeeld te raken. Mijn volgende punt gaat over dat krantartikel. Of krantenartikels van vorig weekend. Wat staat er bij dat krantartikel? Daar staat er ook bij wie dat het wel gaat voelen. Staat er in die opsomming gezinnen met studerende kinderen. Mensen die een woning willen kopen. Kleine zelfstandigen. Ambtenaren. En wie blijft er dan nog over, meneer Diependalen? Dat gemiddeld gezin dat niet op zoek is naar een woning of een renovatie, dat gemiddeld gezin dat geen kinderopvang nodig heeft, dat geen studerende kinderen heeft, dat geen ambtenaar... Wie blijft er nog over, meneer Diependalen? Het staat er ook bij in die krant en dat is mijn volgende punt. Maar mijn punt is ook vooral dat als we erover discussiëren, de voorbije weken met de regering is dat zeer lastig gegaan. Zeer lastig gegaan. We hebben met een paar ministers grondige debatten gehad. We hebben met een paar ministers grote moeite gehad om antwoorden te krijgen. Ik wil dat ook... Positieve, het is uit het verslag gebleken, jullie hebben het allemaal helemaal gehoord, in een aantal discussies met de parlementsleden uit de meerderheid zijn die debatten wel goed geweest. Ik wil dat hier ook zeggen. Alleen, wat daaruit komt, moet hier ook niet ontkend worden.
parlementsleden van de meerderheid hebben ook gezegd, er zijn inderdaad alternatieven. We kunnen erover discussiëren of ze goed of slecht zijn, maar er zijn alternatieven. Er zijn er een aantal die ook zich kritisch uitgelaten hebben tegenover de meerderheid. Dat komt niet alleen van de oppositie. Maar natuurlijk, als de alternatieven er zijn voor dit beleid, en men is zo overtuigd van hun voorstel, van deze begroting, laat het parlement dan gewoon beslissen om het door te rekenen. Laat ons dan, als jullie zo zeker zijn dat het allemaal goed komt voor iedereen, laat het ons dan een keer doorrekenen. We hebben instanties. Laat het ons dan een keer echt doorrekenen op dat armoederisico, op die 11,2%, op de kleine KMO, op de zelfstandigen, op de gezinnen met kinderen. Als jullie zo zeker zijn van jullie zaak, laat het ons in de komende weken dan een keer grondig doorrekenen. Het is maar een voorstel. Nee, die bedalen. Ja, meneer Krombeek, je hebt zelf aangetoond wie dat de onderstokers zijn. Want dat is ook een verhaaltje dat we eigenlijk wel mijn keel begint uit te hangen. Hè. Het is een positief de onderstokers, dat zijn degenen die beweren dat al die verschillende maatregelen tegelijkertijd op iedereen zijn hoofd gaat vallen. Nee, al die maatregelen, dat is een zeer niemand bijzonder. Jij moet me een keer echt uw sociale kring tonen. Want daar wonen blijkbaar mensen die tegelijkertijd 4 kinderen moeten naar de hogeschool sturen of naar de universiteit, die tegelijkertijd een woonbonus hebben die minder gaat, die tegelijkertijd allemaal een lijnabonnement voor iedereen moeten komen, ook voor jongeren. Al die maatregelen komen bij jullie allemaal tezamen bovenop één en hetzelfde gezin. En dat is gezin in Vlaanderen. De maatregelen waarover dat wij het hebben, en we steken dat niet onder stoelen of banken. Niemand heeft ooit geprobeerd om te zeggen dat dat geen pijnlijke maatregelen zijn. Dat heeft niemand ooit geprobeerd. Maar ze zijn wel gespreid. We hebben ze zoveel mogelijk gespreid over de verschillende de bevolkingen. Wij gaan voor een solidaire samenleving, waar inderdaad iedereen bijdraagt. Maar uw beeld van het Vlaams gezin, dat wil ik echt wel een keer leren kennen. Meneer Combe. Komt op mijn volgende punt, voorzitter. Dat is wat met de alternatieven. Want we hebben in de septemberverklaring hier direct gehoord, ik weet dat nog, dat was na zes minuten, hè, wilde de regering de discussie verleggen naar wat zijn de alternatieven van de oppositie. Alle respect daarvoor. We hebben die alternatieven besproken. Ik heb daar 4 punten. Het eerste punt is, wij zijn inderdaad van mening dat Vlaanderen beter kiest voor een structureel pad. Net als het federale. En precies omdat die begroting in Vlaanderen nog nooit zo groot geweest voor de helft bestaat uit onderwijs en welzijn. Dus wat wij doen, welke doelstellingen wij stellen, gaat altijd een grote impact hebben op onderwijs en welzijn. En draait of keert hoe dat je wilt, meneer Van den Heuvel heeft het daar straks zelf gezegd, de noden zijn er nu. En op dat moment 4 keer meer besparen dan investeren, is gewoon niet goed voor onze zorg en ons welzijn. Dus wij kiezen voor dat structurele pad 2. Alternatieven. Dat is wat meneer Diependalen met zijn voortdurend weerkerend lijstje vergeet. Alternatieven aan de twee kanten. Er moet inderdaad bespaard worden. Maar welke besparingen? En welke andere inkomsten? 1. Ik ga 4 concrete voorbeelden geven. 1. Het is niet gewoon apparaat en efficiëntie, meneer Van den Heuvel. Er wordt bespaard bijvoorbeeld in de thuiszorg. Een aantal miljoenen. En dan maakt de keuze voor het alternatief. Gaan we nu echt besparen in de thuiszorg? Of gaan we zorgen dat onze achterstallige belastingen deftig geïnd worden? Het is dezelfde grote orde van bedrag. Dat is soort dingen waarvoor je straks in die amendementen op een knopje kunt duwen. In plaats van veel te besparen in thuiszorg, zorgt dat de belastingen deftig geïnd worden. Dat is een concreet alternatief. Onderwijs. Ga je in onderwijs echt besparen op flankerende middelen voor kinderen die het moeilijk hebben? Of ga je het investeringsfonds voor het landbouw een stuk verminderen? Dat is een concreet voorstel dat we op tafel leggen. Het vreemde was, en dat staat in de verslagen, toen we zeiden over het landbouwfonds, van kijk, landbouw kan gerust verder met 10 miljoen minder, was de reactie van de regering, ja maar landbouw is te belangrijk voor de toekomst. Wel, ik zeg u, onderwijs is te belangrijk voor de toekomst. Er zijn keuzes, er zijn alternatieven. In plaats van die besparingen in onderwijs, doe het op het vlief. Een ander voorbeeld, de prijsverhoging van de lijn. En daar hebben we een zeer concreet voorbeeld, dat is ook uit verslag gebleken. Gebruik die Liefkeshoektunnel, maak dat betalend. Je verlicht Antwerpen en je hebt een alternatief in plaats van te zeggen van kijk, we gaan die kinderen, de voorbeelden zijn daar straks gegeven, de kinderen meer laten betalen en dat derde kind moet per se 50 euro betalen, dat is een alternatief. En kom ook eens met perspectief. Want jullie hebben nu glashelder duidelijk gemaakt vanuit de meerderheid. Zelf gezegd, heel de tijd, de besparingen, dat is nu dat we ze gaan stemmen, deze week. De investeringen zijn een intentie. En meneer Diependalen hebt daar straks een paar keer gezegd dat je geen Madame Soleil bent. De mensen weten dat ook. Dus als je van de week de besparingen stemt, dan weten de mensen,
dat die investeringen niet meer zijn dan een intentie. Komt met perspectief bijvoorbeeld in de kinderopvang. Stap af, en ik kan het maar vragen, alstublieft, stap af van dat beeld waar dat sommigen dan nog trots op zijn, dat je de laatste inkomens meer gaat doen betalen voor de kinderopvang. Wat voor een welvarende samenleving zeiden dan? Stap daarvan af en zorg dat mensen die gaan werken, zelfs met twee, minder betalen dan op vandaag. Ze betalen meer dan 500 euro. Dat zijn alternatieven die neerliggen. En drie, in de keuzes die de meerderheid... We hebben dat neergelegd, meneer Diependalen, je weet dat. Drie, in de keuzes die de meerderheid zelf maakt. Kun de keuzes maken zonder impact op de begroting? Ja, je kunt keuzes maken. De meerderheid heeft een keuze gemaakt om een besparingspad meerdere jaren in welzijn te nemen. Wij zeggen daar nee tegen. De meerderheid heeft ook een keuze gemaakt om Uplace gewoon uit te voeren. Dat gaat ook tientallen miljoenen kosten. En de meerderheid heeft een keuze gemaakt om te besparen in Vlaanderen, maar toch een diplomatieke post in Genève uit te bouwen. Dat zeggen, het is een klein bedrag, maar er zijn keuzes. En vier, het boekhoudersyndroom. Meneer Diependaal heeft gelijk, er is één project dat deze regering bindt. Eén project dat perspectief zou moeten geven aan de Vlaming, dat is de nul. Dat is dat evenwicht. Dat is het enige project. En what do you know? Er is geen evenwicht. Er is helemaal geen evenwicht. Er is voor 2014, en wij lezen het ook maar, want het komt niet van de oppositie. De onrust komt van ergens anders, heb ik gehoord. Hè, dat er voor dit jaar 2014 tussen de 7 en de 800 miljoen tekort zal zijn. Mevrouw de minister, als het antwoord is, het is 16 december en ik weet als minister van Begroting niet op 400, 500 miljoen na hoeveel tekort dat ik heb, dan is dat eigenlijk een soort motie van wantrouwen naar uzelf. Hè. Dus dat gaat hier in de plenaire moeten duidelijk worden. Is er een tekort van 700, 800 miljoen of niet? Maar voor 2015 is het erger. Voor 2015 is het erger. De begroting die wordt neergelegd voor 2015, als het grote project is dat die op nul moet eindigen, dan zeg ik u, er is geen evenwicht in wat de meerderheid neerlegt. Er is een tekort. Er is al een klein tekort om te beginnen, ben er bijna voorzitter, doordat het uitbetalen van het kindergeld niet eens opbrengt wat er in de begroting staat. Dat is een kleine. Er is een tweede tekort. Op wat het Rekenhof heeft gezegd, zat in het verslag, wat er gebeurt met de groei volgend jaar, het Rekenhof zegt, zou er moeten inzitten. En er is nog een groter tekort dan dat we dachten, door wat dat er nu over 2014 bovenkomt, dat ook in 2015 een tekort gaat geven. Hoezo een begroting in evenwicht? Beste meerderheid, je zit het allemaal aan het doen met één boodschap. We gaan op nul eindigen en er is zelfs geen nul. Dus waar is uw boodschap dan naar de toekomst als jullie stemmen vanuit de meerderheid? En ik wil dat dat heel duidelijk is, we gaan het debat straks hebben. Als jullie de begroting stemmen zoals ze voor ligt, dan is er een tekort op deze begroting. Dank u wel, meneer voorzitter, collega Krombé. U zei daarnet, een collega Diependalen, dat hij zijn testkoers van de vorige keer herhaalde. Ik heb de indruk dat u telkens opnieuw met hetzelfde mantra komt. Uw liedje is een beetje grijs gedraaid. En we gaan het debat nu niet voeren over begroting 14. U weet zeer goed, u bent begrotingsspecialist. U weet zeer goed dat het veel te vroeg is om uitspraak te doen daarover. U weet dat de laatste cijfers altijd heel laat binnenkomen. Sommige begin januari, cijfers onder benutting. De registratierechten waar meer inkomsten binnen zijn enzovoort. Het gaat hier over de begroting 15. Het gaat hier over het perspectief, daar hebt u gelijk in. En wat mij verontrust in uw redenering is dat u zo heel snel zegt, ja, wij gaan voor een structureel evenwicht in 2018 en dat u daar eigenlijk overheen stapt wat de gevolgen daarvan zijn. En dat is natuurlijk een fundamentele keuze, het verschil in keuze tussen u en ons. U wil niet naar een evenwicht gaan, u wil schuld opbouwen, u wil tekorten opbouwen en dat doen wij dus juist niet. En waarom doen we dat niet? Omdat we inderdaad sociaal perspectief willen creëren. Omdat we willen zorgen dat er werk kan gecreëerd worden, dat er effectief in welzijn kan geïnvesteerd worden, dat er effectief in onderzoek en ontwikkeling kan geïnvesteerd worden. Dat is het perspectief dat wij brengen. En ik moet u zeggen, meneer Krombé, u spreekt over kampioen en onrust creëren. Wel, ik praat met ontzettend veel mensen. En als je mensen ontmoet en je zegt, kijk, België is samen met Italië en Frankrijk het land dat geviseerd wordt door de Europese Commissie, omdat het flirt met een begrotingstekort van 3%. België is het land dat een overheidstekort geeft, dat een schuld geeft van 107% van het BNP.
België is het land met een overheidsbeslag van 55%. En we gaan voor oplossingen, we gaan zorgen dat dit niet verder oploopt, we gaan zorgen dat die schulden niet voortgewendeld worden, we gaan zorgen dat er werk kan gecreëerd worden. En de dubbele oefening is inderdaad budgetair evenwicht creëren en tegelijk werk maken van die economie. Tegelijk zorgen dat die competitiviteit verbetert. U weet zeer goed, meneer Crombé, dat we kort na de sluiting, de aankondiging van de sluiting van Fort Genk, dat de twee bijzonder grote investeringen misgelopen zijn in Limburg. Twee zeer grote, met zeer grote tewerkstelling. En u weet ook zeer goed dat die bedrijven zich niet in Midden-Europa zijn gaan vestigen. U weet ook dat ze niet naar China gegaan zijn. U weet dat ze op 15 kilometer zich zijn gaan vestigen, net over de grens, in Nederlands Limburg, met als enig argument de competitiviteit, de loonkosten. En dat is wat nu federaal gebeurt. We moeten tegelijk zorgen dat we budgetair orde op zaken stellen. We moeten tegelijk zorgen dat we de competitiviteit versterken, dat we concurrentiekracht versterken. Dat is ook wat wij doen met deze Vlaamse regering, binnen onze mogelijkheden. U weet dat wij aan een doelgroepenbeleid werken, dat we daar nog wachten op het advies van de sociale partners. En u weet dat wij vooral inzetten op onderzoek en ontwikkeling. Dat daar de toekomst ligt van onze industrie. U hebt gerefereerd aan de tijd. U had ook kunnen verwijzen naar de tijd van enkele weken geleden, die op de één de desindustrialisering van Vlaanderen in kaart gebracht heeft. Die is ontstellend groot. En dat zijn privéjobs die verdwijnen. Elk jaar opnieuw. Er is daar juist verwezen naar Turnhout. Er zijn andere gevallen. Elke week kunt u een voorbeeld lezen. Dus met deze regering gaan we precies daarop inzetten dat die fabriek 4.0 er kan komen, dat we investeren in onderzoek en ontwikkeling, dat we zoveel mogelijk KMO's daaraan toeleiden. En dus gaan we orde op zaken stellen met de begroting. En kunnen we dat met grote zekerheid voorspellen wat die groeipaden gaan zijn? Evidenter niet. Niemand kan dat, u kunt dat niet, wij kunnen dat niet. De voorspellingen van de Europese Commissie, collega's, zijn, ik hoop dat ze niet kloppen, dat België volgend jaar niet met een groei van 1,8% zit, waar we van uitgegaan zijn, planbureau. Vervolgens bijgesteld door planbureau 1,5%, wat onze begroting nog is. Nu zegt de Europese Commissie in haar herfstrapport, het zal 0,9% zijn voor België. Ik hoor gelukkig economen die andere cijfers brengen. Laat ons daar niet pessimistisch in zijn. Maar dus wij kunnen niet voorspellen wat het zal zijn over 5 jaar. En veel hangt inderdaad af van die economische parameters. Veel hangt ervan af of die economie weer aantrekt. Maar wat wij zeggen, dat rebus sic stantibus, dat wij die groeipaden trekken. En dat we dus inderdaad investeren. En als u het hebt over de wachtlijsten, dat we die wachtlijsten gaan aanpakken met dat groeipad recurrent oplopen tot €500 miljard. Is dat voldoende? Nee, dat is niet voldoende. Dat weten wij ook. Maar we gaan alle middelen die we kunnen vrijmaken, gaan we vrijmaken voor dat spoor van welzijn, voor dat spoor van onderzoek en ontwikkeling, voor al die andere investeringen. En als u nu zegt, u bent verantwoordelijk voor die toestand nu, ja, dan moet je een beetje correct zijn. Hè. En dat is het laatste wat ik ga zeggen. Hè. We hebben samen bestuurd in die vorige periode. U weet dat wij bij ongewijzigd beleid, dat wij vrije beleidsruimte hadden van €500 miljard in 2015. Oplopend tot €1,9 miljard in 2015. Dat zijn drie factoren, collega Diependaal heeft ze aangehaald. Er is de zesde staatshervorming, €750 miljoen in 2015. 1,5 miljard in 2016. Ten tweede, de economische groei die tegenvalt, dat weten we allemaal, met veel externe factoren. En ten derde, de consolidaties van een aantal zaken. En dus de toestand is wat ze is. En uw optie is, en u gaat daar vlug aan voorbij, we gaan schulden opbouwen, we gaan niet naar een evenwicht, we gaan tekorten opbouwen. Goed. Dan zeg ik één, u creëert veel minder beleidsruimte op termijn dan wij doen. Wij gaan voor beleidsruimte, wij bieden een perspectief, wij gaan zorgen dat er in 18, 19, dat er kan geïnvesteerd worden. U gaat dat niet doen, u gaat schuld opbouwen, met alle risico's van dien. Hè. Het is niet omdat de inflatie nu laag is, dat ook zo zal blijven. U bouwt een hypotheek op de toekomst. U zet een hypotheek op die toekomst, dat willen wij dus niet doen. En dat is inderdaad een zeer verschillende keuze. En wat wij doen, dat is de tering naar de nering zetten. Dat is uitgaven beperken. Dat is op ons apparaat snoeien. Dat is zorgen dat er ruimte is voor jobs in de privé-nijverheid. Dat is de enige duurzame groei. U zweert waarschijnlijk bij overheidsjobs. Ik weet niet wat uw remedie is. Wij doen dat niet. Ik heb hier al zulke signalen gehoord. Wij doen dat niet. Wij zorgen ervoor dat er ruimte komt voor investeringen in de privé. Wij zorgen ervoor dat er ruimte komt voor
investeringen in welzijn ook. En dat is het fundamentele verschil tussen u en ons. En de mensen mogen dat weten, wat de keuzes zijn in die situatie. En wij doen besparingen. We hebben van dag één gezegd dat dat geen boodschap is die aangenaam is. Maar wij durven tenminste de moed hebben om te zorgen dat er orde op zaken gesteld wordt. Meneer Combe. Ja, meneer de voorzitter, ik ga het spijt met mijn hart zijn voor de minister-president. Wat u vertelt, daar klopt niks van. Hè. Ik wil heel feitelijk blijven, want de minister-president dicht ons een aantal intenties toe. Om te beginnen de boodschap, we gaan jobs creëren. En waar dat het ook is, we hebben eens opgevraagd in Vlaanderen, want ik denk dat wij met een ander soort mensen spreken soms. Hè. Opgevraagd in Vlaanderen wat dat het gevolg is, wat dat er allemaal in de steiger staat, meneer de Ridder. Ik spreek minder met meneer Huts. Wat dat er in Vlaanderen allemaal in de steiger staat van jobs die gaan sneuvelen door besparingen. Wat we hebben binnengekregen tot nu toe, en het is publiek, dat zit aan bijna 14.000 jobs die jullie schrappen met de belofte om er ooit te creëren. Twee, u spreekt over competitiviteit. U hebt absoluut een punt. Maar waarom overtuigt u dan iedereen hier om iets te doen dat als gevolg heeft dat de 120 miljoen competitiviteitsverbetering voor de KMO's wordt geschrapt? Waarom doet u dan net het omgekeerde dan wat u hier propageert? En drie, het verhaal van de putten. We gaan heel duidelijk zijn, hè? Maar het is trouwens beschikbaar. U hebt het allemaal gelezen, meneer Diependaal heeft er lijstjes van bij. Wat wij voorstellen, na het einde van de legislatuur, verschilt in schuld voor Vlaanderen 0 euro met wat de regering voorstelt. Wij spreiden het tekort, net als Bart De Wever dat verdedigd heeft op federaal niveau. En dan gaat meneer Diependalen zeggen, ja, maar ja, het is lastiger federaal. Toen dat in de vorige legislatuur gezegd werd dat het lastiger was federaal, dan hadden de N-VA moeten horen. Hè? Dat ging wat zijn. Hè? Maar wat dat wij voorstellen, meneer de minister-president, moest daar twijfel over zijn, scheelt 0 euro. 0 euro in schuld ten opzichte van wat dat jullie zelf voorstellen. Maar wij spreiden de inspanning en er is in het begin inderdaad een tekort. Maar gemiddeld komt het op hetzelfde neer. In plaats van te zeggen, we gaan nu snoeien. Kinderheld, kinderopvang, onderwijs, universiteiten. Gaan het allemaal snoeien. KMO-steun. Want de industrialiseringsverhalen van de tijd, dat is waar, ze zijn al langer bekend. We zijn er al 10, 20 jaar mee bezig. Maar wat met de KMO's, meneer de minister-president? Als je gaat spreken met al die mensen, wat zeg je tegen de KMO's? Ik schrap de steun dat Vlaanderen voorzien had, nog met ons, voor de KMO's. Ik schrap die, want het is moedig. Dat is helemaal niet moedig. Dat is een van de redenen waarom dat uw economie vertraagt. Alle perspectief is eruit. Volgende Bosse. Ja, meneer de minister-president. Ik vind het jammer hoe u altijd spreekt over overheidsjobs. U zegt enkel een job in de privé is duurzaam. En u zweert natuurlijk, verwijt u ons, bij overheidsjobs. Dat gaat om de mensen die onze kinderen lesgeven. Het gaat om diegene die met de bus rijdt, waar die kinderen mee naar school gaan. Het gaat om diegene die oude mensen verpleegt als zij in een rusthuis verblijven. Het gaat om mensen die werken in de culturele sector. Dat gaat stuk voor stuk om mensen die een goed leven verzorgen voor al die Vlamingen waar u beleid voor zou moeten maken. Iemand die werkt voor de overheid is niet iemand, zoals u die zich misschien herinnert, ten tijde van de collega's in een stofjas, die helemaal niets te doen heeft. Iemand die werkt voor een overheid, vangt mensen op en zorgt voor essentiële vormen van dienstverlening. Tenminste, wij vinden die essentieel. En wij denken dat je niet alles, dat klopt, zomaar aan een markt kan overlaten. Dat de overheid een rol te spelen heeft in het vermijden van vervoersarmoede. Dat de overheid een rol te spelen heeft in zorg dragen voor mensen. In mensen opleiden en zo'n betere toekomst geven. En ik schaam mij daar niet voor, meneer de minister-president. En nu zou ik beter ook niet schamen voor de mensen die uw eigen overheid te werk stelt. Meneer Diependalen. Ja, dank u wel. Eerst en vooral die opmerking over federaal. Het is inderdaad zo, daar gaan wij voor een structureel tekort, omdat de inspanning daar natuurlijk een stuk groter is. Ik had voorspeld dat je dat ging zeggen. Nee. Ja, dat is waar. Ja, maar dat is voorspelbaar. Maar er is daar een goede reden voor, hè, meneer Crombe. Eerst en vooral, in 2011 zijn er afspraken gemaakt met de Europese Commissie. En er bestaat daar nu een zeer schoon grafiekje van, en niet van mij voor alle duidelijkheid, of mijn partij, maar van de Europese Unie zelf, waarin daar staat dat die lijn wordt aangehouden tot 2012 en dan plots niks meer. Dus er moest een stijgende lijn zijn, maar plotseling blijft die horizontaal. Want sinds 2012 heeft de federale regering geweigerd om nog extra inspanningen te doen. Ten tweede,
Allee, dat komt erop neer dat je een marathon wilt lopen op hetzelfde moment. Dus je moet binnen dezelfde tijdspanne binnen geraken. Maar de eerste 30 kilometer gaat op je gemakje een beetje wandelen. En dan verwacht je natuurlijk dat Nin, die de laatste 10 kilometer moet doen, dat die een spurt inzet om zijn longen uit zijn lijf te lopen. Dat is eigenlijk wat je wilt doen. Dus wij proberen daar gewoon de boel recht te trekken. Ten tweede, ik heb één ding, heeft mij enorm verwonderd in dat lijstje dat ik hier gekregen heb. En dat geeft een beetje weer wat dat uw visie is op Vlaanderen, hè. Want mevrouw Van den Bossche, eerst en vooral, niemand heeft hier neerbuigend gedaan over overheidsjobs. Maar we zijn het er allemaal over eens. Die luisterbereidheid is hier al zo slecht als... We zijn het er allemaal over eens dat als je de sociale zekerheid overeind wilt houden, dan zal je moeten zorgen dat je inderdaad de werkstelling hebt in de privésector. Het is daar dat de meerwaarde gecreëerd wordt. De meerwaarde gecreëerd wordt waarmee dat die overheidsjobs, die allemaal, waar dat meeste deel, die allemaal belangrijk zijn, maar dat we die mee betalen. Waarmee dat we onze pensioenen betalen, waarmee we onze sociale zekerheid betalen, in het algemeen gezondheidszorg en dergelijke meer. Dat komt uit die privétewerkstelling. Dat is waar dat de meerwaarde gecreëerd wordt om daarmee te betalen. En dan zie ik één amendement, 59, dat is een verlaging van de IWT-steun met 20 miljoen. Ik verschoot mij een breuk. We zijn er de laatste 5 jaar, mevrouw Lieten, waar we het er allemaal over eens dat we keihard moesten inzetten op die innovatie in Vlaanderen. Dat we moesten gaan voor die 3%, waar wij nog altijd naartoe streven. Om te zorgen dat we inderdaad voldoende innovatie hebben om onze economie aan te trekken, om mensen aan het werk te zetten. En wat doet de SPA 6 maanden nadat ze uit de regering zijn? Een amendement indienen om 20 miljoen weg te halen bij het IWT. Weg te halen met die instelling die moet zorgen voor die innovatie. Die moet zorgen voor die economische groei. Die moet zorgen voor die extra jobs. Dan ga je die plotseling gaan weghalen. Ik heb het speciaal aangeduid, want het heeft mij mateloos verwonderd en geërgerd. Heer Van Heuvel. Ja, meneer de voorzitter. Toch nog een drietal punten aan de basishouding van de SPA en van meneer Colombé in het bijzonder. Dus dat er nu niet moet structureel bespaard worden. Wie zegt dat? Eén, heb je, ja, nee, en dat je dus de tekorten mag opbouwen. Ja, want inderdaad, jullie zijn ook akkoord met 1 miljard van de besparingen. Hè. Dat moet misschien ook eerst duidelijk gezegd worden. Hè. Deze regering bespaart 1,2 miljard. En in uw alternatief gaat u eigenlijk met meer dan 1 miljard besparingen akkoord. Hè. Dus ja, nee, maar dat is ook toch wel heel duidelijk. Dus dat u voor 80% de besparingen van deze Vlaamse regering goedkeurt. Hè. Dus dat cijfer mag misschien ook eens genoemd worden. Maar uw basishouding is dus dat er nu tekorten mogen opgebouwd worden. En één, dat federaal verhaal, dat is wel belangrijk. Hè. Dus dat is wel belangrijk. Gij duwt dat nu weg door een verwijzing, ook heel kortzichtig, naar het verleden, naar wat de N-VA daarover deed. Maar dat is hier niet ter zake doende. De basis is dat als je het 3% verhaal van de NV België in ogenschouw neemt, dus dat wij daar een bijdrage als Vlaanderen moeten in doen. En anders schuiven we de factuur door naar een niveau waar de sociale zekerheid, en voor een socialist vind ik dat toch wel raar, dat dat blijkbaar het niveau is waar hardere inspanningen dan moeten gebeuren. Maar twee, fundamenteel is een trager structureel besparingspad is het uitstellen van nieuwe investeringen doen. En dat is zo. Hè. En dat is dus natuurlijk het verschil tussen jullie en ons. Jullie willen krampachtig vasthouden wat we vandaag hebben en willen geen perspectief geven naar nieuwe uitdagingen. En deze begroting laat dat toe om nieuwe perspectieven te geven, om inderdaad dat begrotingspad voor welzijn plus 500 miljoen, voor ontwikkeling en innovatie, om dat uit te bouwen, om hoop te geven en nieuwe perspectieven te bieden. En een derde punt, dat we nu vandaag geen tekorten mogen opbouwen en een begrotingspad op orde moeten houden, is wanneer dat het straks eventueel, laat ons hopen van niet, het wat moeilijker wordt, dat u geen enkele buffer, maar dan ook geen enkele buffer meer hebt om dat economisch diepje op te vangen. Minister-president, en dan terug naar meneer Colombé. Ja, wel voorzitter, ik denk dat collega Van den Heuvel dat juist nog eens op de essentie gewezen heeft, dat wil ik ook benadrukken, u gaat eraan voorbij. Meneer Colombé, u creëert minder ruimte voor de toekomst en u hebt veel minder buffer. Dat is het gevolg van uw beleid, nu tekorten,
minder mogelijkheden om te investeren. Wij trekken de andere lijn. Dat is de enige lijn die perspectief biedt. En we gaan ook die lijn blijven aanhouden. Twee, we hebben nooit gezegd dat federaal, ook niet in de vorige periode, dat niets waarder is. We hebben dat altijd gezegd, dat er veel meer inspanningen moesten gebeuren. Die inspanningen zijn ook veel groter dan hier. We hebben ook met de vorige regering altijd de lijn aangehouden dat we hier voor een budgetair evenwicht zouden gaan. Geen tekorten, geen overschotten. Drie, collega Van den Bossen, u maakt er een karikatuur van, hè. U maakt er echt een karikatuur van. Ik ben minister van ambtenarenzaken geweest. Ik ben trots op wat onze mensen doen. Ik heb altijd tegelijk gezegd, wat we doen, moeten we zo efficiënt mogelijk doen. En een oplossing zit er niet in, een grote overheid hebben. En blijkbaar hebt u er geen probleem mee dat wij een overheidsbeslag hebben van 55%. Wat ertoe leidt dat twee verdieners in dit land, twee verdieners onmiddellijk in de schijf van 45% personenbelasting zitten. Wij zeggen, zoals de Scandinaven, doe wat je moet doen als overheid, maar doe dat goed, doe dat efficiënt. Doe dat met zo weinig mogelijk middelen. Dat is de enige lijn om welvaart te creëren. Meneer Combe. Dank u, voorzitter. Ik wil toch eventjes doorgaan op dat punt. Pak de Scandinaven, meneer de minister-president. Ze hebben een paar jaar geleden hebben ze daar hetzelfde verhaal verteld als u. En er is een zeer rechtse regering aan de macht gekomen, zowel economisch als maatschappelijk. Het gevolg is dat binnen Europa, in Zweden, die vroegere Zweedse coalitie, gezorgd heeft voor de scherpste duik in onderwijsresultaten. De scherpste duik in onderwijsresultaten. En u kunt hier tien keer herhalen dat u gaat voor een begroting die zorgt voor de toekomst. Als je het aan al die mensen, en dat is ons punt, aan die KMO'ers moet zeggen, dat je 120 miljoen euro steun schrapt, omdat dat beter is voor hun toekomst. Als je aan jongeren aan de UNIF moet zeggen dat je ze 45% meer laat betalen, omdat dat beter is voor hun toekomst, dan is dat een verhaal dat niet klopt. En de essentie, meneer de minister-president, is twee dingen. Het begrotingsevenwicht dat je ons verwijt, dat heb je zelf niet. En ik wil straks van de minister van Begroting dat ook gewoon duidelijk weten. Ofwel is het waar, ofwel is het niet waar, dat er 700 à 800 miljoen tekort is in 2014. Dat is een ja of een nee. Ik wil dat weten. Weet je waarom ik dat wil weten? Omdat ik voor onderwijs en welzijn voor de toekomst ook wil weten van de regering in zijn geheel. Stel dat dat waar is, die 700 à 800 miljoen. Gaat het dan blijven op de toekomst van ons onderwijs? Gaat het dan blijven op de toekomst van ons welzijn? Gaat het dan blijven op de toekomst van onze jeugd besparen? Of kan er nu aan ons zeggen, want dat zou de onrust verminderen? Nee, dat gaan we niet meer doen. Er zijn grenzen aan alles. We hebben nu al overdreven. En als we tekorten hebben, en heb tekorten, gaan we het niet blijven op de kap leggen van sociale zekerheid. Want meneer Van den Heuvel is weg, hè? Maar we hebben hier nu 10 miljard zorg en welzijn en volksgezondheid. Sociale zekerheid zit hier nog nooit zo groot als nu in Vlaanderen, hè? Dat is de reden dat we het zeggen. Als je blijft alle tekorten wegbesparen, en ik herhaal, meneer de minister-president, maar je hebt daar zelf ooit een opening voor gemaakt, hier, waar dat je in mijn plaats stond, dat is... Je kunt dit doen zonder op het einde van je eigen legislatuur, en heb vertrouwen in jezelf op dat vlak, zonder meer schulden te maken, maar door de inspanningen te spreiden. Want je pakt al die Europese, die Eurostat-regels, waar dat meneer Diependaal hem terecht ook zorgen over maakt, pakt in één keer, waardoor dat je disproportioneel op je onderwijs en je zorg bespaart. En het gaat niet over dat evenwicht en putten maken, hè. Je zit met een tekort en ik verwijt het u niet. Ik verwijt het minister Muiters niet. Maar weet wat dat minister Muiters niet ging doen? Minister Muiters ging niet op 16 december komen zeggen dat hij op 400, 500 miljoen na niet weet hoe dat zijn begroting eraan toe is nu. Hè. Dat ging hij nooit doen. Hè. Als er een vraag werd gesteld, ging hij daar heel duidelijk op antwoorden. En we hebben het ook maar moeten lezen, kloppen nu dat er 700 of 800 miljoen tekort is in 2014. En wat is de impact op 2015? Ik wil het weten. En ga de, als die impact er is, blijven op uw onderwijs en uw zorg en op uw gezinnen besparen. Hè. Dat zijn de dingen die wij willen weten en dat de mensen hier buiten ook willen weten. Goed, hè? Want het is zeer interessant om van de 3% van Europa te klappen. Maar ik denk dat de KMO's willen weten of dat ze steun gaan krijgen. En of dat de ouders willen weten of dat ze nog de kinderopvang gaan kunnen betalen. U heeft de vraag gesteld aan mevrouw Krivits en mevrouw Turtelboom. Eerst gaat mevrouw Krivits antwoorden en dan mevrouw Turtelboom. Ja, mevrouw Krivits, alstublieft. Jazeker. Maar ik zou gewoon eens meneer Crombie willen confronteren met een discussienota van Pascal Smet van 26 oktober 2012, als het gaat over publieke en private bijdrage.
U sprak mij daarnet persoonlijk aan toen u zei je mocht de studiegelden niet verhoogd hebben. Het gaat over een discussienota wat er mag gevraagd worden voor het deeltijds kunstonderwijs. En wat zegt meneer Smet? Als we de publieke-private kostenbijdrage beperken tot de financiering van de Vlaamse overheid, bevinden we ons momenteel op een ratio van 93,2% tegen 6,8%. Voor de toekomst willen we een publiek-private kostenverhouding naar 88% tegen 12% voorstellen. Het werd dus door uw eigen minister van uw partij voorgesteld om de private bijdrage van de mensen... Voor deeltijdskunstenonderwijs, herhaal ik nog maar een keer. Voor deeltijdskunstenonderwijs. Maar hij zegt, het is... Ja, evident. Hij zegt, het is billig om de private bijdrage van mensen te doen verhogen, maar je moet ervoor zorgen dat mensen met een beperkte financiële draagkracht gespaard worden. Wel, dat is, meneer Crombi, wat wij met deze regering doen. We zorgen dat we... Maar meneer Crombi, deze nota gaat over een verhoging van de private bijdrage, waar u zoveel kritiek over... Maar dat speelt geen rol, collega's. Allee, enfin. Ja. Ik denk dat je nu geconfronteerd wordt met de verrassing van uw leven. Ja, dat is wit of wit op papier. Goed. Natuurlijk hebben we mevrouw Turtelboom. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. We doen hier inderdaad... Ik heb de naam mee, hoor. Mevrouw Turtelboom. We kijken er naar uit. We voeren hier inderdaad het debat over 2015, maar omdat men mij appelleert over 2014, nee, toch een aantal woorden. Debat. Allee, wat is dat nu, voorzitter? Dat is al de tweede keer. We zijn een gezamenlijk debat. Nee, we voeren het debat, mevrouw Turtelboom, over 2014 en 2015. Toch een aantal... Het is wel belangrijk dat de regering dat weet. Hè. Allee. Ja, maar kijk, meneer Combe, als u op tijd bent, dan weet u dat. Ja, maar ik heb het niet over u. Goed, mevrouw Turtelboom. Ja. Maar toch een aantal zaken. Als men mij nu vraagt om te zeggen met welke cijfers gaat u afsluiten op 31 december, nee, dat vraag ik. Dan zeg ik eerlijk gezegd, ik weet dat niet. En ik ga u twee voorbeelden geven. Als je kijkt naar de onderbenutting van de departementen, hebben we de berekening gemaakt zoals we die altijd gemaakt hebben de voorbije jaren en zoals die de voorbije jaren altijd is uitgekomen. Gaat dit nu anders zijn omdat het een verkiezingsjaar is of niet? Ik weet dat op dit moment niet. Wij bevragen op dit moment, wij berekenen het, zoals we verwachten dat de departementen gaan reageren. Maar het is pas begin januari. En dan weet u maar zeker, als de effectieve cijfers van de administratie binnenkomen, dat je weet of wat je toegepast hebt de voorbije jaren ook dit jaar geldt. Twee, de gewestbelastingen. Iedereen zegt op dit ogenblik, alle notarissen zeggen, we hebben ontzettend veel werk, nog naar aanleiding van de gewijzigde regels van de woonbonus. Op dit moment zie ik dit niet in de cijfers. Nochtans weten we dat die dossiers er liggen. Nochtans weten we dat er extra dossiers zijn gemaakt, dat weten we uit het veld. Maar ik zie het op dit moment niet in de cijfers. Ik kan ook niet inschatten wat de impact daarvan is. Bovendien zal ik u zeggen, als we kijken naar de begroting van 2015, we maken die op basis van de parameters van de economische begroting. Minister-president heeft er daar juist al naar verwezen. Als je kijkt naar de groeicijfers die Europa voorstelt, dan zou het kunnen zijn dat die lager zijn. Het zou ook kunnen zijn dat die op hetzelfde niveau zijn en misschien wel een beetje hoger. En laat ons misschien samen allemaal met ons gedrag en met de manier waarop we beleid voeren ervoor zorgen dat het beter is en hopelijk ook geholpen door andere landen in Europa. Dus als u mij vraagt, bent u 100% zeker dat er geen enkele euro meer zal veranderen aan een begroting? Nee, een begroting is altijd wat je denkt dat er zal verwachten het komende jaar. Maar ik zeg u ook, wij zullen dit jaar... Omdat er drie zaken zijn veranderd in Vlaanderen. Drie zaken. Eén, we zijn meer afhankelijk van de economische groei, omdat we meer fiscale autonomie hebben. Goed. Waar we jaren om Vlaanderen om gevraagd hebben, maar we zijn dus gevoeliger door wat er economisch gebeurt. Twee, we hebben de inkanteling van de zesde staatshervorming, dat ongeveer een bedrag neemt van 755 miljoen euro, dat we minder zullen hebben als marge dan ervoor. En ten derde, heb de nieuwe ESA-regels die ingedaald zijn. Drie zaken die maken dat de begroting voor 2015 op andere parameters of drie zaken die structureel die begroting veranderen. Dus ik zeg u ook, ja, we zullen terug een controle moeten doen in maart, april, zoals gewoon. En ik zeg zelfs, we zullen ze zelfs eerder moeten doen om te kijken, om bij te stellen
gegeven de nieuwe regels die we hebben... We zullen naar traditie, in alle transparantie, en ik wil er dan met u het debat duidelijk over voeren, als de cijfers afgesloten zijn voor 2014, dan zullen we effectief zien wat de onderbenutting is en dan zullen we effectief zien wat de gewestbelastingen zijn, waarvan iedereen nog een piek verwacht, die we op dit moment nog niet zien, maar waarvan ik weet dat ze komt, maar niet weet hoe groot dat ze is. Maar ik moet wel zeggen... Er zijn toch een aantal zaken die ik toch ook wel heel belangrijk vind in wat collega Crombie heeft gezegd. Ten eerste, in het alternatief plan van hen is men het eigenlijk ook eens met 83% van de besparingen. Ik bedoel, u verschuift 195 miljoen, maar overal de rest zegt u op een bepaald ogenblik, daar zijn we het eigenlijk ook over eens dat dat de besparingen moeten zijn. Maar wat u eigenlijk, als u intellectueel eerlijk bent, dan moet u de analyses maken van de verschillende departementen. En dan moet u kijken wat de klassieke groeipaden zijn van de departementen. En het klopt dat we op een aantal departementen op de klassieke groeipaden besparingen hebben gedaan. Maar op het einde van de rit is er zowel voor welzijn als onderwijs, als je besparingen aftrekt van het klassieke groeipad, nog altijd een groei in het budget ten opzichte van de voorbije jaren. Hoeveel, mevrouw nog altijd een groei ten opzichte van hoeveel? De voorbije jaren. 8 miljoen euro. Nee, klopt niet. Als u kijkt, de jaarlijkse stijging bij Konk... Allee, mevrouw Turtenboom heeft het woord. Dan zeg ik u dat er nog altijd extra ruimte is in onderwijs en uw welzijn. Dus als u met uw tussenkomst het idee wilt geven dat er alleen bespaard wordt en dat men nominaal achteruit gaat, dan zeg ik u dat is pertinent niet waar. Dat is pertinent niet waar. En ik zeg u ook... Zwaar, we besparen nu. We moeten het ook doen. We moeten het ook doen om ons budget op orde te zeggen. Ik ga niet herhalen wat hier op de regeringsbanken al is gezegd. Maar wat u wel niet zegt, en wat wel superbelangrijk is, dat je de besparingen doet, eerst op uzelf, op uw werking en uw apparaat, om net beleid te kunnen creëren in capaciteit en in infrastructuur. En ja, we zijn ervan overtuigd dat er nog altijd capaciteit moet bijkomen. En ja, we zijn ervan overtuigd dat we die investeringsmarge die we als regering houden van 4,2 miljard, dat we die effectief blijven houden en dat er nog investeringen moeten gebeuren in de infrastructuur van de scholen, van de wegen en van wel. Meneer Somers. Meneer Crombie, ik had me voorgenomen om heel aandachtig te luisteren en eens goed proberen te begrijpen waar het alternatief van de SPA nu echt zit. En wat ik tot nu toe heb gehoord in grote lijnen, kan ik eigenlijk samenvatten in drie zaken. Eerst en vooral, voor de SPA investeert deze regering te weinig. Ten tweede, volgens de SPA besparen we te veel. En ten derde, voor de SPA kunnen we het ambtenarenapparaat met geen enkele persoon afbouwen. Op die manier vraag ik mij af hoe dat jij de tering naar de nering gaat zetten. Ten tweede, indien er op het einde van het jaar een tekort zou zijn, dan is dat toch een extra aansporing om nog meer dan vandaag te zorgen dat we hervormen en de middelen in evenwicht brengen. In uw voorstellen zien we telkens opnieuw de andere richting. U kiest er telkens opnieuw voor om minder te besparen, u vraagt meer investeringen. En het enige wat u zegt is, we gaan het direct wat langer trekken, we gaan wat meer schulden maken, we gaan de problemen voor ons uitschuiven. Dat is volgens mij niet de juiste aanpak. Op die manier helpen we Vlaanderen niet vooruit, helpen we de Vlaamse economie niet vooruit en slagen we er niet in om Vlaanderen terug een perspectief te geven. Ik betreur dat. Meneer Bertels. Straks gaan we nog even wat meneer Somers zegt, maar het grote verschilpunt, meneer Somers, is tot de fractie van meneer Kroon. We investeren sneller zonder schuldopbouw. Dat is heel kort samengevat wat het alternatief is. En u weet dat ook als u de nota bekeken hebt zoals we bediscussieerd hebben in de commissie. Tweede, daar wil ik eigenlijk ook iets over zeggen, meneer de voorzitter, is, want mevrouw Turtelboom heeft nu veel gezegd over begroting 2015, maar de vraag ging over 2014. Mevrouw Turtelboom, u hebt een hele dienst die periodieke monitoring doet van de uitvoering van de begroting. En wij vragen niet dat u een exact cijfer hebt nu. Dat vragen wij niet. Maar die periodieke uitvoering, dat u zelf opneemt als operationele doelstelling in uw nota, ik neem aan dat die af en toe nog gebeurt en dat we dus midden december al een zicht hebben in de grote orde van wat dat zal zijn. Niet op de eurocent, zelfs niet op 100 miljoen, maar wel op een grote orde en dat hebt u wel. Want wat u komt te vertellen over de onderbenutting, is dat u verwacht dat de onderbenutting
500 miljoen gaat schelen of niet. Dat is denk ik een irrealistisch scenario. Tweede, wat u zegt omtrent de registratiebelasting of de gewestbelastingen, maar registratiebelasting, daarover ga ik al eigenlijk. Ja, u wist dat daar een probleem was, hè? Dat wordt al aangekondigd door het Rekenhof een jaar geleden. Dus u wist dat daar potentiële problemen zijn. Dat u nu nog op 15 dagen een piek verwacht van enkele honderden miljoenen, lijkt me straf. Ik hoop dat we ze dan kunnen innen, maar daar gaan we straks ook nog even op terugkomen, denk ik. Ook nog... Ja, ik vraag me eigenlijk af met welke Bart Somers dat we spreken. Hier wil men naar een onmiddellijk evenwicht zonder de noodzakelijke investeringen. Vanavond hebben we het geluk van de Mechelse begroting te bespreken. Daar verhoogt men de schuldnorm, doet men ook niet de noodzakelijke investeringen en draait men dan ook nog de Mechelaars een rat voor de ogen met een lastenverlaging. Dus meneer Somers, moraal van het verhaal. Uw partij zit in de federale regering, pleit daarvoor een structureel evenwicht in 2018. Mijn doet dat ook in de Vlaamse regering. Waarom bent u schizofreen? Meneer Somers. Ja, meneer de voorzitter, collega's, ik voel me ongelooflijk vereerd. En ik wil mevrouw Gené bedanken voor de eer die ze mijn stad bewijst dat wij voor de eerste keer in een begrotingsdebat van Vlaanderen tegelijkertijd ook het begrotingsdebat kunnen voeren van voor mij de belangrijkste stad van Vlaanderen. De Antwerpenaars mogen het mij niet kwalijk nemen. Ik denk niet dat ik daar hier moet op ingaan, maar ik begrijp natuurlijk dat de oppositie in Mechelen dusdanig gefrustreerd is dat ze tot in het Vlaams parlement die frustraties moet komen uiten. Ik kan alleen maar vaststellen dat wij de belastingen verlagen, dat wij in Mechelen massief investeren, dat het heel goed met Mechelen gaat, ook wanneer de socialisten in de oppositie zitten in Mechelen. En dat is een gelijkenis. En dat u de schuldnorm verhoogt en vooruitkijkt. Nu, vroeger ging het hier altijd over Antwerpen, nu gaat het eindelijk eens over Mechelen. Meneer Zoska en dan minister-president. Meneer Zoska. Ja, meneer de voorzitter, als het over Mechelen gaat, we zitten daar ook in de meerderheid, dan kan ik niet achterblijven. Nee, alle gekheid op een stokje. Ik zou toch willen vragen vanuit het parlement, en ik wil daarmee de vraag van collega Bertels versterken. Er is een periodieke monitoring. En ik vind het niet meer dan terecht dat dit parlement, op een moment dat er onrust wordt gestookt, en deze keer niet door de oppositie, dat wij tenminste inzage kunnen krijgen in de laatste periodieke monitoring die gebeurd is. Want het is natuurlijk niet zo, collega's, en daar heeft collega Krombé absoluut gelijk in, dat we op 15, 16 december, op 2 weken van het einde, tenminste niet kunnen zien waar het, in welke richting dat het gaat. En niet tot op de eurocent of tot op een aantal miljoen euro. Maar ik vraag, voorzitter, namens het parlement vraag ik dat we toegang krijgen en inzicht krijgen in de laatste periodieke monitoring. Al een half uur te kwaad te kijken naar mij, alsjeblieft. De begroting van IP. Nee, ik zit niet echt dringend te wachten. Ik wil gewoon zeer punctueel tussenkomen op een punt die collega Krombé heeft aangehaald in verband met de zogezegde 120 miljoen euro competitiviteitspact die zou geschrapt zijn in 2015. Nu, ten eerste, het gaat over 125 miljoen euro. En ten tweede, ik heb de indruk dat u hier dat zomaar stelt dat dat geschrapt wordt. Maar eigenlijk moet u er ook bij aangeven dat het doelgroepenbeleid is overgekomen naar Vlaanderen, dat met 87% van de middelen is, dat de Vlaamse regering daar een extra investering in moet doen. En dat minister Muiters ook aan een aantal partijgenoten van u al meermaals heeft aangegeven dat eens de sociale partners het eens zijn over de invulling van dat doelgroepenbeleid, dat dan opnieuw die 125 miljoen kan in overweging worden genomen. Want er zijn op vlak van doelgroepenbeleid ook een aantal belangrijke efficiënties te winnen. Dus graag correcte informatie en geen desinformatie. Gisteren hebben we bijvoorbeeld gezien tot wat zo'n desinformatie kan leiden. Goed, meneer Combe. Dank u, voorzitter. Maar ik kan misschien beginnen met de laatste opmerking. Je hebt met het eerste punt absoluut gelijk. Ik heb me vergist, het is nog harder. Het is 125 en niet 120. En twee, geen desinformatie. Ik ben het met u eens. Die 125 miljoen is voor 2015... geschrapt voor de KMO's. We zijn het eens, hè? Ja.
Dus dat was mijn punt, dat geschrapt is. Twee, mevrouw de minister, ik zal beginnen met mevrouw Krevits. Ik zal praktiseren wat ik in het begin gepreekt heb. Hè. Ik zal zeggen wat ik ervan denk. We hebben veel respect voor de discussies die we kunnen voeren hebben over onderwijs in commissie. Hè, wat u aanbrengt, en u hebt er nog, uw micro stond niet af, u gaat er nog aanbrengen, u gedraagt zich anders in de plenaire dan in de commissie. Ik herinner mij de septemberverklaring, toen ik hier stond, en zei van, kijk, de middelen zijn er niet voor de studiebeurzen. Toen hebt u mij een populist genoemd. Hè? Die middelen waren er wel. Dat zei u. En in de commissie hebt u toegegeven dat het inderdaad niet klopte. Iedereen kan zich vergissen, maar op dat vlak, alstublieft, doe het zoals in de commissie en hou die debatten gewoon correct. Het klopte wat we toen zeiden. Mevrouw de minister van Begroting, dat is de techniek van de ongestelde vraag. Je hebt vier antwoorden gegeven, behalve een antwoord op de gestelde vraag. Je zegt, ja, maar kan ik op 31 december het exacte cijfer kan ik dat niet geven? Ik heb dat hier niemand horen vragen. Het exacte cijfer op 31 december, niemand. Je hebt gezegd, kan ik niet 100% zeker zijn op vandaag wat dat cijfer is? Opnieuw, ik heb dat hier niemand horen vragen. We komen dat vaker tegen, hè? De techniek van de ongestelde vraag. De gestelde vraag was, kunt je op 16 december als minister van Begroting op 400-500 miljoen nazeggen hoe groot dat uw tekort is? Want er is een tekort in 2014. En niemand had u verwittigd, maar 2014 wordt hier besproken. Er is een tekort voor 2014. En mijn vraag is het 300, is het 700 of is het 800 miljoen? Mijn vraag, ik ga hem nog eenvoudiger stellen. Kunt u op 400 miljoen na zeggen wat het tekort voor 2014 is? En de waarom van mijn vraag is belangrijk, mevrouw de minister. Want als het 400 miljoen meer is, zoals sommige snoodaards, onruststokers beweren, dan gaat de discussie, en ben blij dat we het daar wel over eens zijn, zelfs binnen een paar weken hier weer zijn, hoeveel dat we nog meer op ons onderwijs en nog meer op onze zorg gaan besparen. En ik vind dat dit parlement dat gewoon moet weten. Dus de vraag van meneer Joska is het minste dat het parlement zou moeten kunnen krijgen. Maar goed, ik ga heel eerlijk zijn en ze zijn vergeten mijn tijd al een paar keer aan te zetten. Dus ik ga afronden. Nee, maar... Meneer Combe, als ik dat even mag zeggen, ik heb voor u elke keer als u een repliek geeft, zet ik de klok natuurlijk stil. Hè. Ah, dat gaat zo, ja. Ik was dus u heeft nog 4 minuten. Ik zou zeggen, laat u nog eens lekker gaan. Hè. Waarom ook? Dank u, voorzitter. Maar ik kom terug tot de essentie. En voor de meerderheidsleden die hier zijn, soms is dat iets dat besproken wordt. Dat is, wat betekent het eigenlijk dat je verkozen wordt door het volk om op dat stemknopje te drukken? Dat betekent eigenlijk dat je de keuze maakt tussen die alternatieven, wat je wel en wat je niet doet. We gaan het er, denk ik, in de komende dagen heel erg roerend over eens worden dat heel dat objectief van dat evenwicht, dat dat niet bestaat. Als die doelstelling, hè, want dat zou iets zijn wat de regering zegt van dat is nu ons grote objectief, die nul, maar als dat wegvalt, dan moeten we, vind ik, ook hier in de stemming de discussie kunnen hebben, niet over alles, hè. Tuurlijk zitten er besparingen in. Er zitten besparingen in als alternatief. Tuurlijk moet de schuld niet toenemen. We zijn het daarover eens. En tuurlijk gaat het niet alleen over de miljarden. Het gaat ook over de miljoenen. In de thuiszorg, in de kinderopvang, in het onderwijs. Je kunt wel erg vinden dat we dat vaak herhalen. Maar het is wat we belangrijk vinden. En belangrijker dan te zeggen, kijk naar de regels van Europa. En dus, wat je hebt gekregen van de bevolking, de mogelijkheid, het recht, de ongelooflijke kans om te stemmen. Die alternatieven gaan hier in amendementen passeren. En het is niet erg om te zeggen van, dat was niet juist, we gaan dat inderdaad aanpassen. Busprijzen voor de kinderen of de onderwijsbesparingen. Meneer Diependalen heeft daar ongelooflijk gelijk waar hij zegt, je kunt af en toe een keer vergissen. Dat is niet erg, dat niet inzien is veel erger. Ik geef u daar volledig gelijk. Je hebt in de komende 2 dagen de tijd om hier nog uw stem uit te brengen en dat te doen. Als we gewoon die begroting stemmen, dan heb je een tekort. En dan heb je in zorg en onderwijs en ook in cultuur en op jeugd besparingen die wel een verschil gaan maken. En dan gaat die Vlaamse leeuw niet klauwen, hè? Dan gaat hij wenen. Er gaan minder jongeren zijn die uitzicht hebben op een diploma, omdat de ondersteunende middelen minder zijn.
Er gaan meer ouderen zijn die niet de gepaste zorg hebben. Dat is waar het gaat op neerkomen. Men gaat eigenlijk zeggen voor het grootste deel van de N-VA-fractie dat dat niet verrassend is dat dit de houding is. Het moet allemaal nu. Boef gedaan, ook als er schadelijke gevolgen zijn binnen de bevolking. Het moet nu. Men gaat zeggen bij de N-VA-fractie, niet zo heel vreemd. Een deel van de VLD zal men dat ook zeggen. Al is het deel dat nu aanwezig is, is het nog het sociaal voelende deel. Maar van een deel van de VLD gaat men dat ook zeggen. Men gaat van een deel van de VLD ook zeggen, het is niet vreemd dat ze de overheid toen terugtrekken. Het is niet vreemd dat ze miljoenen besparen in de thuiszorg. Het is niet vreemd dat ze de markt laten binnenkomen op essentiële taken. Men gaat dat ook zeggen van een deel van de VLD. Maar ik ga even naar het midden kijken, beste CD&V-fractie. Een deel van de mensen met wie... Ja, ik trek de lijn daar ergens. Een deel van de mensen met wie ik spreek, begrijpen jullie niet. Beste kajotters, ik denk dat kardinaal Kardijn met schaamrood op zijn wangen zou zitten kijken naar wat er hier gebeurt. Want het gaat over een vraag dat je een sociaal weefsel en een sociale welvaart staat. Waar jullie veel over gesproken en geschreven hebben, dat je dat op een korte tijd daar essentiële dingen onderuit haalt. Ondersteuning van kinderen, ondersteuning van verenigingen, ondersteuning van uw lokale besturen heeft een zware impact. En ik vraag jullie alleen, kijk naar die keuzes, kijk naar wat dat impliceert en overtuig de andere mensen van de meerderheid dat een aantal keuzes nog kunnen gemaakt worden. Daarvoor zitten we hier 2 dagen. Ik hoop dat jullie hier met veel interesse gaan zitten. En als je gewoon deze begroting stemt met een tekort en met de sociale gevolgen die het heeft, beweer dan niet meer om solidair en sociaal te zijn. Daar gaat het over hier in dit Vlaams parlement, beste parlementsleden. Dit Vlaams parlement heeft nog nooit zoveel bevoegdheden, nog nooit zoveel middelen gehad, nog nooit zoveel middelen gehad in sociale zekerheid. Maak gebruik van dat ongelooflijk recht dat je gekregen hebt voor de bevolking. Toont dat je bekommerd bent, toont dat je luistert en toont dat je je fout kunt inzien en dingen corrigeren. Dank u wel. Meneer Dooms. Meneer Krombé, u komt mensen tegen die zeggen, ja, kijk, wij begrijpen CD&V niet. Ik kom veel mensen tegen die zeggen, de SPA, we geloven ze niet. U zegt, stel het maar weer uit. Allee, stel de moeilijkheden weer mee naar overmorgen en dan zullen we het wel weer een keer oplossen. Men gelooft dat gewoon niet. En u zelf ook, u weet ook zelf dat wat u zegt niet klopt. Maar om te beginnen, meneer Dooms, het is niet vreemd dat u na uw eerste zin alleen applaus kreeg van de N-VA. Maar veel belangrijker, meneer Dooms, omdat dat is al de tweede keer dat iemand dat doet. U mocht gerust zijn dat alles wat ik hier kom zeggen, dat ik dat zelf geloof, dat ik daar zelf van overtuigd ben en dat ik dat zelf bekeken heb. Ik ga u één iets heel eenvoudigs zeggen. Als je op dit moment ziet dat er een enorme discussie bezig is over hoe moeten de inspanningen verdeeld worden. Ze zijn niet rechtvaardig verdeeld. Dan blijft men zeggen hier aan de andere kant van de straat, we gaan daar niks aan veranderen, gisteravond nog. Ik geloof dat die vraag om het rechtvaardiger te verdelen, die ook van de CD&V komt, dat die terecht is. En als het rechtvaardiger kan verdeeld worden, dat is het antwoord op die andere vraag, dan heeft het federaal meer ruimte en dan moet je hier niet in Vlaanderen met schaamrood op de wangen zitten verdedigen, dat je die ondersteuning van je gezinnen, dat je die ondersteuning van je maatschappij, dat je die afbreekt. Dat is waar dat jullie op moeten stemmen. En anders dan, nee, dat kent jij niet, mevrouw de Ridder. Dat kent jij inderdaad niet, maar het is u vergeven. Maar dat je dat niet moet doen. En ik vraag dat dan ook uit overtuigingen. Bekijk een aantal keuzes opnieuw. Wat dan nu dat flankerend ondersteuningsbeleid in onderwijs is, die inschrijvingsgelden, kinderhelp, thuiszorg, bekijk het opnieuw. Jullie staan voor iets waar je de besparingen zeker hebt en dat dan de rest van uw mensen moet overtuigen dat het misschien ooit beter zal zijn. En het is onnodig om die schade nu toe te brengen, meneer Dooms. Dat is mijn echte overtuiging. Nee. Goed. Geen vragen of opmerkingen meer. Dames en heren, dan zijn we aan het einde gekomen van onze werkzaamheden voor vanmorgen. We komen om 14 uur opnieuw weer om onze agenda verder af te handelen. De vergadering is gesloten. 2 uur. 14 uur.